Yo, welkom. Ik geef snel alles. We zijn trouwens met 100 wachtende man. Dat is wel weer insane. Ik geef snel mijn live dashboard erbij pakken. Als het goed is, horen jullie mij. Maar mijn microfoon. Ja, ik weet niet of die goed staat. Ik ga heel even kijken. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Even kijken. Configuratiescherm geluid. Ik zoek mijn eigen stream nog niet. Nee, zie je? Hij stond weer. Oh, sorry. Nee, zie Oh. je? Hij stond weer. Ik ben gewoon geprankt. Wat sap, jongens? Welkom bij de stream. Leuk dat jullie erbij zijn. Even de. Content. Dit is hem. Je ziet alleen niet zo heel veel van de lampjes. Ik zit te twijfelen of ik ze overdag aan zou zetten. Het is best wel zonde. Maar pas als het echt wat donkerder wordt, dan zie je eigenlijk echt goed die lampen. Dus ik zit hier, kijk, hier, die doe ik nu uit en aan. Weet je wat, ik zet gewoon mijn hele bureau zet ik uit. Even kijken, die dus ook. En dan, ja, dat doe ik. Welkom jongens, welkom bij de stream. Welkom, welkom. Het is vandaag alweer dinsdag en we zijn echt met superveel man bij de stream. Ik zie die hele chat al gaan, dat is echt niet normaal. Wat op jongens, welkom bij de stream. Yo, Boomer, Yo, Tafiel, Ilan, Daansko, Sophie, Liam, Max, Jim, Jan, Justin, Bas. Hey Bas, Johan, Kevin, Jesse, Sjoerd. Welkom bij de stream jongens, leuk dat jullie erbij zijn. Het is echt insane, we zijn er bijna 200 man nu al gewoon. Dat is echt gewoon... Dat is echt bizar. Welkom bij de stream allemaal. Mocht u nog niet hebben geliked, doe het even zeker. Ik zie dat we al boven de 100 likes zitten. Dat is wel ziek. Je kan ook trouwens in de poll hier stemmen wanneer je hebt geliked. Alleen, kijk, 19% die liegt, want we hebben nog geen 500 likes. Dus je kan niet boven de 500 likes zitten. Dus ik weet niet waar jullie dat allemaal vandaan halen uit die poll, maar dat gebeurt echt iedere stream. Ik weet alleen niet hoe jullie daar allemaal op komen. Maar goed, ik ga nog even snel alles erbij pakken. Ik ben eigenlijk de stream eventjes snel begonnen. Ja, mijn vader die wilde namelijk even wat dingetjes om mijn raam gaan plakken. Alleen ik besefte dat ik live wilde gaan. Dus ja, dat doen we straks even later. We hebben namelijk van die tijdelijke plakdingen voor op het raam. En later komen ook nog die mooie zwarte latten, zeg maar. Die komen over 3 maanden of zo. Dat is echt bizar. Welkom bij de stream, jongens. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik heb trouwens een nieuwe subcount. Dylan die stuurde mij dit. Want Dylan die vroeg hoe het ook zat met Social Blade. Maar als ik die namelijk open. Nou, ik zal jullie wel even laten zien wat er gebeurt. Moet je zien hoeveel abonnees ik heb volgens dit systeem. Nul. Dus ja, deze die werkt niet echt heel lekker meer. Dus ja, we hebben een nieuwe subcount. Ik vind hem niet mooi. De letters zijn veel te dik. Maar goed, we zouden het er gewoon mee moeten doen. Een subcount is een subcount. En er staat een punt in plaats van de komma. En de getallen staan veel dichter op elkaar. Maar ja, goed, misschien ben ik al iets te perfectionistisch. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. Dat ik er gewoon niet aan kan wennen. Maar goed, dat zou maar moeten. Want anders hebben we gewoon geen subcount in beeld. Maar goed, hij is in ieder geval. Hij doet het. Likeouten doet het ook. Dus vergeet niet te liken. Op naar 200 likes zou super leuk zijn. Hey jongens, we zijn weer terug politie, zoals je ziet. Ja, het is een beetje raar gegaan. Maar we zijn weer politie. Dus we gaan weer omhoog naar de top klimmen. En dan mogen we onze gegarandeerde DSI-dienst meelopen. Dus de kans dat we DSI worden is er. Dat is niet gegarandeerd. Maar ja, we krijgen in ieder geval de kans om weer mee te mogen lopen. En. Ja, weer gewoon mee te gaan in het wereldje. Dus dat is super dik. Dus ja, ik kon het niet afslaan, jongens. Heel veel van jullie hebben de video waarschijnlijk al gezien. Ja, nou ja, daar komt eigenlijk alles in voor. Dus als je niet weet waarom ik terug ben, ja, ga die even kijken. Want ja, dan weet je dat ook gelijk. Hoe is het met jullie, jongens? Zoom jij je camera een beetje in? Ja, hij staat nu op wijd. Maar als ik zo de game in ga, dan zet ik hem altijd gewoon op. Ik heb mijn headset gewoon uit. Ik heb gewoon mijn headset uit. Ik heb de hele stream nog niks gehoord, maar ik heb ook nog niks gehoord. Tenminste, ik zit niet eens in game, dus dat hoeft ook niet eens. Nee, we gaan lekker future in. Ja, we zijn weer back. Goed met jou. Ja, gaat lekker, gaat lekker. Ojojoj. Ja, gaat schangetjes, jongen. Yo, Tony Verstraeten, what's up, jongens? We kunnen trouwens nog heel even snel in TDA even de daily claimen. En dan gaan we even snel naar Future. Ik wil natuurlijk ook gewoon lekker met Moreno content blijven zetten. Dus dat komt ook gewoon helemaal goed. Dat geven we natuurlijk ook niet op. Ik ga wel even kijken hoe ik het allemaal ga combineren. Maar ja, we komen er vast wel uit. Het komt wel goed. Alleen, ja, we krijgen nu dus opnieuw de kans in principe voor DayZ. En die wil ik gewoon niet laten schieten. Dus daar wil ik wel echt gewoon eventjes voor gaan. Ja, dat is. Kijk, nu zien jullie mijn scherm bijna niet. Ja, nou, de auto die staat weer lekker voor het raam. Ja,
We gaan er wat van maken, jongens. We gaan er wat van maken. Ik heb zeker mijn wapens verkocht. Dat kwam ook in de video voor. We hebben nu 1 miljoen op de bank of zo. Dus dat is echt, echt niet normaal. We gaan lekker in-game, jongens. Heb je Insta? Jazeker. Het is mezelfde... Hallo? Het is hetzelfde als mijn YouTube... Huh? Hetzelfde als mijn YouTube. Wacht, wat? Kijk, dit had ik dus ook voordat ik de stream begon. En daarom raakte ik even in paniek. Ik dacht dat mijn camera het dus niet deed. Ja, dit is dus wel echt niet leuk, zeg maar. Hè? Die had ik ook in het begin van de stream last van. Daarom zei ik van... Jongens, ik ben wat later. Oh nee, grapje. Maar toen deed hij het ineens. Ja, ik heb mijn camera dus opnieuw op statief gezet. Dus daarom zit hij gewoon niet goed in. Let's go, dankjewel. Wacht even. Oh, als het goed is... Oh, hij zat er heel los ingeplucht. Korstiaan met de 1. Let's go, Korstiaan. Welke is dit? Nummertje 9? Nummertje 9 of nummertje... Nee, nummertje 9 is dit volgens mij. Korstiaan, welkom bij de stream. Ik had hem gewoon niet goed erin geplucht. Mijn fout. Lekkere paniek weer, hè? Heerlijk. Ja, ik heb een beetje angst gekregen voor het kabeltje van mijn camera. Dit is namelijk mijn vierde kabel. Het is wel de beste die ik heb. Deze is dan van een ander merk. Maar ja, goed, als hij het doet, dan doet hij het. Korstiaan met de 1 euro. Yo, Toon, ik ben er weer bij. Op naar de DC sowieso, maar Korstiaan. We gaan het beste ervan maken, jongen. Het is voor de 1 euro welkom bij de stream. Nummertje 9, of niet? Ik onthoud dat soort dingen wel, hè? Goed, hè? Let's go, maar Korstiaan. Thanks for the love, jongen. 2500. Nou, dat is wel troep. Ik heb trouwens die C63S verkocht, jongens. Zoals je rechts bovenin ziet in mijn garage, staat hij niet tussen. Maar Korstiaan, super bedankt voor de 1, jongen. Welkom bij de stream. Let's go. Ik heb die dus verkocht. Ik zie trouwens dat mijn subcount hier ook echt heel scheef staat. Dat is echt insane. Oh ja, kijk. Ik moet nog wel even naar kijken. Ik vind het geen mooie subcount. Maar ja, we hebben op dit moment gewoon niks anders. We hebben niks anders. Dus die C63S die hebben we verkocht voor 270k. En weer 6 mil. De inschrijving van Luxury Design geweest. Dat ging om de GT3 RS. Tenminste, waar ik mij voor heb ingeschreven. 992 GT3 RS en de BMW M4 CSL. Ik heb ze als het goed is niet. Dat denk ik. In ieder geval... Ik denk niet dat ik ze heb gewonnen. Nee, ik heb ze niet gewonnen. Helaas. Nou, tot we het niet winnen gaan we lekker in Future. Nee, dat is een grapje hoor, voor de mensen die het serieus nemen. Nee, helaas. Helaas jongens. Helaas. Ik had hem heel graag gewild, die GT3 RS. Maar ja, er schrijven zoveel mensen in dat het gewoon geen kans maakt, zeg maar. We gaan lekker Future in, jongens. Ja. Let's go. Oei, oei, oei. Ga je weer politie worden in TDA? Nee, zeker niet. Waarom zou ik? Waarom zou ik dan dubbel agent worden? Letterlijk. Dat is wel heel letterlijk een dubbel agent. Ai, ai, ai. We gaan lekker in game, jongens. We gaan, ik heb dus ook gewoon nog geen 1 dienst gedraaid nog, hè. Dus ik neem jullie gelijk mee in het proces. Nou, vind je het leuk? Let's go, Bas. Ik zag je screenshare. Bas, jongen. Bas met de 5. Let's go, man, Bas. Super bedankt. Hij zegt, ik heb mijn PC build klaar, man. In mijn ga ik bouwen. Mij pas? Hoezo mij pas eigenlijk, Bas? Gefeliciteerd, jongen. Thanks voor de 5. What a love. Dankjewel. Je staat op een plekje. Maar lekker bezig, Bas. Ik zag inderdaad dat je er druk mee bezig was in mijn Discord. Maar ik heb er eigenlijk niet echt heel veel van gezegd. En ik zag je ook screensharen te straks en zo. Maar super dik, man, Bas. Lekker, man. Maar hoezo pas in mij eigenlijk? Wel echt, echt nice, man. Dan heb ik het volledige bedrag rond. Aha. Lekker bezig, man. Nou, misschien... Dat ik nog die andere PC van jou kan kopen. Dat misschien eerder kan. Maar dan moet ik nog even naar kijken. Want ik heb jou nog niks beloofd. Hè? Dan moet ik nog even naar kijken allemaal. Maar komt goed. Super bedankt, man, Bas. Let's go. Ik heb even mijn kamer iets feller gemaakt. Want dan heb ik iets wat minder felle lamp in mijn bakjes. Vind ik iets prettiger. Ik ben echt benieuwd hoe hoog Dylan die lampen zet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Moet ik eens een keertje navragen. Of Dylan moet er nu toevallig zijn. Op hoeveel procent hij die keylight zet. Want ik wil mijn ogen echt niet verblinden. Ik vind het echt irritant om de dingen aan te hebben. Maar ja, alles voor de beste belichting, hè, jongens. Kijk, want anders zien jullie me zo. Kijk, zo game ik gewoon het liefst. Hoe ik nu zit, dan game ik gewoon het liefst. Dat is gewoon chill. Alleen, ja, nu zien jullie mij niet zo goed. Dus toch wel beter, hè? Ja, ja, ja. Je kamer is insane, ouwe. Ja, zieke Quinn. Welkom bij de stream, jongen. Welkom bij de stream. Jongens, we spawnen bij de military base. Iemand enig idee waarom? Waarom ik hier spawn? Iemand laat weten in de chat. Hij is soms een wortel. Hè? Wat? Oh nee, komt goed joh, Bas. We kijken wel even, man. Maar lekker bezig, man. Wat zijn je definitieve specs dan? Oh, iedereen die... De hele chat die komt er ook gelijk op. Training, training, training. Ja, IBT. Ja, jongens, we moesten mijn IBT weer halen. Nou heb ik goed nieuws. Ik heb een pistool. Maar ik heb hem niet. Hey, we hebben 231 likes. Ik ben vergeten weg te halen, dus... Vergeet niet te liken. 250 likes? Nog 17 likes.
17 likes? Nee, ik heb hem niet afgemaakt. Dus ik zal deze training niet falen. Dat weet ik zeker. Want wij hebben natuurlijk de combat 1, weet je wel. Weet je. Bapapam. Maar nee, ik moet de training nog afmaken. Ik heb alleen aan Erik gevraagd wanneer dat weer ging. Alleen toen kreeg ik niet echt nog een terugkoppeling. Dus daar moeten we even achteraan gaan. Maar ja, de training die viel voor mij echt op een zeer vervelend moment. De theorie die heb ik gehaald. Denk ik, anders had ik het wel gehoord. En de praktijk, daar was ik echt net aan begonnen. We gingen net met zo'n heel convoy met allemaal NPC's naar de legerbasis. En nee, ik ga wel lief zijn voor de collega's. Er waren heel veel oude collega's terug, hè. Echt superveel mensen waarmee ik gewoon toen samenwerkte in het korps. Die zijn nu ook terug, dus dat is wel echt grappig. Zit je geen garage? Nou, ik hoop dat jullie er tijd voor hebben. Nou, dat wordt een leuke wandeling. Er zit geen garage. Dus we gaan even een stukje lopen. Vraag om TP, dat kan ook. Ja, ik weet niet of Future Staff kijkt, maar het zal wel heel prettig zijn. Politiegarage wel. Ja, ik ben dus niet in dienst. Als een kind, super bedankt voor het abonneren, jongen. Let's go. Maar ik heb hem dus... Kijk, ik ben begonnen aan die IBT. Ik kon hem alleen niet afmaken. Dus die moet ik nog eens een keertje afmaken. De praktijk. En dan ga je... Maar ja, ik hoop dat ik dan wel in een iets wat kleinere groep kom. Want ja... Kijk, heel eerlijk, ik ben nu terug in het korps. Ik wil nu volle inzet geven voor Daisy. Alleen, ja, ik vind het stom om voor iets wat ik al had, Gorstian, let's go, om dan nog 2 uur lang een training te volgen. Ja, je rechtermouw is een beetje raar. Nou, het is gewoon zo. Kijk, ik moet toch ook... Hallo, omhoog. Ik moet toch ook lekker zitten? Ja, joh, sorry als je eraan ergert. Het spijt me. Gorstian met de 4 euro en 1. Gorstian, die komt even op de topdonateur met 1 cent. Let's go, Gorstian. Super bedankt voor de sport, joh. Het is voor de 4 euro, man. Let's go. Dankjewel voor de sport, man. Oei, Gorstian. Nummer 10, hè? Dit is nummer 10. Hey. Gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, jongen. En we moeten even een kleine wandeling maken. Maar die IBT die duurt volgens mij iets van 2 uur. 2,5 uur. Ze waren volgens mij om 11 uur of 11:30 s'avonds waren ze nog bezig. Dus dan zal het in principe 3 uur lang duren. Ja, ik vind dat niet zo... bij de handje, jongen. Let's go, Bas. Dus ja, dat vind ik gewoon zuur. Dat ik altijd al dat vuurwapen heb gehad. En dan moet je alsnog 3 uur lang een training volgen voor zoiets. Maar goed, we gaan er gewoon lekker schouders onder zetten. We gaan er lekker voor. We gaan gewoon positieve 200% inzet voor Daisy. We moeten deze kans nu niet gaan verpesten, jongens. We gaan gewoon ons best doen. En we gaan het zien. Bas die komt ondertussen nog even met de 1,99 euro. En hij zei echt, spek staan in je PM. Oké, dan ben ik wel heel benieuwd. Dan ga ik even kijken. Ondertussen hoop ik dat er iemand voorbij rijdt. En dan kan ik vragen of ik mee mag liften. Jij hebt... Even kijken. Oké, Bas. Wout! Wout, wat zie ik? Ik schrik me op. Ik kijk. Oh shit. Let's go, Wout. Wat de hel? Bro. Wout, jij gaf mij echt letterlijk gewoon... Ik zit gewoon rustig. Ik had ook echt een vertraging van een minuut of zo. Wout, let's go, jongen. Jongens, kunnen we even wat weetjes in de chat krijgen voor Wout met z'n 20? Bom. Let's go, jongen. Hij zegt, dit is voor mij heel lang geleden dat ik er live bij kan zijn. Nou, Wout, je bent er. En je wordt met volle armen, volle open armen ontvangen. Kijk eens even, die weetjes die zijn van jou. Let's go, Wout. Holy shit. Het is voor de 20, bom, jongen. Let's go. Die kwam echt super uit het niets. Oh, wacht even, Wout. Jou, hey! Ik zweer het, als dit een neus is, hè, schiet ik hem als... Ik heb geen IWT, maar ik schiet je alsnog door je hoofd. Ik meen het, hè? Wil jij even normaal rijden? Wist je dit fucking midden op de weg? Bij deze voerde ik het voertuig om mij naar de garage te rijden. Jij mag hier naartoe rijden. Je mag even uitstappen. En, luister, ik voerde het voertuig. Je mag even naar die locatie rijden en mij daar even afzetten. Is het Tony? Ja, hoor, man. Wil je me nu wel afzetten? Dan mag je even uitstappen, want je bent zo'n kut, Wout. Ik denk dat je me verwarmt met iemand anders. Is dat zo? Ja, ik ben Chain. Oké, kijk, we gaan zo door die grenspost. Wacht even hoor, Wout, wacht even. Wat is dit? Zie je, ik word nu alweer genaaid omdat ik... kijk even je PM, groetje politie mentor. Ja, gaan wij samen, Nigel? Ah. Wil je nu samen? Jij bent echt een ontzettende panfluit. Gewoon eventjes... Ja, ik loop wel eigenlijk. Gewoon dat je het weet, ja? Wat zei je? Jij hebt echt geluk dat ik niet ingeklokt ben, want in principe kan ik jou nu niet heel veel maken, maar... Deze man!
jij pult gewoon een knife op me. Ja, ik kan niks maken. Ik ben niet in dienst. Ik heb daar geen zin in. Nee, dat is het. Corsio, let's go. Wat doen jullie? Holy shit, jongen. Wat wel. Ik zie trouwens één vraag in de chat die ik gelijk even wil beantwoorden van Delphiel. Hij zegt, ben je keer plan om met je Ford Focus RS Nürburgring op te gaan? Eind deze maand ga ik naar Nürburgring met mijn auto. Met mijn vader, met mijn broer. Gaan we met z'n allen met mijn auto. En dan gaan we naar Nürburgring. Ja, het seizoen wordt weer geopend. Dus ik ben er weer met paas, dus dat wordt superleuk. Vuile boef, hè? Wat doen jullie, jongens? Kunnen we even nog een beetje in de chat krijgen voor Corsiaan met die 15 bom? Holy shit, Corsiaan. Doe wel even rustig aan, ik meen het, hè. Jij wil heel graag op de top blijven, op die topplek. Maar Corsiaan, denk aan centen, dat je het weet. Even serieus. Bas, ik ga jouw spec zo nog even bekijken. Het is echt een zeer chaotisch begin. Wout, die komt dus nog even met de 20 fucking bommen. En zegt, dit is voor mij heel lang geleden dat ik er live bij kan zijn. Wout, zoals ik al zei, je bent de jongen. Super bedankt voor de 20 bom. Leuk dat je kan kijken. En super, super, super erg bedankt voor de 20 bom. Echt insane, man. Oh, je bedoelt de mouw in game. Ik dacht dat je mijn mouw bedoelde omdat ik ze op had gestroopt. Wat de hel? Ik dacht dat letterlijk dat je dat bedoelde. Wauw, wauw, wauw. Misschien dat ik daar een vlog van ga maken. Misschien niet. Ik weet het niet zeker. Ik denk het eigenlijk niet. Want de Nürburgring is eigenlijk altijd al een momentje geweest tussen mij, mijn broer en mijn vader. Ja, en ik vind dat, ja, weet ik niet. De lijn was super dik. Maar dan moet ik even met hun gaan stemmen. Het is zeg maar altijd een beetje een soort family time momentje om te genieten op de Nürburgring, zeg maar. Dus ja, misschien dat ik ook mijn eerste rondje ga doen. Moet nog even kijken allemaal, maar komt goed. Dus dat. Super bedankt voor de support. Holy shit, Corsiaan komt ook even met de 15 bom gelijk. Als we nu de 500 likes halen binnen 1 minuut, ga ik op de scooter naar AB. Anders niet. Begin maar vast te liken. Corsiaan met de 15 bom. Laten we nou aan de top. Corsiaan, die moet eventjes gek doen. En echt, Corsiaan. Even serieus. Wat ik net zei, weet ik echt. Let er even op, hè. Je bent de laatste streams wel echt op die support met dat soort dingen. Maar let er wel op, hè, Corsiaan. Super bedankt voor die 15 bom. En totaal de 20. En Wout, dik zo naar jou ook. Let's go. En Bas natuurlijk. Super bedankt, jongens. Thanks voor de support. Echt enorm bedankt. Wauw, lof. We gaan niet naar de 500 likes. Haha, dikke neus. We gaan natuurlijk. Ik ben eigenlijk. Die Taycan ben ik zat. Dat ding. Dat trekt dus heel snel. Gewoon. Qua auto. Maar. Ja. Pff. Hebben jullie die nieuwe Taycan Turbo GT gezien trouwens? Wat een onzin. 1100 pk voor 2 seconden. Bij een overboost. Dus hoeveel pk heeft hij? Ja. Niemand die het zou weten. Als je dat. Ik snap dus één ding niet, hè. Als je zo'n Taycan Turbo GT bestelt en je bestelt een wijzigpack erop, heb je dus geen achterbank. Ik snap het dus echt niet. Je hebt wel dikke 2 carbon kuipstoelen, let's go Ruben. Je hebt wel 2... oh, wauw. Oh, ik heb een repairkitje toch? Volgens mij wel. Je hebt wel 2 dikke kuipstoelen. Alleen... Wacht, ik heb mijn chat weggeklipt. Weggeklikt. Let's go, thanks voor de donatie. Ik kom zo op terug. Kijk hoe dik. Alleen, ik snap dus echt niet waarom ze dus niet de optie hebben gemaakt dat je gewoon 4 bucket seats kan hebben. Want dit is hetzelfde concept als een Alfa Romeo Giulia GTA M. Je hebt geen achterbank. Ik snap dat dus niet. Waarom zou je dat doen? Kijk, die achterbank is helemaal leeg. Helemaal carbon. Maar, ja, dat is zo zonde. Die bucket seats trouwens. Oh mijn god, die zijn zo ziek, jongen. Wauw. Maar ja, best wel interessant dus. En die spoiler vind ik ook niet mooi, maar ja, dat is dus het wijzigpakket die erop staat. Maar, Het lijkt wel alsof die remmen nu goud zijn, de PCCB's. Of is dat geen PCCB? PCCB is normaal geel, maar dat dus. Ik wil dat even laten zien. Hij heeft wel letterlijk de ruimte voor. Ja, ik snap dus echt niet waarom ze daarop besparen. En die carbon bucket seats, die wegen echt bijna niks. Die wegen echt bijna niks. Dus ja, waarom zou het geen optie geweest zijn? De GameNL, super bedankt voor de 2,50 €. Let's go. Ik ga hem lekker een hartje geven. En de chat die kan hem ook liken. Ik zie dat je superchat al 10 likes heeft. Best een grappige functie dat YouTube dat heeft toegevoegd. Kijk dan. Hier. Hartje gegeven en je hebt... Oh, je kan het net niet zien. 13 likes. Likes op een superchat. Wat heb je daar ook aan? Moet deze pipo... Ik zag hem wel. Super bedankt, man. Hij zegt, yo Tony, hoe gaat het met jou? Ben er weer bij? Ben blij dat je politie bent. Ja, volgens mij zijn heel veel mensen dat. Ik had echt niet verwacht. Ik heb tot nu toe echt mega veel positieve reacties van jullie gekregen. Dus ja, we gaan er gewoon wat van maken. En we gaan eens even kijken hoe en wat. Dus ja. Super bedankt, man. De GameNL. Thanks voor de 2,50 €, man. En je hebt superchat naar 82 likes. Je bent de meest gelikte superchat ooit op mijn kanaal. Holy moly. Yo, superchat. Hij gaat naar de maan. Kijk dan.
83 likes. Oh, ik moet... Oh, dit is echt heel confusing. Hoe kan ik mijn vinger voor mijn hand doen? Zo. Hier. Wat wel. 83 likes. Oh mijn god. We hadden nog een 1 euro donatie van Ruben. Oh ja, trouwens nog een dingetje jongens. Als ik jullie donaties vergeet door al mijn enthousiasme en in de stream. Dan kan je uitroepteken alert doen. Alert. Alert. En dan krijg ik zeg maar een tag in de chat. Graag niet misbruiken. Graag alleen echt doen als je zoiets hebt van ik heb gedoneerd. En je leest het niet op. Of ja, je vergeet het in ieder geval. Ik lees alle berichten op. 100%. En ik skip ze niet opzettelijk. Dan kan je dus uitroepteken alert in de chat doen. Dan krijg ik een mooie tag. Dan word ik eraan herinnerd. Dus ja, dat jullie het weten. Maar gelieve niet te gebruiken als het, ja, als het niet nodig is. Je kan het nu even doen. Dan kan je zien wat voor bericht eruit komt. Maar ja, mensen die doen het al in de chat. Dus je kan het daar natuurlijk ook van zien. Als we vandaag de 1000 likes halen, dan doe ik 5 gift subs. Ik denk, ik zeg het alvast. Ruben meteen nog zegt, yo Tony, ga je ook naar Hart voor Auto Showtime dit weekend? Nee, helaas Ruben. Ik heb dit weekend andere plannen. Ja, ik heb dit weekend andere plannen, man. Ik ga onder andere langs bij PSG, bij Marcus Privé Collectie, dus dat is super dik. Ja, en ik heb dit weekend eigenlijk niet echt de tijd voor. Plus, ik vind dat evenement nou niet echt zo leuk of zo. Assen is ook best wel uit de richting voor mij. Ik weet wel dat ze Ford Focus RS paddock hebben. Dus jullie gaan heel veel waarschijnlijk van mijn auto daar zien. Dus ja, als je daarheen gaat, heel veel plezier, Ruben. Maar ik ga er niet... Oh mijn god. Ik ga daar in ieder geval niet naartoe, man. Maar als jij er wel naartoe gaat, heel veel plezier, man, Ruben. Nee, misschien een ander keertje, man. Misschien een ander keertje. Ik ga daarheen voor de eerste keer. Ah, veel plezier. Super bedankt voor de enige geval, Ruben. Leuke vraag, man. Nee, ik heb sowieso nog wel... waar moet ik eigenlijk heen? Moet ik via boven of moet ik via onder? Ik weet eigenlijk niet... En ik weet ook niet waar de garage staat. Dus ik moet heel even kijken. Ik ben ook trouwens heel veel dingen weer vergeten, hoor. Dus kijk. Dus ik kom niet omhoog als mijn auto erop staat. Dat is jammer. Het is dus echt heel ruim. Want dit is echt mijn eerste dienst. Dus ik ben weer eventjes helemaal confused. Als je zag... Ik deed dat echt totaal niet opzettelijk naar dat oude HB rijden. Dat zit gewoon nog in mijn hoofd. Maar, bij de voorkant kan je wegzetten. Als serieus moet je dan helemaal naar beneden lopen. Dus, maar hier zit geen garage of zo? Dat je hem... Wow, die gaat echt heel snel open. Dit kan je hem hier niet... Ay, nah. Echt? Oh. Oké, nou dan moeten we boven. Maar dat is best een stukje lopen, man. Serieus? Serieus? Je hebt lift, hè? Ja, dat weet ik wel. Oh! Zo kan het ook. Dan hoeft hij niet open. Ja, hier. Oké, nou, daar moet ik even aan wennen. Ik moet trouwens ook... ik mag mijn vuurwapen dus niet mee, jongens. Helaas. Free. Ik mag hem niet mee. En mijn beenholster moet ik dan ook afdoen. Maar dat staat zo lelijk. Oh, ik voel me zo kaal met zo'n holster. Ik ga even informeren wanneer de eerstvolgende training is. Want het lijkt me wel fijn. We kunnen wel zometeen een mentordienst draaien, jongens. Dan hebben we eigenlijk de snelste kans op promotie naar agent. Willen jullie dat we dat gaan doen? Dan moeten we met Nigel koppelen. Nigel is een hele goede gast, een hele leuke gast. Die kennen jullie nog wel van de beenveeg. Dat is Nigel. En Basti zegt eens doen. Mark zegt ja, Elon zegt ja, Thijs zegt ja. Mark zegt doe maar samen met Nigel. Oppassen jij, hè? Pas uit. Je moet ook je epaulet veranderen. Oh ja, godsamme. Dat meen je niet. Nee, we moeten echt mijn hele kleding aanpakken. Ik voel me echt weer een noob, jongens. Dit is gewoon, we moeten gewoon de titelstream veranderen. Noob agent in dienst. I know. Nee, daar gaan we strepen. Eigenlijk ga ik dat niet doen. Ik ga dat gewoon niet doen. Zitten daar consequenties aan als ik dat niet doe? Wacht, ik moet eigenlijk kijken. Ik heb deze outfit trouwens al noob genoemd, hè. Kijk, deze outfit heet letterlijk noob. Kijk, als ik deze aantrek, hier. Woep. Fix gelijk je armen, ja, ga ik gelijk doen. Wacht, dan moet ik dat eerst even op deze doen. Quinn, welkom bij de sponsorclub, jongen. Let's go! Dat is wel jammer dat je die dan niet kan liken en kan een hartje geven, maar... 3 maatjes, let's go, Quinn. Welkom terug bij de sponsorclub, maar Quinn, geniet van je 23 emojis, je Tony Gain logotje, je groene naampje. Die heb je niet, want je bent mod...
En je Discord-rank. Maar daar heb je ook niet zoveel aan, want je bent mot in mijn Discord. Maar super bedankt, Marquin. Welkom terug bij de club, man. Thanks voor de support. Nummertje 32. Kijk eens aan. Let's go, man. Geniet ervan. En pas met de 11 maandjes alweer. Nog een maandje en dan heeft hij al een jaar. Holy moly. Super bedankt, man, Bas. Wat, yo. Bijna een jaar al. Wat? Besef dat ik jou nu al bijna een jaar ken. Ik ken jou nu een jaar, trouwens. Kijk, nu is het gefixt. Zie je? Die armen zijn nu gefixt. Handen. Dus die ga ik even opslaan. Update. Oké, ja, dat klopt. Super Bram, Quinn, let's go. Welke NVA settings heb je? Boh, geen idee. Je bedoelt de... Ik kan wel even voor je kijken of zo. Dat zijn zeg maar die alternatieve mods, bedoel je? Of, ja. Moet even kijken. Ja, lachen, Bas. Dat is goed, want het gebeurt niet bij heel veel mensen. Dus je voel je uniek. Ja, ja. Ik ga morgen trouwens even nieuwe spullen halen voor mijn race sim. Die wil ik hier achter mij gaan bouwen. Hier zo in de hoek wil ik een race sim bouwen. Morgen ga ik even nieuwe spullen halen. En dan, ja, ik moet eigenlijk nog de grootste dingen bestellen. Mijn wheelbase, mijn frame. Ja, dat is het eigenlijk. Mijn stuurtje heb ik dan. Mijn shifter en beeldscherm die ga ik morgen ophalen. Dus ik moet eigenlijk alleen nog een wheelbase. En een... Een rig. Dus zeg maar het hele frame. Maar ja, daar ben ik ook nog steeds mee bezig, man. Dus dat is wel echt dik. Ik zit even te kijken. Ik ben echt verwaald. Mijn holster. Kijk hoe kaal ik ben. Oude Hollander, super bedankt voor het abonneren, jongen. Let's go. Ik voel me echt kaal. Ik voel me echt heel kaal. En, oh, mijn strepen. Ik geef je 8 punten in 3 strepen. Kun je morgen? Wat kan je ervan maken, jongens? 8 punten in 3 strepen? Wat kan je ervan maken? Oh, ik voel me weer zo'n NPC. Kijk nou. Kijk hoe ik eruit zie. Oh, ja, ja. Oh, wat slecht dit. Kledingmenu. Hoe sla ik hem ook weer op? Oh, hier, persoonlijke kleedkamer. Jij moet agent worden. Ja, dit is goede motivatie om in dienst te komen. Zie je? Mooi. Eikel en lul. Ja, heel goed, jongens. Eikel en lul kan je daarvoor maken. 8.3 stream. Oh, goud, jongen. Die man. Ik ga stuk. Wat leuk dat jullie nog weten. Dat betekent dat ik examen heb gedaan. Dat ik uitzenden mag over heel de wereld. Ken je die meneer? Dat is koning Hussein van Jordanië. Klinkt als een terrorist. God man, nog een toe. Nog even in de kring. Een klap voor je kanis. Waarom ken ik het? Ik heb er ook gewoon aantal zet uit mijn hoofd. Hè. Dat is echt niet normaal. Als je surveillant bent, mag je toch met een wapen. Ja, maar ik heb nog geen IBT. Maar ik voel me nu inderdaad net hand even, jongen. Inderdaad, Thijs. Sorry te niezen, maar... Ik voel me letterlijk een handhaving, man. Welke wheelbase ga je halen? Moza Fantech. Ik ga Fantech DD2 halen. Het beste eigenlijk wat ze hebben. Ik wil dat gewoon in één keer gelijk goed doen. Dat ik er nooit spijt van heb, zeg maar. Ik heb ook geen idee waar ik heen moet. Oh ja, wacht. Misschien moeten we beginnen met... Oké, wacht. Die keybind die staat helemaal verkeerd. Op de 42-21. Wel free trouwens naar de landelijke eenheid ook. Dat vind ik wel een dingetje. Dat we geen shift meer hebben. Nigel, die komt er dus zo aan, mijn mentor. Oh mijn god, Erik is in dienst. Oh mijn god, ik ga hem bellen. Erik. Erik. Hij gaat weer zo iClass doen door niet op te nemen. Ik weet zeker. Leuke balendienst, ja geweldig. Nee, we gaan zo meteen lekker de straat op. Zeker weten. Maar ik voel me nu echt... ik moet ook echt even... als Erik nou even opneemt, dan kan ik daar ook eventjes wat dingen over vragen. Maar dat doet Erik nou niet. Dan moet ik weer even leren... Oh ja, wat is mijn roepnummer ook weer? Volgens mij zijn... We zijn echt mega. We zijn... Oké, als je mag gokken, jongens. We hebben een 30 nummer. Oké, nou ja, even om voor beeldvorming. Hoe dichter bij de 1, hoe hoger je bent in het korps. Welk nummer denken jullie dat ik ben? Hoe dichter bij de 1, hoe hoger je bent in het korps, hè? 3005? Boah, dat is close. 3043? Nee, daar zou je ongeveer hoofdagent moeten zijn. Ik ga even naar de wapenkamer. Ik heb alleen geen idee hoe ik daar kom. Volgens mij is dat verdieping. Weet je wat ik wel vind aan HB? Ik vind best wel taai dat je best wel deuren open moet maken. Kijk, dit is mijn vierde deur die ik nu open moet maken om naar beneden te gaan. Er zijn best wel wat deuren die... Hallo? Moet je... Hoezo? Ik ben toch in dienst? Waarom doet die lift er niet? Je liet zijn nummer, hè? Ja, dat maakt niet uit, want je hebt hier toch geen...
Je hebt hier geen protectie voor. Dus ja, ik kan wel telkens mijn stream blijven hiden, maar dat maakt niet uit. Nou, ik kan er echt niks aan doen. Met je alting? Nee, dat dacht ik dus ook, maar niet dus. Hij doet het niet. Ik denk dat we eentje, gewoon met de trap even eentje omhoog naar beneden moeten. Ik ga wel eentje omhoog. Living nog steeds niet. Ah, die werkt dus gewoon niet. Ah, oké. Nou, goed om te weten. Deze doet dus wel. Ja, huh? Oké. Dit is echt raar, een drop-down menu. Wel grappig. Wij moeten naar verdieping 1. 1. Wacht, 7. Die gaat naar het dak dan, toch? In TD hebben ze het omgekeerd. Ik weet niet welke noob dat in elkaar heeft gezet. Maar daar hebben ze zeg maar dat dit verdieping min 3 is. En de onderste is 3. Dat is echt totaal niet logisch. Maar ja, mijn roomnummer, jongens. Ik ben de 3003. Dus dat jullie het weten. 3003. Tot je dienst. Hey. Lekker, man. Kijk, deze doet wel. Nou, hier hebben we dus de wapenkamer. Ik heb nog steeds die Glock, hè. Die kunnen we ook gewoon meenemen. Ik richtte die laatst op Erik. Er komt nog een video over. Maar ze hebben trouwens ook het richtpuntje beter gemaakt. Volgens mij van die Walter. Kijk, ze hebben nu zeg maar dat je het puntje veel makkelijker ziet. Want normaal moest je schoenen dan toch uitdoen. Dan kon je dat puntje zeg maar beter zien. Omdat je dan lager op de grond staat. Maar dat puntje zie je nu veel beter. Dus dat hebben ze gefixt. Dus dat is wel goed. Ja, ik mag mijn vuurwapen niet meenemen. Dus hij gaat ook gewoon lekker de kluis in. En mijn kogels ook. Het is echt wel heel taai. Ik hoop wel echt dat ik snel mijn IBT kan halen. Want ik ga dit niet heel lang overleven anders. Even kijken wat ik hier nog allemaal... Wat kan ik eigenlijk hier nog het beste in die inventorslot doen? Ik zit even te kijken, maar... die porto die kan hier trouwens nog in. Telefoon die kan hier nog in. Zo, die daar. En dan gewoon lekker een hamburger. Nee, chocomelletje. Die hebben we nodig als we gaan crashen. Ja, ja. 700 man bijna aan het kijken. Dat is echt niet normaal, jongens. Kunnen we voor die 700 likes... Wow, dat gaat wel heel hard. 500 likes gaan zal super mooi zijn. Hoeft nog 47 likes. Zal mooi om te zien. Welke racing speel je? Assetto Corsa, Forza gewoon voor de fun. iRacing wil ik doen. Ja, hier en daar gewoon van alles wat. Maar ik wil ook zelf een beetje oefenen. Voor als ik zeg maar met mijn eigen auto het circuit op ga. Ja. Simmen, dat werkt echt heel erg in vaardigheden. Het klinkt heel raar. Omdat het gewoon een spel is, maar je leert echt wel de vaardigheden daarop doen. In Forza kan ik echt clean drift doen, maar ik ben heel benieuwd hoe dat overeenkomt met in het echt. Ik denk alleen niet dat het echt te vergelijken is met de realiteit, maar ik denk wel dat ik de bewegingen met mijn stuur veel makkelijker hierdoor kan maken. Ik heb trouwens geen idee waar ik ben, hè? Dit is verdieping 3. Ik moet dit echt nog even allemaal verkennen. Of uit mijn hoofd kennen. Ik denk dat ik gewoon goed zit, want dit is als het goed gewoon de garage. Kijk dan hoeveel deuren ik open moet maken, dit is wat ik bedoel. Nee, dit is het niet. Ik heb wel even hulp nodig, chat. Ik moet naar de garage... Oh, wacht. Garage. Oh, wauw. Oh, jij hebt ook niet zo heel veel aan. Oh, jawel. Want je hebt 0, min 1, min 2, min 3. Kijk, dat bedoel ik dus. En in Future hebben ze dat ook niet. Je hebt gewoon verdieping 1, 2, 3, 4, 5. Dus ze moeten eigenlijk gewoon deze legenda aanhouden. Of legenda, ja, hoe je het ook wil noemen. Dus ze moeten eigenlijk in een min gaan. We gaan naar de... wat gebeurde daar? Zo, oké. Min 3 is garage. Serieus? Was dat letterlijk min 3? In OV's Discord staat een map van bureau. Oh, echt? Oh, wauw. Min 3, I guess. Hier, min 3, garage. Ik denk het zelf niet, maar goed, we gaan proberen. Deze doen het waarschijnlijk ook niet. Oh, wel. Oh, daar zat ik net ook. Maar min 3, dat is dus dan... Min 3 is dan verdieping 1. Dat is echt eventjes... Wow, dat wordt even wennen, man. Oké, en dan hier zo. Ik hoor telkens die piep die ook in mijn focus zit. Als je mijn lampen aanhoudt. Die heb ik al vaak in mijn video's gestopt, maar ik word er nog steeds lijp van. Dit zijn de ondervragingskamers. Jongens, ik krijg gewoon verdwaald in het eigen bureau. Bankoverval! Yo! Oh, moet ik wel kijken. Maar ik wil even dat mentortje komt. Nigel is er over 20 minuten. Dat is... Nu. Dat is nu. Als het goed is, moet hij nu bijna komen. Ja, maar even serieus. Ik voel me echt... Ik ga gewoon naar buiten, hè. Ik maak gewoon geen grappen nu. Ik doe dit echt niet... Ik raak je echt verdwaald. Verdieping 3 was ik ook. Weet je, ik ga wel... Wat is de main verdieping? Ik ga gewoon via buitenom. Ik vind het prima. Ik ga gewoon via buitenom, want ik heb hier helemaal geen zin. Dit is verdieping 4. Niet mogelijk om deur te openen. Hè? Oh, ik word hier lijp. Ik wil gewoon naar buiten. Hoe ga ik naar buiten? Verdieping 3.
Dat was ik net ook, toch? Maar volgens mij is dit hem. Hier? Dit is hem. Ik voel het. Hè? Hoezo heb ik geen access op locks? Dit is de brievenruimte, dus dan moet ik veel lager. Ja, dan is het verdieping 2. Dan is het verdieping 2. 2. Dan weet ik het zeker. Verdieping 2. Yo, Lars, met mij gaat lekker, man. Hoe is het met jou? Welkom bij de stream. Het is echt veel te groot, ja. Je raakt je echt verdwaald. Dit is gewoon een neppe deur. Waar? Waar moet ik wezen? 1, 2, 3 doet het niet. 4 ook niet. Hè, dat kan toch niet? Ik ga met de trap. Ik ben het zat. Ik ben het echt zat. Deze deuren hebben ook geen eens een lock. Deze. Ik weet niet waar de garage is. Ik wil gewoon binnendoor naar de garage. Maar dit is geen deur. Oh. Hey Kay, welkom bij de stream, jongen. Is dit hem? Volgens mij is dit hem. Dit is de goede etage. Maar welke verdieping is dit nu? Floor 1. Dus dit is verdieping 4. Wacht, laat me even checken. Dus dit is... Dit... Ja, dat kan dus niet. Nou jongens, we gaan zo meteen weer grote AK's taseren. 2 naar die deur linksonder. Is wel verdieping 2. Ja, godzakken. Oké, ik ga naar verdieping 2. Jongens, ik doe gewoon nu... Ik ben letterlijk al 10 minuten bezig met het zoeken naar hoe ik in die... moet gaan in een nieuwe AB. Oké, we gaan even kijken. En de overheidsdiscussie staat alles aangegeven. Ja, dat is dus grappig. Want ik ben dus nadat dat nieuwe HB er is, ben ik weer teruggekomen bij de politie. Dus ik heb geen idee waar dat allemaal staat. Heb ik überhaupt wel mails? Ik heb volgens mij geen eens mails. Ik heb geen eens mails. Erik. Oh, oké. Dus verdieping 2. Oké, verdieping 2. Parra, daar staat een video online, man. Daar leg ik alles heel haar fijn uit. Of ja, dat wordt uitgelegd door middel van een overval. Showers. Nou, dat moet niet te wezen. Cafetaria. Jongens, ik ben gewoon op dezelfde verdieping. Ik ga via buiten. Ik trek dit niet. Ik trek dit echt niet meer. Ik ben letterlijk op dezelfde verdieping. Ik tik verdieping 2 in. En ik ben... Jongens, ik trek dit even niet meer. Ik ga even vier buiten. Ik hou op hoor. Je moet bij 2 zijn. Ik ga toch. Dit is verdieping 2. Verdieping 1 en rechts van de wapenkamer. Wat zie ik allemaal? Arde! Let's go, jongen. Super bedankt. Staat het geluid trouwens goed van de stream, jongens? Want voor mijn gevoel staat het geluid allemaal echt heel, heel zacht. Ik ben zeker jaloers daarop, Bas. Gefeliciteerd, Denise, als Denise kijkt. Arne, die komt even met de 3 euro's binnen. Hij zegt, yo, Toon, dit is mijn allereerste donor. Ik vind je content echt tof. Keep up the good work. Arne, gaan we zeker weten doen, jongen. Super bedankt voor de 3. Leuk dat de eerste donor naar mij gaat, Bas. Super bedankt voor de support. En we gaan zeker lekker door. Super bedankt, man, Arne. Dankjewel voor de 3 euro's. Deze, man. Wordt zeer gewaardeerd. Love, love, love. Oké, nou ga ik even via hier kijken. Want dit is... Oké, wacht. Via hier. Hè, maar dit is toch gewoon verdieping 1? Of ben ik nou helemaal gek? Dit is gewoon de wapenkamer. Waarom zegt iedereen al verdieping 2? Dit is 100% verdieping 1. Dit is... Jet. Jongen, jongen, jongen. Oké, daar zijn we. Welke auto gaan we nemen? De SIF? Nee. We gaan dus een mega lijpe B-klasse doen. En dan mogen jullie kiezen of we met 2014 of 2019 gaan. Komt-ie, hè? Komt-ie, man. Oei, oei, oei. Kijk, jongens, wat een dikke trip. We gaan eens even kijken of deze zware, dikke machines ook even door de bochten kunnen gaan driften. Ja, ja. Oh ja, Erik die vindt het trouwens niet meer zo leuk als ik driftend door iedere bocht ga. Maar ja, goed, dan moet Erik me daar eens een keertje op betrappen. Want ik ga zeker weten gewoon plezier eruit halen tijdens mijn diensten. Dus komt goed, jongens. We gaan eens even kijken hoe goed deze dingen kunnen driften. Dus we gaan of voor de oude... Of voor de nieuwe. Ik vind ze allebei echt... Dit is zeg maar het rijtje multipla, laat ik het zo zeggen. Maar goed. Links of rechts? Nieuw links of rechts? Links of rechts? Ze zijn allebei lelijk. Ja, zo is het. Zo is het. What up, Matthijs? Nee, man. Ik heb mijn training niet afgemaakt. Dus het komt later. Links, links, links. Rechts.
Wat zeg jij nou weer, Bas? We moeten toch even kijken hoe die dingen driften. Rechts, rechts, rechts. Oké, okay, jongens. Niet nieuw of oud. Even met z'n allen één keer. Links of rechts. Niet nieuw of oud. Alleen links of rechts. Dus links of rechts. We zitten trouwens boven de 500 likes, jongens. Kunnen we richting de 600 likes gaan. Dat zou super dope zijn. Vergeet niet nog even te liken. Dat zou super nice zijn. Rechts, 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 rechts. Oké, okay, rechts. Oké, okay, jullie willen me... Wat? Jullie willen voor de oude? Dat vind ik wel grappig trouwens. Jullie willen voor de oude? Oké, oké, oké. Hier is even een terrorist aangehouden of zo. Dat zeg ik alleen omdat hij een beetje... Oké, okay, laat maar. Jongens, ik bedoelde niks mee. Maar die nieuw gaat sneller. Ja, 5 km per uur. Maar kijk, ik bedoel meer van... Laat maar. Ik had dat niet moeten zeggen. Laat maar. Laat maar, want dat wordt weer verkeerd opgevat door iedereen. Hé, hey, wat gebeurt daar nou? Hé! Hey. Daar ben ik weer! Wat gebeurde daar? Oké. Okay. Dit is raar. Wow! Je kan er gewoon niet in! Mijn camera viel eruit. Hey! Oh, alsjeblieft. Meneer, in deze B-klasse. Oh. Ja. Nou, we gaan met de oude. Mijn auto wordt even gescoopt. Het is totaal niet grappig, maar ik heb nog steeds een beetje last van mijn keel. Oké, okay. Nou, we gaan lekker in dienst. Ik ga eens even kijken of Nigel er al... Heb ik Nigel's telefoon nog niet? Anders kan ik hem even bellen. Even kijken. Nou, mijn auto wordt gewoon gejat, Nigel. Maar de achterkant vind ik zelf veel beter, ik ook. Maar die gaat... Ja, weet je, boeien me trouwens echt totaal niet die winnaarsmentaliteit. Deze die gaat 5 km per uur trager, maar ik vind deze gewoon veel mooier. Dit is echt heel zonde, want ik zie nu een 10 euro donatie binnenkomen voordat hij in beeld komt. En dat vind ik niet leuk. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn telefoon op niet storen zetten. Ik vind het alleen heel vervelend. We gaan hem opwachten. Oh, waarom gebeurt dit nou? Nee! Hallo! Camera! Oké, okay, wacht. Ik ga even dat kabeltje opnieuw erin doen, want dit is niet zo lekker. Ah! Hallo? Ah, dit is echt irritant. Kom op, camera. Niet zo irritant doen. Ik haat die kabels echt voor camera's. Waarom gebeurt dit nou telkens? Hier heb ik helemaal geen zin in. Ah! Hij zit toch gewoon helemaal niet goed in? Wacht even. Jongens, voor de speciale sound effects. Hallo? Doet hij het? Hallo? Nee? Doet hij het of niet? Ik kan het niet zien. Alleen jullie kunnen dit zien. Doet hij het? Oh, hij doet het. Uit! Oké! Okay. Hij doet het! Oké, okay, goed, goed, goed. Nou, ga ik er afblijven. Zo. Oké, okay, ik heb geen idee wanneer die donatie binnenkomt. Ik zag hem in ieder geval voorbij schieten. Ik ben heel benieuwd wanneer die komt. Ik zeg niks, jongens. Ik zeg niks. Ik ben onschuldig. Ik ga ondertussen... Wacht, kan ik stream aan de mensen even... Deze timing! Ik wilde letterlijk mijn stream elements gaan refreshen. En dan komt een donatie binnen net wanneer ik klik op refresh. Oh mijn god, ik ga hem opnieuw doen. Komt ie. Dit is echt heel raar. Daarom kapte die ook zo af. Let's go! Doe die camera! Ah ja, wie is nou weer zo gek aan het doen? Nigel! Ja! Die komt gelijk met die. Oké, wacht even. Beveeg. Beveeg. Goedemorgen. Nigel, kom. Ik heb echt heel veel zin. Geen tijd meer te verliezen. Ja, ik pak mijn RSS White Body, kom eraan. Yo, RSS White Body? Gaan we daar in dienst draaien? Ja, wacht dan. Ja? Blijf bij je, ga naar de poort beneden, ja? Kom eraan. Ja, ik ben bij de poort beneden. Ja, toch is cool, kom eraan. Ah, yo. Ik zit in de dikke B-klas gestationeerd, man. Ik sta alvast... Ja, ik sta alvast klaar. Moet ik eigenlijk rijden? Of kan jij ook nog een dikke auto nemen en dan rijd ik met jou mee? Ja, we kunnen ook in de Golf 8. Ik ben hoofdagent, hè? Ja, als je daarmee mij kan mentoren, dan kan dat. Hey! Ja, kom wel goed, joh. Oké, okay, dan zet ik mijn auto weg, ja? Goeie video. Ik wacht bij de poort. Yo! Ja, zo, thanks for all the love, jongens! Voor mijn gevoel staat het donogeluidje nog steeds heel zacht, maar... Volgens mij staat mijn headset gewoon heel zacht. Volgens mij horen jullie gewoon alles op perfect niveau, alleen mijn headset die staat persoonlijk heel zacht. Ik ga mijn camera ietsjes... Het wordt heel donker buiten, dus ik zet hem even... Tikkie lager. Hoppa! Tony's camera, die komt nog met de 1! Oh, dat was niet de poort, je bent er al. Hi! Jeetje, wat... Wat? Nigel, wat doe jij?
Wat dan? Ja, ik heb echt een kutlach. Ik heb een longontsteking. Nigel. Wacht even. Ja? Er zwemmen met twee haaien in de zee. Ja? De een zegt tegen de ander hi. Hi, hi. Ik heb even een kommer aan, ja? Yo. Okay, we gaan even wachten. Let's go, super bedankt. Oh mijn god. Tony's camera, die komt nog met de 1 euro. Zeg, laat mij lekker slapen. Ik ben moe. Ik ben benieuwd hoe je nou weer achter zit. Jongen, jongen, jongen. Nee, het was mijn kabeltje. Mijn kabeltje zat niet goed. Mijn camera die werkte heel uitstekend. Alleen mijn kabeltje die zat er niet zo lekker in. Net zoals je zegt. Super bedankt voor de 1 euro, Tony's camera. Ik ben benieuwd hoe het is, man. Maar super bedankt. Daarna komt de GamerNL nog met de 6 euro. Nou jongens, kunnen we dit de meest gelikte superchat op mijn hele kanaal hebben? Zijn vorige record stond op 100 likes. Ga allemaal even naar de chat en druk even het like-knopje in op deze superchat. Dan kunnen we eens... Dan kunnen we eens even kijken of deze boven de 100 likes gaat komen. Ik ben super benieuwd. Let's go! De GamerNL die komt in ieder geval met de 6 euro. We gaan even wachten, jongens. We gaan met de golfpad. Dat is al een dikke, dikke dienst. Hij zegt, via je bio kan ik niet betalen voor donoren. Later steeds weet niet of het alleen bij mij is en gaan ze door. Nee, volgens mij doen de donaties het wel. Want ik zag dat... Tony's camera, die kwam met de 1. Maar ik weet niet, super bedankt aan de GamerNL. Alsnog super bedankt voor de 6 euro's. Ja, superchat heeft 131 likes. Je bent de meest gelikte superchat ooit. Maar even wat terzijde. Ik kreeg net een 10 euro binnen. Op mijn PayPal. Alleen het is dus heel raar. Want hij komt niet in beeld. Ik heb meldingen van PayPal aan. Dus als ik een donatie krijg, dan krijg ik hem op mijn telefoon. Maar hij komt niet in beeld en dat vind ik heel raar. Ik ga alleen geen naam leaken. Ik zit even te kijken, maar... Hé? Oké, als er iemand 10 euro heeft gedoneerd, laat het even weten. Laat het even weten, kan ik heel even naar fixen. Moet nog port gaan. Ik weet het, jongens, ik weet het. Ik wacht even op Nigel. Dan gaan we een dienst in de golf draaien. Sorry dat het zo lang duurt, maar we gaan wel gelijk zo meteen even dikke dienst doen. En dan kunnen we ons bewijzen en dan... Erik! Erik! Niet stadsteam, kom terug. Erik, terugkomen. Staan blijven. Erik, staan blijven. Erik. Hey. Hallo. Hey. Ja? Hallo, Erik. Hey. Heb je voor mij nog een mails? Mails? Even kijken. Ja. Niet een mails, de mails. De mails. Ja, ik heb hier nog een mails 45. 3. Geef maar. Ik zit even te kijken, want... Nee, die heb je net weggedeeld gedaan. Kijk, ik heb deze, Walter P99QNL. Kom ja. Op, Erik, pak jij hem ook, kom op, laat me niet alleen. Oh, hij pakt het deze. Ja. Raar, ik heb boven in mijn beeld, heb ik zeg maar, alsof het een soort 3D-tekst is. Lees dat Obi in Survive. Ik zit even te kijken, nee, dat is iets in mijn reshade, kijk maar. Dat is heel raar. Hè? Hoe kan dat? Want dat is een soort 3D-tekst. Zie je, het wordt helemaal blurry achter. Gestuurd, zo'n kabeltje. Oh ja, ja. Nee, oh, Nigel. Ja, ja, laten we op pad gaan, Nigel. Maar Erik moet dat even fixen. Oh ja, en Erik, wanneer mag ik die EBT nou weer doen? Ooit? Ja, ik ben echt zeer gepassioneerd. Ik wil weer gewoon weer lekker aan de slag, Erik. Ik heb er super veel zin in. Oké. Okay. Maar, Tony. Zou jij voor mij koppel prio 1 in de gemeente hebben willen joinen? Ja, Nigel, dat ga ik doen. Ga je mij alles leren? Nee, want je bent in dienst, vandaar dat ik het vraag. Oh ja. Ja, leert hem alles, hè? Na het alfabet, een aanhouding, staande houding, zijn deze gebruik, wapenstok gebruik, alles. Oh. Leer hem vooral rijden, Nigel. Dat is heel belangrijk. Wapenstok heeft hij al geleerd, kijk maar. Dat is al afgekeurd, want hij staat eigen collega's. Maar hij heeft al geleerd, ik wil gewoon even laten zien hoe het er in elkaar zat. Nigel, schrijf PF af, dat is voor hem de komende 3 weken geen probleem. Ik wil net zeggen, streep even af dat ik het kan. Nou, dan ging ik net de mails in elkaar lopen flansen, maar dan houdt het ook wel weer op. Nee, doe maar Erik. Sorry, ik nee, ik ga wel echt serieus doen. Mikey, kom eens uit. Ik ben weer terug en ik ben bedankt voor de kans. Ik zie het, ik krijg gelijk een wapenstok om me horen. Ja, sorry. Stuk. Staan, hou je mond. Willen jullie de politieportaal horen of niet, jongens? Ja, oké dan. Hey, Tony, ja. We zijn de 2103, maatje. Oké, maatje. Oti. 2103.
Wij hebben Erik's oude roepnummer van net. Ja, ja, zegt iedereen, oké. Okay. Oké, okay, Nigel, let's go. Hey, Erik, stuur mij even die dingen door. Milan? Oh my god, Milan. Is hij op vakantie? Hey, stuur dat even door. Oh my god. Erik, stuur door. Oké, yo. Doei, Tony. Doei, Stan. Dag. Tony, zou je voor mij een... Olaf. Oké, hij is nieuw. Yo. Stop. Hé? Zou jij voor mij een Amarok willen pakken? Maar dat was... Nigel? Ja, we worden ingedeeld op een bepaald voertuig. Ja, daar kunnen wij wel... Nigel, jij mag... Nee, je kan een spraakaanvraag doen en ik kan vragen of we op de golf mogen. Nou, wacht even dan. Doe maar! Nigel, ik ga jou leren. Jij bent mijn mentor leerling, ik ben mentor. Aangenaam, oké? Okay? Olaf is legend. Dat is Stan. Ja, ik wil niet golf. We gaan even... Ik heb een spraakaanvraagje gedaan. Hoor. Heel goed, oké. Okay. Dus nu moet je even wachten totdat de OVD zegt dat je... En dat is niet de OVD, het is de opco. Oké, totdat de opco zegt dat je mag praten, dan zegt hij kom eens uit. Dan moet je niet zeggen zo van... Ah! Maar dan moet je... Ja. En dan kan je zeg maar vragen, een beetje formeel, zo van... Zouden wij anders op de Golf 8 mogen? En dan... ik ga het vragen, jongen. Ik weet hoe het werkt. Ja, nou ja, dan geeft hij vanzelf een reactie of het wel of niet mag. Ik denk het niet, ouwe. En weet je bent toch goed bezig? Volgens mij ben jij twee strepen. Volgens mij heb ik het dubbele van jou. Ik zal even kijken. Jij kan goed overweg met de porto. Ik strip hem af voor je. Ook op gaat de status 10 als iemand die deze gaat overnemen. Dank je wel. Ja, de opco gaat status 10. Hij behandelt jouw spraakaanvraag nog niet. Dus je moet even wachten totdat de opco op iemand wordt geschoven. Let op. Ze gaan mij naaien. Let op. Ja, ik hoop het. Dan kom jij niet verder vooruit, hè, in deze dienst. 21-03 Nigel zou je... Niemand vrijwillig wil overnemen, Milan. Dan zou ik hem over moeten vergeten. Ik hoorde dat de 21-04 Nigel geïnteresseerd was. Negatief, aangezien ik met jou een mentordienst ga draaien, collega. Oh, excuus, ik had het verkeerd begrepen. Hallo. Oh, sorry Nigel, ik dacht dat je het echt meen. 21-02 Luca. Zou jij overnemen? Nee, ik ga een dienst niet zo eten. Sorry Nigel, ik dacht dat je het echt bedoelde. Ja, maar je kan hem nu niet dodgen, want dat is je gevraagd. Nee. Maar ik moet over 21-02, kom eens uit. Ik ga stuk. Tony's camerakabeltje met de 1 euro zegt, mag ik ook eens vakantie? Ik heb het al zo zwaar de hele dag in de kamer te hangen. Zeker waar. Sorry Tony's camerakabeltje. Je bent er gisteren uit geweest, want ik heb je gisteren van het statief gehaald. Daarom deed hij het daar straks even niet. Dus je hebt toch vakantie gehad. Ja, dan neemt Stan hem zo wel op zich. Bro, ik heb niet eens opgehouden, dat zou ik al lang gedaan. Nee, je bent nooit geweest. ja, ik heb geen opgehouden. Tony. Jongens, even porto-discipline alsjeblieft. Graag niet dat soort onzin in de porto bespreken, oké? Wie is deze meneer? Ja, Erik? Hij is aangemaakt. Oké, okay, jij hebt de opgehouden. Oh ja, nee, was mijn wachtwoord. Ik heb echt een hele goede wachtwoord. Dus ik kan nu nog even erop nemen. Andries. Ja? Mag ik voor jou in plaats van op de Die vind ik leuk. Die goeie Erik. Nee. Maar iedere keer als ik inlog, dan moet ik aan herinnerd. Tony, we moeten doen. Ja, kom dan. Erik. Waar is Nigel nu? Ik heb ook een lijstje. Er ook weer uit. Dit is Nigel. Ah. Oké, wacht. Ik heb echt... Luca, zet mijn opkoop voor je naam. Mijn mails wachtwoord is echt... Je bent een opkoop. Als je niet doet, heb je even richting Erik gaan. Namens Milan. Wie? Jij. Milan is een NPC. Tony, stap in. We gaan. Oh, ik kom. Hey, gof! Huh? Waarom? Ik heb het geregeld! Hé, ik ga even naar voren. Lekker man! Waarom hoor ik niks dan in de porto of zo? Nou, omdat de opco naast ons stond. Oh, ja, ik zit even in mijn eigen wereldje. Hey, zijn die lampen van jouw reshade ook zo erg? Ja, aan de voorkant, de voorlampen. Ja, bij mij is die stoppoort is bij mij ook zo'n doffe rode. Ja, ik zie het, ja, punt. Volgens mij staat mijn headset helemaal niet goed ingesteld. Zo dof allemaal het geluid? Oh wel. Nee, mijn headset heeft echt een grote error. Wacht even. Ik hoor even niks hoor, jongens. We gaan op pad, jongens. Mijn eerste DC-dienst. Nee, niet DC. Grapje. Mijn eerste politiedienst weer. Ik zit alleen heel even te kijken hoe ik... Ik zet mijn mails gewoon lekker hier op mijn linker beeldscherm. Even mijn headset weer aandoen. Nou, Jos, niet er doorheen aan praten, toch of zo? Hey, dat is Erik. Skip ik hem echt vol de hele tijd. Ik mag op een of hoede. Want mijn headset is echt raar. Oh, nu doet hij het. Hoi, Nigel! Hoi. Sorry, mijn headset, mijn oren bedoel ik, die zaten dicht.
Staan blijven of je wordt voor je bek geschoten. Aan de kant. Yes, meneer. Hij zei toch dat meneer. Erik was? Het is Erik niet eens. Zou u even willen oh, volgen? Oh, sorry. Is het? Zou u me even willen volgen? Oké, okay, ja. Ik ga niet meer klooien. Ja, ja. Nee. Nee, oké, jongens. Ik ga nu gewoon even zeggen. Ik ga gewoon zo serieus mogelijk zijn. Want we gaan gewoon Road to Daisy. Ik ga gewoon serieus doen. Oké. Okay. Kijk. Hé, bro. Meneer, dat is niet de bedoeling, man. Nee. Lekker, ja, echt zo. Nee, oké, ik ga gewoon serieus doen. Want er wordt wel een beeld voor mij gecreëerd nu. Dus komt goed, jongens. Komt goed. Hij vraagt of 4 keer iets aan. Oh, echt? Oh. Geef oeps. Bericht. Eenmaal achtervolging zwarte M5 CS. Zou ik een SIF kunnen krijgen? Hey, doe die dingen aan. KPN SIF. Of over de kant. Ja, ah, blijf met je tangles er vanaf. Ik heb alleen mezelf die momenteel op de zat. Allemaal over de kach. Over de kach. Ik geef ja, zo de komst. We rijden nee. Door richting pistol. Dat is dan mijn... Komst over. Dat is helemaal goed. Dus we rijden momenteel richting CBR. Ah, serieus. Ja, jongens. We gaan weer serieus. Slaat links af, gaan richting de politie impound. Moet even kijken waar we al de lukkrasen zijn. Rijd door, gaan een beetje richting de Maze Bank Arena. Slaat links af, neem een steekjes bij de Bratva garage. Zo kent iedereen dat toch? Ja. Gaat weer recht door. We cirkelen een beetje door die steekjes bij Bratva garage. Dat zeg maar dicht bij pitstop. Yes, aangekoppeld yes. Inderdaad. We gaan om dit route dus. Ja, positief. Ja. Zwarte M5 CS. Negeert het stopteken en gaat er vandoor. Het lijkt wel een hele rustige achtervolging zonder sirenes. Het is echt alsof... Ja. Hoe hard gaat dat ding? 3.15. Ja, zoiets. Waar ik het nodig had. Oh ja, maar Sif zit in een bankoverval. Oh, waar gaan jullie... Hij breekt je enkels. Maar je bent een Sif, zo'n Passat is een Sif. Nou, dat ding is hartstikke slow, man. Maar het valt wel onder Sif in ieder geval. We gaan in ieder geval, we komen uit... Wat... Hey, oh. Hij gaat richting pitstop, wij zijn gecrashed. Hier rechts zo'n meteen. En ik heb hetzelfde. Oeh, nee. Oh mijn god. Die remmen van dit ding zijn echt buiten. Hij rijdt richting olievelden, we gaan hem pakken. Ik voel echt alsof ik weer... Nigel, volgens mij hoor jij mijn 2 strepen te dragen. Nou, Nigel! Jij kan mij niet vertellen dat jij dit nog nooit hebt gehad. Bij mij kwam je eerst op mij terecht en daarna ging je naar voren. Ik heb geen idee waar het voertuig is gebleven. Ik rij even deze weg uit en dan... Ja, dit is 100% de snelheid rijdt jongens allemaal eruit. Jongen, jongen. Waarom heb ik zoveel rook op mijn ogen, man? Ja, omdat jij crasht. Wij zijn gecrasht. Oh, ik ook, ja, echt zo. Nigel is echt een NPC. Nigel is echt een geweldige kerel. Ik meen het. Echt leuk gast. Ik denk ik dat je dit echt ook echt over 1 minuut alweer vergeten bent. Nee, ik ga wel serieus doen. Maar dit is een Camry. Maar ja, gaaf man. Wat een hok. Maar het geluid van die wagen of is het GTE? Je hoort hem. Oh. Maar het is, hey, het is geen van GTI, jou, hè? Dik, hoor. Dankjewel. Ja, hij geeft een beetje licht. Als het een beetje fel buiten is. Kijk, dan is het alsof ik echt een kauwgombal heb staan. Een mooi blauw kleurtje. Dankjewel. Maar ik denk dat we hem kwijt zijn. Nou, dan is de staats 4. Dan moeten we weer terug naar de Porto. Dat klopt. Ja, ik zal hem zo sleep als bij de oude WW. Ik wil terug. Oh, top, dank je. Wat een G. Hij sleept ons gewoon terug. Ja, wat een strijder. Pak die ANWB voor. Wat een G. Meneer de ANWB. 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 Wilt u even naar die Futures Shisha Lounge schuiven? Ja, Robin, jij gaat lekker, man. Nou, Joe heeft jouw rijstijl overgenomen. Ja, mooi, hè? Door te rijden. Wordt er niks voor de regen. Nee, die regen is echt luid. Echt ziek irritant. Maar als ik een Future ben, dan regent het al bijna altijd. Dus ik haat regen, want het is... Ja, die stand, ja, daar hebben we niet zo goed regen. Regen is echt super luid. Dat is echt zo. Dus ja. Dat is het tegen mij. Hoe vaak gebruik je auto? Rij je echt dagelijks in? Of, nou, kijk, ja. hij staat wel heel veel dagen gewoon hier voor het raam, zeg maar. Maar ik heb niet echt waar ik dagelijks ergens heen moet met mijn auto. Afgelopen weekend ben ik dan even bij Street Gas online geweest. Dat was wel grappig. Ik kon gewoon kijken, weet Tony, je wel. Tony, jij mag rijden.
Oh, wat fijn. Niet per se. Jij gaat merken hoe kut die remmen zijn in de regen. Oké, ik ben benieuwd. Niet eens showen, maar er stonden echt zoveel mensen om mijn auto al gelijk. Dat is wel, ik vond het wel grappig. Maar nee, ik ga er gewoon heel veel leuke tripjes en uitjes mee doen. Eind deze maand gaan we weer naar de opening van de Nürburgring. Het is het nieuwe seizoen. Hey, collega, mag ik vragen trouwens? Hè? Ja? Jij hebt Reshade, toch? Ja. Welke Reshade preset gebruik jij? Band Knight. Die had Dylan volgens mij eens een keer doorgestuurd. Ja, ik gebruik die precies dezelfde, alleen bij mij ziet het er dus weer anders uit dan bij jou. Oh, dat is raar. Ja, je kan ook zelf een beetje in die settings gooien. Ik heb hier en daar wat sliders veranderd. Ja, dan gaan we... Als je vanavond ergens tijd hebt, moeten we even met z'n tweeën kijken als je daar zin in hebt. Ja, ik vind het prima. Want ik heb nu, zeg maar, dan de Reshade er weer in gedaan. Omdat ik een nieuwe videokaart heb, zeg maar. Ja? Maar is het nieuwe card in het ziet er wel dik uit, toch? Alles reflecteert. De tanks op de zon, heb ik ook, ja. Ook door Envy. Ja. Maar... Ja, wel bepaalde. Bij jou ziet het er wel beter uit. Hey. We gaan pakken! Moet het de status saven? Hier, de shift! Shift turned ook gelijk. Je mag hem even wegzetten, langs de weg. Hoe doe je het stopbord ook weer? Ik weet niet eens meer hoe het stopbord deed. Yes, meneer, wilt u voor mij even uitstappen? Ah, die Nigel weer. Nee, ik laat shit helemaal voor jou. Ruben, hele goede dag, meneer! U mag even de motor afzetten en u mag even uitstappen. Ja, ik blijf wel graag zitten, want het regent, anders krijg ik het koud. Oké, nou, als je de motor uit wil zetten en het raampje open kan doen. Helemaal goed, heb je voor mij misschien een geldig rijbewijs? Geen rijbewijs, wel vliegtuig. Alsjeblieft. Helemaal goed, dan kan ik even in het systeem kijken, dankjewel. Even kijken hoor. Hij ziet er goed uit, meneer. Ah, heb je ook nog die Stan? Ruben. Stan-pan. Hé, hey, die highgate, jongen. Piraat. Oh, wat een leuk ding is dat. Wat? Die highgate. Oh. Ja, Thomas. Mijn favoriete Belg. Gevaarlijke meneer. Hoor. Hoe duur is die auto? Echt 3,5 miljoen. Yes, ik zie inderdaad... Ik zie inderdaad dat je rijbewijs hebt. Reden van staan nou is dat je nogal best wel hard langs ons kan rijden. Wat is daar de reden van? Ik ben niet verplicht op antwoord. Wat zei je? Moet je naar mijn bed? Nee, bed. Oké. Okay. En wat is dan ook de reden dat je zonder kenteken rijdt? Nou, die zat er nog niet op toen ik hem kocht. Oké, ja, dat vind ik geen geldige reden. Want hoe lang geleden heb je hem gekocht? 3 minuten. Nou, dat is bullshit, meneer. Nee, dat is niet waar. Ik heb u gisteren nog gesproken. En er zit zo'n lelijk kenteken op. Iemands naam of zo, die op die ABT. Ja, klopt. Dat is het. Moet ik even doen. Nou, helemaal goed. Een lelijk kenteken. Chris, jongen, dat ga je er toch niet op de achterkant. Dat loopt me niet zo'n visualisatie. Nee, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk wel nodig. Ik vind dat geen geldige reden, meneer. Dus daar gaat u wel een proces verbaal van mij aan. Mag je de 18-0 in even helemaal opkomen? Nee, dat is niet nodig, jongen. Ik vind dat wel nodig, meneer. Ik heb een melding van een wapen op een N-weg. Mag ik een kijkje nemen? Meneer, hallo. Ik wil geen boete. Laat die boete zitten. Je mag gewoon even blijven staan. Ik sta 800.000 euro en dat is minder voor deze kutauto. Ja, oké, ja, dat zou kunnen, maar je hebt hem zelf gekocht. Dus je mag gewoon eventjes hier komen, want anders neem ik je auto mee. Ja, ik wil toch liever zitten. Ik heb het koud. Nou, je mag toch gewoon eventjes Ruben? Uitstappen. Ruben? Meneer? Je kunt je de boete geven, ik hoef er niet uit te stappen. Ik kan jou de boete zo niet geven. Je moet even uitstappen en dan mag je gaan zitten van me. Wat jongen, misschien die boete dan vandaag maar laten zitten. Nee hoor, je mag gewoon even uitstappen. Maakt alleen maar erger, anders gooi ik er nog eentje bij hoor. Voor wat? Nou, je ging ook door rood licht. Plus, je werkt in de naam niet mee. Je hebt zelf toestemming gegeven dat ik mag blijven zitten. Nou ja, bij deze je eerste vordering om uit te stappen. Bij de derde vordering word je aangehouden. Niet zo moeilijk. Je zei het zelf gezegd. Tweede vordering. Dankjewel. Niet. Heb je misschien... meneer de agent. Heb je misschien enige verklaring wat ik hiervoor kan opschrijven? Hey Nigel, die heeft meer spoed. Zo irritant dat ze dat... In die tijd dat ik weg ben bij de politie hebben ze dat nog steeds niet gefixt met het alt. We moeten echt bij deze guy zijn om een boete uit te schrijven en hij rent van telkens weg. Dat is echt zo irritant. Meneer! Ja? Heeft u enige verklaring waar ik hiervoor kan opschrijven? Ik ben niet tot antwoord verplicht. Ja, het is hij rijdt ook gewoon de weg met die sirenes aan. Hé, hij vlucht gewoon in die waggie. Ja, dat is belangrijk, Nigel, pak hem. Meneer, de boete bedraagt in ieder geval 6.000 euro. Ja? Ik zou zeggen, ik adviseer hem om hem snel op te zetten. Nee, dat die laat goed, ik wel zitten. Als jij nu je kenteken en je ramen gaat aanpassen, is dit goed? Nee, de ramen zijn goed. Nee, ja, oké. Okay. Ramen zijn goed. Ramen zijn goed. Ja, het over de laatste melding over het vuur. Ramen zijn goed. Hoi, Brabus. Maar, fix even dat kenteken, ja? Heel goed. Zie je rijbewijs terug, wens ik je een prettige dag. En volgende keer gewoon meewerken, zo moeilijk is het niet. 21? Yo.
Ja, zeg maar. Om wat voor voeten ging het? Mijn eerste voeten weer! Een escort, maar anders heeft ze misschien een wedstrijd en niet afgewend daarop. Hoeveel kan ik als een grote dame koppelen voor die afpakket? Oh ja. Let op, hè. Een SUV of Brabus... Welke voet ging het, iedereen dat gesleept moet worden, moet even port winnen. Dat kan ook. Ja, maar Brabus en een afpakket. Ben je dat gewend, hè? Hey, leuk, hè? Die emote, jongen. Ja, mooi om te horen, Matthijs. Slash EOL. Mooi, jongen. Klassieker. Dan weet hij niet hoe snel hij moet rennen. Je moet rennen voor alles. Meneer, ik skip een reclame voor jullie. Wil je iemand die door rood rijdt? Waarom krijg ik het stopbord niet aan eigenlijk? Welke is dat nu? Oh, snap je hem? Oh. Oh ja, zakelijke pit. Helemaal niet. Hey Jaapie! Je mag even aan de zijkant van de weg plaats gaan nemen. Wat is dat? Dat je even aan de zijkant van de weg mag gaan staan. Zouden wij kunnen aankomen? 1-2-0-0. We zijn in Amarok namelijk, bij La Fuente. U rijdt een beetje hard, hè? Op Copé, kom eens uit. Hij heeft je doorgebracht. Er wordt gevraagd om een extra... Je rijdt ook best wel hard, vind je niet? We rijden letterlijk, ja. Zullen we kunnen we aankopen? Heb je voor mij een geldig rijbewijs? Kan je slim? Stap in! Zo niet te wachten. Nee, uitstappen. Ik wil de achtervolging leiden. Ga switchen, jij. Switch! Ja, switch! Dat duurt 2 seconden. Dat duurt lang. Switch! Anders mag ik het nooit aftekenen, Nigel. Switch, ja. Hier, snel. Ja, ik ben er. Pitstop. Pas. We gaan pakken, hè? Ik wist toch gewoon vanaf moment 1 dat ik hem staan zou houden dat hij ging vluchten, maar ja. Druk even op O. Oh. Maar nu doen mijn lampen niet meer. Hé, Jaapie. Sorry. Zakelijke pit. Het heeft niet zo heel veel zin, hè? Ik bedoel, ja. Hi John. Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om deze jongen te veroordelen, snap je dat? 04 komt aan. Laat deze man. Geef bericht. Laat deze man. Ja, nee, pak hem meneer, pak hem. Nigel, wat gebeurt er allemaal in Porto? Chaos. Dan is team Loosje stiekreisje en dan besleek was. Ik heb hem afgestemd, maar zijn auto moet in beslag genomen welke. Dus dat is beschikbaar. Wat een sukkel. Waarom rent hij nou telkens? Nou. Hij denkt hij gaat wegkomen in deze Clio. Nou, Clio RS is gewoon dik hoor. Heeft hij een 6, kom zo. Ik kwam vandaag nog eentje tegen. Een Clio RS, dat moet wel lukken. Geen team Clio RS is gewoon lachen. Geen team logistiek beschikbaar. Dat is geen verkeerde auto. Hé, Pipo. Een handbag is op de hoogte. Ja, wat ben je allemaal aan het doen? Stap eens even uit. En dan krijg je hem stoppen. Wat ben je allemaal aan het doen? Je doet veel te grappig en je hebt aandacht tekort. Heb je een rijbewijs of niet? Want dan maar af dat hij niet weg. Heb je een rijbewijs of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Prima. Mag je, als je die niet bij hebt, mag je even tegen het voertuig gaan staan. Dan ga ik je even fouilleren op de wet ID. Ga eens kijken of je die bij hebt, yes? Als je nou weer instapt, jongen, je weet toch wel dat je die al... Nee, je hebt hem helemaal niet bij. Is het voertuig voor jou? Is het voertuig voor jou? Ja. Wat is je naam? Overkort met mijn eigen centjes. En wat is uw naam? Als het goed is, Jeff Willems. Als het goed is. Nou, als het goed is, is het goed. Hey, meerdere dingen. Je vlucht voor ons, je negeert het stopteken. Je hebt geen geldig rijbewijs en je hebt hem niet op zak. 55. Dus je hebt ook geen rijbewijs. Ja, ik hoorde dat is nul. Ja, opperwachtmeester als Wolf MPV. Je hebt geen rijbewijs. Nee, ik weet het wel zeker, want ik zie het in systeem. Kijken. Waarom is dat de motor, toch? Ja, is er nog niet van gekomen. Wat is er niet van gekomen? Dan ga je de motor pakken. Het rijbewijs halen. Keuze op de maar wel een auto halen. Ja. Kopie. Nou, en wat nou als we die auto wegslepen totdat jij je rijbewijs hebt gehaald? Wat vind je daarvan? Dat vind ik eigenlijk niet heel fijn, meneer. Nee, dat snap ik. Dus waarom ga je rijbewijs niet gewoon halen? Als je me daarheen kan brengen. Ik ga je daar niet heen brengen. Volgens mij kan je daar hartstikke goed zelf naartoe lopen, toch? Of een taxi bellen. Lopen? Ja. Ik kan mijn auto toch wel meenemen, hè? Nee, jij mag niet achter een stuur kruipen op dit moment. Daar heb ik me voor gekocht, meneer. Ja, dat snap ik. Maar je mag gewoon even je rijbewijs gaan halen, ja? Is goed. Als je nu gaat wandelen naar het CBR, bespaar ik je de boetes. Oh ja, is goed. Nou, wandel maar. Fijne dag. Ik kom zo meteen mijn auto ophalen. Nou, als je je rijbewijs hebt, ja. Misschien ook niet. Doe je dat, dan ben je strafbaar, word je gearresteerd, ja? Word je aangehouden. Als je nu nog instapt, dan word je aangehouden, ja? Ben je strafbaar. Is goed. Yo.
van de Pipo. Tony. Hoi Nigel. 1803 zei. Ik moet rijden. Ik moet even wachten op antwoord van hogerop. Oh, shit. Want omdat het voertuig natuurlijk van een hoofdagent is. Toen kreeg ik een heads-up van iemand dat eigenlijk alleen ik mag rijden. Dus ik heb het even nagevraagd aan Erik. Maar natuurlijk krijg je dat. Wat een verrassing. Ja, dus ik heb het even gevraagd aan Erik hoe en wat. Ik ben land in jas of die kerel. Meneer, wat is er gebeurd? Nigel, reis terug. Ik wil even kijken of die gozer in zijn auto stapt eigenlijk. Volgens mij doet die kerel doen al die piepo's gewoon irritant. Ik bij de hand? Hoezo bedoel ik? Kijk, ik heb al gezegd, ik ben good cop, bad cop. Dat ben ik altijd al geweest. Doe je leuk tegen mij, doe ik leuk terug. Doe je irritant, doe ik irritant terug. Hij is weg, denk ik. Ja. Oh, ik hoop echt niet dat ik hem tegenkom. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Oeh, oh, oh, noodstop. Hey, gassen. Locatie, ik zet hem. Op Mount Chiliad. Het is geen grap. Ja, kom maar aan, ik sleep jou. Let's go, Nigel. Gassen. Sneller. 10 kilometer, maat. Ja, dat zeg ik, Mount Chiliad. Kom. Hou nou eens op, waarom kan ik dat ding niet aanzetten? Ja, ik kan wel met een golf achter Mount Chiliad op, maar ik weet niet of dat helemaal... Maar waarom iedere keer als ik die zwaailampen aanzet, gaat die automatisch uit? Omdat ik dat moet doen. Serieus? Waarom kan ik dat niet meer doen dan? Omdat dat is aangepast. Ik weet ook niet door wie, wanneer... Dat is raar, want je moet het juist als bijrijder kunnen doen. Ja, ik denk dat het is om hoofdpijn tegen te gaan. Want ik word soms nogal gek van die sirenes. Aha. Dat snap ik wel, ja. En vooral als het de hele dag in deze stad regent, dan hoor je er ook niet zoveel van. Bro, ik zweer het. De straat is wel mooi bij mij nu. Ja, maar ik word er echt gek van, hè. Als het in deze stad regent, regent het echt urenlang. Ik meen het. Het is geen grap. Ja, klopt. Echt maar irritant. Bij mij is het dus ook zo dat op het moment dat het regent, ik heb daadwerkelijk, zeg maar, in plaats van dat ik, zeg maar, de regen zie, heb ik ook, zeg maar, van die druppels op mijn scherm, even zo. Ja, die heb ik niet. Dat vond ik niet zo chill. Nou, ik vind het voor dat realistische touch, vind ik het wel... Realistisch. Alsof je... ja, oké, maar dan moet je in first person rijden. Dan kunnen die regendruppels realistisch zijn, maar anders niet. Ja, oké. Maar het eet wel FPS, hoor. Zo. Ja? Nee, oogsnelheid, hersencellen. Ach, houd toch op. Domme woorden. Hersencellen, dat is niet zo realistisch in Nederland regent ook 24/7. Als je ja, dat je hersencellen hebt, dan gaat er iets niet goed. Ja. Wel licht buiten, hè? Ja. Heb je wel hersencellen? Ik heb negatieve hersencellen, man. Oké dan. Ik sta -7 of zo. Yo, Furus, wat af? Is dit geen Mount Chiliad, ouwe? Jawel, dit is Mount Chiliad. Oh, jezus. Dus hoe gaan we daarheen? Gewoon rijden? We mogen op het offroadpad mogen we 100. Oké, nou, dan gaan we lekker 100. Dan mag je in principe omhoog, want het is een offroadpad. Dus ja. We gaan met 80 omhoog, dit gaat 5 jaar duren. Lekker zeg, daar gaan we. Ja, hut. Dit is ook echt heel raar. hij stuurt niet zo best op rood. Hey Nigel, straks ga ik weer die AK taseren, ja? Daar was je bij, toch? Ja, nee. Ja. Zo! Zo grappig was het ook niet. Links. Oh nee, ik heb last van mijn longen. Dat zei je al. Nigel, serieus? Ik denk dat ring remt voor geen bouw. Hou op hoor, je rijdt recht op een steen af, je stuurt er niet eens. Oh, als over de hele als komt je kijk. Maar ik, ik ga gewoon weer AK taseren. Zo'n Mount Chiliad zie je. Ik heb een lichte motor. Maar wat advies. Mij kon slepen. Yes, klep erin. Kom op prio 3-4 wachten. Wat een herrie. Ja. Waarom kan ik dat wel doen dan? Dit. Ik ben ook onderweg. Ben je aangekomen, Nigel? Nou, als ik aangekomen kan worden, zou het top zijn. Ja. Ik kan niet slepen, kan iemand anders slepen. Altijd de auto schuld geven is goed, ja, 100%. Ja, altijd de auto schuld. Tegenheid naar Sandy. Zoveel eenheden zijn echt niet nodig. Nou, we zijn bijna. Ja, dit zijn de eenheden die dan naar die schotenmannen van Grapeseed gingen. Grapeseed schoten? Die hierbij horen, bij deze gasten. Ja, schoten wel een Grapeseed, dus er staat de sfeer. Dus ja, dat staat de sfeer. Ik stond letterlijk middenin en ik zag niemand schieten, dus.
Maat, we rijden met de Golf. Wat is die nu? Is het op in deze Coupé? Het is een off-road pad, dus het zou gewoon kunnen. Ja, hij zit erin. Ian, heb je al een noodknop locatie? We rijden overal 80, hè. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Die lumberjacht, waarschijnlijk hoe jullie net zo zijn beschoten in het naaste paadje. Mijn schuld of zo? Aan de bergen. Ja, jij zegt dat moet kunnen. Nee, ik ben niet. Ik heb A6. Ja, dit zijn toch overal... Hoezo? Jij ging het zelf doen. Ik zie ze. Voordat ik het zei, ging je dit doen. Ja, maar dit is gewoon overal pad, dus... Het is jouw verantwoordelijkheid. Jij nam de keuze. Ik heb niks gezegd erover. Hé, collega! Ja, dan... Hierachter, ligt de collega neer. Nee, die is al 2 minuten richting Sandy aan het rijden. Naar achter. Je rijdt weer over naar hem. Ik stap wel uit. Jij bent waardeloos, ja. Laat mij anders ook even liggen. Ik steeds op hoe er een schotenmelding komt op een plek waar ik sta. Yo, collega, kan je mij horen? Het komt allemaal goed. Het is niet precies in midden. Het is ook een beetje links, rechts. Als hij even op de E-spier kan klikken. Gebied, dus wat ik ook wel kunnen zien. Huh? Oh, wat is een ding? Of tenminste, moet je horen, wat maar. Ja, ik kan ook wel zo'n keetje hè. Ik ga even zo'n pols voelen. Ja, ik denk dat dat... Oei. Ik zie een kogelgat, collega. Maar goed, als iemand nog in de afhouder even noodshop van Abby, noodknop van collega? Abby, zeg iemand van de Kamar zou de top zijn, nog 21 keer. Collega, kan je op de eerste keer staat 7. Oh ja, geef recht. Ik heb hier een collega neergevonden. Ik zie een kogelgat in zijn lichaam. Ik ben CPR aan het toedienen, maar er is dus is hier... Is dat bij de houtzagerij? Ja, ja iets is omhoog daar inderdaad, op de berg. Ja, we zitten iets onder jullie. Dus Luca, die is gesteld door de FG-cat, Scorp en de Smith en Wesson. Oh ja, ja. Dus die is niet meer te rijden. Dus iedereen kan terugkeren richting Porto 1. Moeten we hem hier laten dan? Ja, dat is cool. Je kan zijn pols voelen. Ja, dat heb ik toch gedaan. Ik voel toch een hartslag. Maak eens melding. Zorg dat de ambu komt. Hey broer, blijf pompetje. Ja, dat doe ik toch. Blue, doe dan. Maak een melding. Snel. Ja, wat draai je? Hij dacht dat hij waarschijnlijk niet meer te redden was. Dat is gewoon een padje die komt. Hoor die Nigel schil, jongen. Ik hou van deze kerel. Wat een gouden gast. Ik ga wel met lichte motor daarop. Kijk wat er is. Ja, is goed. Die jongen die schreeuwt zijn longen uit zijn lijf, letterlijk, want hij heeft last van zijn longen. Oh, goud. Ik ben momenteel aan het rijden naar die melding. Nou, ik hoop niet dat ze hier komen, jongens. Hoe lang is het al aan het regenen? Zou iemand eens gewoon kunnen kijken in de stream? Sinds wanneer het al aan het regenen is? Rechtsbovenin zie je de tijd? Kan iemand dat eens even checken? Volgens mij regent het echt al bijna een uur. Ja. Ik word er echt gek van. Ik heb weer een advertentie voor jullie geskipt. Bedank me later. Je hoeft me alleen te bedanken door even op het like-knopje te klikken. Hoef je geen advertentie te kijken. Daar mag je wel en anders laat je wel een advertentie kijken. Dus nu liken, anders geef ik je een advertentie. Begrepen? Doen, hè? Nou, wat een spanning gelijk in mijn eerste dag weer, Nigel. Ja, joh. Het is ongelooflijk. Ik ben bezig met deze collega. Het komt allemaal goed, collega. Stuk. 40 minuten al? Ei, dat is echt lijp. Thanks. Wie, je krijgt nu advertentie? Huh? Niet! Ik heb ze geskipt! Ik heb die advertentie geskipt! Zo, zijn hartslag gaat wel goed omhoog houden. Ja, kijk Nigel, ik ben gespecialiseerd hierin. Toen ik nog bij het korps zat, toen heb ik hier een speciale training voor gevolgd. Dus ik ben er heel goed mee bezig, toch? Eerlijk, EHBO kan ook wel afgestreept worden vanaf het lijstje. Wat is het lijstje eigenlijk? EHBO staat er niet op, collega. Wat staat er eigenlijk allemaal op? Ga ik je zo meteen voor je bijpakken. Gelukkig maar. Wel als het niet regent, want dan kan ik tenminste wat verstaan. Ik versta bijna niks als het regent. Oh ja. Hij rijdt wel harder dan 80, denk ik. Nee. Krijgen jullie echt een advertentie? Maar ik heb hem geskipt voor jullie. Hey, zijn bloed gaat naar beneden, maar zijn hartslag gaat omhoog. Alsnog even liken, dankjewel. Nee, het komt goed Nigel, ik weet echt wel wat ik aan het doen ben. Heb je er iets tegen? Ik laat mijn collega niet zomaar left to die, oké? De Appie was 9 kilometer uit. Hoeveel? Ik zie hier ook de auto van Appie staan. 1? Ja, ik ben nu 1 bij. Kilometer? Meten. Yo Raf, thanks voor het abonneren. Hey, dankjewel voor het abonneren en broertje Pinda Gaming. Dit gaat goed. Dit gaat goed, Nigel. Oké, trap bagage, je hebt toestemming. Ik dief naar beneden. Ze zijn 5 kilometer uit. 5? Ja. Laat ze zoveel tempo maken. Ik heb gezegd, je hebt toestemming om harder te rijden.
Ja, toestemming om dat ding door tot de begrens te laten rijden. Kom op, man. Ja, de hele tijd redlinen, inderdaad. Kom op. Ze moeten wel even tempo maken. Dat is ook niet goed. Ho! Verkeerde. Nee, niet Luca. Ik ben boeien. Luca! Ik heb nog ergens als Tim. Is het Luca? Double Shelby, ja. Jeetje. Wat doe je, Nigel? Het is echt niet voorbij. Kom, help! Doe even niet zo pessimistisch. Ja, kom het uit. Doe wat! Ja, wat moet ik doen? Ja, gewoon. Je bent veel te pessimistisch. Kom! Hij zei dood. Ik zal van berg naar beneden. Geef je eigen bloed voor hem. Kom. Zijn er nog mensen daar in de buurt die kunnen kijken? Moet ik zorgen dat je bloed krijgt? Kom, Nigel. Ik ben erop. Kom! Wacht, ik mag niet opstaan. Heeft dat te maken met die situatie van... Mag nog niet. Nee, ja, Nigel heeft per ongeluk op noodknop gedrukt. Goed, Nigel, hier. Pats, hier bloed je wel van. Auw, hoezo? Hij reageert allemaal. Ik gaf je alleen even wat bloed. Ja, hij is wel dood. Ik heb hem naar geleden. Oké. Nigel, ik hoor ze. Ze komen eraan. Je moet zo hard massage blijven. Oh ja, je hebt gelijk. Daar was ik heel goed in. Je hebt gelijk. Kom op, collega. Je kan dit. Nigel? Nigel? Nigel, ik voel geen pols. Nigel? Wat voor bloed heb je erin gestopt? Heb je al gekeken naar wat voor bloedgroep? Ik denk dat... tweeling, broer. Hij heeft bloedgroep B. Ik ook. Nee, je hebt A waarschijnlijk. Nee, ik heb B. Ik weet eigenlijk echt niet welke bloedgroep ik heb in real life. Oh. Hoe zou ik dat moeten weten? Weten jullie dat, chat? Free. En ik heb het nog geprobeerd, hè? Ik heb dus echt geen idee. Maar dat krijg je volgens mij ook alleen te weten als je een operatie ondergaat of zo. Ik ben nog nooit geopereerd in mijn leven. Ik heb een melkkamer van een rode Golf en een gele Audi. Bloedprikken heb ik ook nog nooit gehad. Die staan, ik reed daar net langs op zakken staan. Ze blijven allemaal water. Nee, ik heb dat echt nog. Ik heb nog nooit zo'n moment gehad waarop ik dat te weten krijg. Ben jij maar aan op een kaf voor de kaf? Kun je daar een andere een op aanpakken? Je bent niet snel genoeg! Je bent niet snel genoeg voor onze collega. Ik zal nog even een poltje voelen voor de zekerheid. Ja. Oké, okay, ik ben niet snel genoeg. Bloedtransfusie, ja, alles gaat. Ja, we hebben zijn arm opengesneden van mijn collega en we hebben ze bloed gegeven. Oei. Ik heb er 5. Je was niet snel genoeg. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, dat snap ik dat klopt, want dat voelde ik zelf ook wel. Dan blijven we nog. Maar er was nog een collega, heb ik gehoord, die van de werk afgekleed of zoiets. Hè? Is dat zo? Ja. Is het op auto's of gewoon samen? De Porto. Hoeveel inleners zijn er? 5. Ja, ik zal het rondkijken. Voor nu nog samen. Spijt me, collega, ik heb gegeven wat ik kon. Schot van de ambulance. Doei. We zien je wel weer. Nou, kom Nigel. Let's go. Holy shit, Bob. Wow. Dat gaat voor jullie. Ik geef heel hard aan. Nee. Nigel, ik zweer het. Je gaat even normaal naar beneden rijden. Er komt een auto aan, oké? Okay? Pas op! Nigel! De opkoop B gaat de status die inschrijven, want die wil je de opkoop zich wel nemen. Nigel, schreeuw even ja. Zeg even ja aan de porto. Zeg ja. Yo, skipau. Ik wil even torneren. Hey boys, als je mij trouwens gaat volgen op Instagram. Nu eventjes gewoon snel. Ik krijg van mij een dikke shout-out, man. Instagram is hetzelfde als mijn YouTube. Zet ik... En toen kan je ook op deze Nigel, ik zweer het. Zelfs als mijn YouTube. Ik zou zeggen, vergeet niet even te volgen. Of te kijken, dan krijg je mijn live shoutout. Oh, kijk jongens, hij staat al klaar. Dus als je me nu volgt, krijg je een mooie shoutout. Zoals Johan. Alleen ja, Nigel is een beetje een piepo geworden. Dus ik ga hier even geen reactie op gooien. Dus ja. Teunis, Friso, Lars, dik zou nu jullie thanks voor het volgen. 7 Carshots S0578 JKLWB Lars, dankjewel. Oh mijn god, Mark. Pff, jij volgt me ook als LPMT. Shelby, Bank, TikTok. Mats, Scott en Pentik, Jortje, Pasta, Bartjan, Thijs. Oh, dit zijn er wel heel veel. Oh mijn god. Obetema, Joel, Roelof, Ivar, Kassem van Sam, Jack, Tieme, Jason, Teun. Jarne, Thijs, Senne, Mitchell, Boas, Bjarne, Tissen, Rick, Ruben. Oh mijn god, ik ga nog 1 keer doen, dit is al heel veel. Oh ja, het gaat wel, Nigel. Hey, Brecht. Zou je sowieso even de opkoop willen nemen en aankoppelen op de buurt? Dit is sowieso die M5 die eerst achter ons aan zat.
Oh mijn god. Ik ga hem nog één keer doen, even kijken. Melding is gemaakt. Robin, Heidse, Jontje, Simon, Quinn, Tigo, Teun, Daniel, Rick, Joey, Dashley, Dani, Witse, Wietse, denk ik. Jack, oh die had ik allemaal. Thanks voor de follows, jongens. Ik zou het nu doen. Ja, man. Ja, het gaat wel. Op Instagram zeg ik ook altijd wanneer ik live ga en krijg ik wat mee van mijn privéleven. Dus dat is leuk. Wat gebeurt hier? Shit. Een SVG erbij, oké. Moet ik Norman, AWB's onderweg. Oh, Nigel. Broer, ik kiegel die berg af, die remmen deden. Nigel, ik heb ook een repair kit, hè? Ja, nee, maar AWB's onderweg, joh. Het zal bijna een uur aan het regenen in de stad, ik word gek. Ik heb een roodband of zo, man, wat is dit? No, ik reed gewoon op die off-road paardje, toch? Waar ik gewoon nog mag rijden, toen, ja. Was ik de lul. Ik kan jullie niet rijden. Ah, joh. Maar Tony, als jij in de gemeente naar trainingplanner gaat, is er vanavond een opkoop P-training. Ja, waarvoor heb ik dat nodig? Die heb je ook nodig voor je promotie. Dus dat is dan in principe dat een training van, laten we zeggen, 20, 25 minuten. Dat is gewoon heel simpel. En die moet ik hebben of niet? Ja. Dat is gewoon theorie bekijken. Ja, mijn collega en is gegaan. Heel simpel goed. Dat zijn gewoon basic test vragen. Ja, als jij het zelf daarvoor zou willen inschrijven, zou dat top zijn. Oh, ik moet even kijken of ik vanavond daarvoor kan. Dat ligt hier op de grond. Ik zie een zakje. Ja, die wel goed spel. Snel kijken. Hoi, wat is het? Repair kit zeker, of niet? Ja, 21.06, Miguel Garcia gaat ook status gek. 10. Fijne avond nog geleerd. Hè? Avond. Je moet even op normen, want ik versta er helemaal niks van. 21.08. Kijk, dat is de PV. Oh ja, haha. Lachen. Ja, de 21.06, Anton. En weer in de M5. Niet normaal. Yo, de boxing head Ryan Junior de Mol. Super bedankt voor het abonneren, jongens. Ja, een beetje onderweg als het goed is. Ik vind de subkant wel heel groot staan. Ik ga die even ietsjes kleiner maken. Ik vind hem toch iets te groot. Dus dan moet ik even zo. Kijk, er staat toch wat clean. Ik heb een spraak over. Nee, sorry. Tony! Ja? De DK gaat zaterdag 10. Ga even hier binnen 18, staan, dan heb je minder regen. 2, kan je overnemen. Dat is wel goeie, ja. Hey! Beter. Je was naar dood gegaan als ik het goed had gehoord. Meneer in M5. Ik heb een vraag. Hij staat nu volgens mij gewoon even groot. Nee, hij staat beter. De 0-2 is volgens mij nog steeds dood. Nou, oké. Ibrahim, kan jij hem dan zo meteen melden dat ik die over de helft zeg maar neem? Right. Ik neem wel op en dan gaat het los. Schiet in de lucht met wat? Met deze? Je spreekt uit als Joe en met dan aan elkaar. June! Joe! Ik wil even een opkomen aanstellen trouwens. Joe! Joe, thanks man. Goed dat je het zegt. Lof. Fijn dat jullie er zijn. Joanne. Bye! Toen je nu weer politie bent, ga je toch ook wel weer naar mijn en Bas ons standbeeld. Oh, lekker narcistisch, hè? Eerst jezelf noemen en dan Bas. We weten dat je belangrijk bent, Jelte. Jelte, ga morgen die dingen ophalen, trouwens. Ja, maar, als ik er langs kom, dan zou ik dat zeker wel doen. Ik ben alleen even iemand vergeten. Was dat deze? Jouw Anko! Alles goed, Anko. Welkom bij je stream, jongen. Yo, Sheriff, what up? Welkom bij je stream. Vraag wat op je lijst staat. Oh ja, Nigel. Ja, ik heb dus waarschijnlijk iemand met een ABT voor 11. Hè? Hey, doe jij dat eens of niet? Wat is ja, er? Ja. Zegt deze guy allemaal. Ik ga hem even bellen, maar het begint mij stom over te maken. Training. 18.01 en 18.02 komt er. En die opco training. Ik moet even vragen wat ik allemaal nodig heb voor mijn promotie. Ja. Kan je het volgen op maar mijn schoenmaat is 1037, ja? Ik ga vragen wat ik allemaal nodig heb, jongens. Het is een packet, ja. Maar AMB is toch onderweg. 1002, leef je weer. Even wachten. 2107, Luca gaat de status 10 weer later weer terug. Vanavond. Ja, bedankt voor je inzet. Doe het helemaal. Dat is een fikse schoenmaat. Jongen. Wat ben je allemaal aan het doen, Nigel? Een belletje plegen. Naar? Een maatje van me. Maar AMB is toch onderweg, zei je? Ja, maar ik krijg nog een ton van die maat. Oh. Hey, ik vroeg me af, hè, wat heb ik nou nodig voor promotie? Ik luister. Wacht, 2 seconden. Oké. Okay. Yo, Pietje. Linkersnelweg tankstation. Ik kom daar zo in, ja?
Ja, ik kom daar zo ja, heen. Even ja, even. Voor wie is die Lamborghini op het achtergrond? Yo. Die? Die blauwe, ja, die is van mij. Sleep even. Oké, ik luister, ja? Rotte, lijpe donatie. 55 Oké, ik luister. Wat? Nou jongens, dit hebben we nodig voor promotie. Stand-by. Mijn subcount staat nog steeds niet lekker. Ik ga hem iets kleiner maken. Komt even niet aan. Oh mijn god. Oh kijk, hey! Kom, Tony! Ja, ja. Weet je wat grappig is? We zijn langs de 123-123 gegaan. Wel tof. Vind ik super tof. Ik skip een advertentie voor jullie. Tenzij je niet hebt geluid, dan krijg je nog steeds een advertentie. Oké. Voor jou. Ja. Niet. Ja, maar nou, doe dat even. Ik wil het eigenlijk even hier. Want ik versta bijna niks door de klote regen die al de hele dag is. Auto, ja? Ja, daar versta ik ook niks, dus kom hier. Oké. Een aantal alfabet herkenningspunten, status. Ga nou eens wat harder praten, want ik hoor je bijna niet. Oh. Oké. NATO alfabet. Hey, later. Yo. Hey, rustig. Je bedoelt Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, waar was ik ook weer gebleven? Oh ja, Tango, Uniform. Je hebt de V van Victor. De W van Whiskey. De I van Yankee. En de Z van Zulu. Dus? Oké, herkenningspunten. Herkenningspunten? Ja, dus gewoon calls tijdens achtervolging. Denk toch goed? Ja, dat staat nu. Voor iedereen nu van kom maar als je even naar Wat zei je? Dat kan ik pas na 3 achtervolgingen of zo zet ik dat pas gewoon goed, zodat ik zeker weet. Oké, nou dan moeten we nog meer achtervolgingen zijn. Hebben. Ja, dat komt ook. Ik heb X-rig al geskipt, ja. Naar de B-klasse, dan kan je wel rijden. Statussen, nou dat gaan jullie niet gelijk opratelen. Dat doen we zo wel als we ergens stilstaan. Oh ja. Beheersen van een staandhouding, beheersen aanhouding. Nou dat is gewoon mensen aanhouden, staandhouden. Staandhouding staat op voldoende, aanhouden moet nog gebeuren. Nou, je moet goed kunnen rijden. Nou, dat komt ook wel goed. Dat komt ook wel goed inderdaad. Yo, Lucas. Mensen dat mensen abonneren, dan moet je naar rechts sturen. Ja, en als mensen liken dan links. Yo, Shine. Hey, luister Pietje, ik ben onderweg. Je rijdt bijna grenspost. Kastuk. Nou, easy promotie toch? Neem ik zo meteen nog wel met je door. Dan hebben we zaken met advocaat. Voertuig in beslagname. Onderhandelen. Afhandelen van een verdachte. Gevangenen transporteren, die is niet zozeer essentieel, maar wel chill als je hem al hebt gehad. Maar hoeveel moet ik allemaal doen? Ja, heel veel. Dat is echt toch niet normaal, maar wanneer kan Pietje, die... Pietje, ik kom eraan. Ik ben bijna grenspost. Wanneer kan ik die promotie vangen? Gewoon als ik die dingen af heb? Yo. In principe, in de 3 diensten die we gaan draaien, sowieso. Want ja? Het moet sowieso 3 diensten zijn. Ian, kom zo. Komt het wel goed. Oké. Want in principe is het niet zozeer ja, ik heb dat recht, alles collega. Afgevinkt moet worden, maar dat ik de vertrouwen erin heb dat jij een goedwaardig agent bent. En vandaar dus ook meerdere koppeldiensten. Ja, recht. Mooi, nou, dat komt wel goed toch? Ja, dan schreeuw ze hard in de porto. Gelukkig maar, gelukkig. Ik heb er zin in. Wat is er aan de hand, Ibrahim? Chat, jullie zijn stil. Kan je even naar best posten komen? Vond ik niet leuk, hè? Tuurlijk, jongen. Wist je nog? Is wat laat maar, ik heb dood. Hoe is het met jullie chat? Maar mij gaat het goed voordat iedereen het gaat vragen. 1, 2, 0, 8, kom zet. Zo. Maar in principe alles wat er moet gebeuren, dat gebeurt gewoon in het alledaagse wat je de hele dag eigenlijk wel een beetje doet. Ja. Dat 7 goeie man. Hij heeft geschoten, graag extra eenheden. Geschoten extra eenheden? 1203 zijn jullie beschikbaar. Witte Taycan. Ja, positief. Ah, hey Pietje! Zijn we de 03? Hadden we een witte Taycan. Hoi Dylan. Hey. Karel! Hoi Dylan. Karel! Nu richting auto Dylan is B. Leuk aan het streamsnipen. Hij heeft even vandaag niks te doen. Ja, hij is even, leuk aan het streamen. Ja. Wat? Pak hem maar! Je mag al van mij totaal losrijden. Is nu Cardi. Oh, vuurwapen rechtdoor. Links af, ga maar gewoon. Mace Bank Tower. Dylan moet even video opnemen. We gaan Tony Gaines streamen. Ik zit nu ook achter persoon met vuurwapen.
Ik ging laatst Dylan toch ook stream snipen in mijn stream. Dat was lachen, jongen. Ik weet niet eens of hij dat aan het doen is, hoor. Ik denk het wel. Want dan stond hij daar niet de hele tijd. Ik weet het zeker. Maar dan rekenen we de goede kant op ook. Kijk, dat zouden we denk ik link wel moeten schieten. Gaan we richting, Eclipse Garage. Ik weet het wel zeker. Wat denken jullie, chat? Rijden de goede kant op. Hè? Ja, welke voertuig? Taycan, toch? Witte Taycan. Achter! Hé! Omdraaien! Ik taser hem! We hebben de auto gesignaleerd waarschijnlijk. Staat voor Eclipse. Nee, ja. Hij is nu Rode Garage. Oh. Huh, oké. Okay. Wat? We zijn onderweg. Nou, Rode Garage. Oh. En dan gaan ze nu zeggen, het was hem niet. Ik heb een Rode Garage laten gezien, maar er wordt nog steeds actief geschoten. Dit was net ook die M5 die aan het vluchten was. Pak hem, boys. Er was aan de hand. Dat zal wel, ja. Ik weet zeker dat Dylan bezig is met zo'n video. Hij moet even mijn concept chatten van mijn Marius. Hij is een dief. Maar er wordt ook nog steeds actief geschoten bij Legend. Hij verschijnt zo meteen wel. Komt goed. Ik zie daar mogelijk weer een. Het is sowieso dat hij kijkt. Hey Dylan, wist je dat ik niet eens hoefde in te loggen voor die subcount? Ik heb weer een advertentie voor jullie geskipt. Waarom wilt YouTube zoveel advertenties voor jullie erop doen? Ja, daar zie ik blauwe lampen. Maar hier is niet zo heel veel. Maar welke AB was dat? Oké. Okay. Nieuwe, gewoon politie AB. Die rijdt in een roze golf en een grijze MW. Hè? Maar we zochten toch een Taycan? Dat zei ze net. De zwart-grijze Taycan, die heeft ook gevlucht, maar... Waarom is nu een zwart-grijze Taycan? Het is een beetje drie auto's dat we hier nu zien, dus ja, vermoedelijk hebben die... Nigel, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, wacht even. We gaan even auto's switchen, dan kan jij rijden. Is goed. Kan ik goed laten zien. Maar Dylan's voice change heeft geen zin. Had dan even eentje gedaan die ik laatst had. Echt zo'n ventilator. Collega's ligt hier in persoon neer. Alsof je in de badkuip aan het praten bent, weet je wel. De hoogte van welke moet nemen? Het kledingwinkeltje. Ik ga een ambulance. Nigel! Pak hem maar, B-klasse. Oh ja. Zet jullie achter iemand aan? Tony J! Kom, gassen! Vuurwapens! We pakken ze! Hoi! Let's go! Go! Hé, hey, er wordt hier nog steeds geschoten. Woeh! Laatste wel. Nigel, we gaan steeds gek. Tenminste, ik. Je pakt de oude B-klasse, bro. Ja? Ik vind het toch wel mooier. Wat doet hij ook? Pipo! Je stuur op ons in, maat. Spoiler. Wie kan er net ja, omdat je op mijn weg rijdt. Waar moet ik anders heen? Moet ik echt op jou afrijden? Ja, kledingwinkel. Ja, wat? Richtingskant, zeg maar. Gaat het wel een beetje. Ja, met mij gaat het, met jullie. Ja, met ons gaat het ook wel nog. Maar ik rij op jullie weghelft? Ja. Moet je echt even naar de opticien, gast? Ja, dat moet dat nee, maar ja. Een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Van een padje af. Nou, als het met jullie gaat, dan wens ik jullie verder prettige dag. Een hele fijne dag. Ik heb een keer perk. Heeft geen perk? Nee. Nou, excuus, meneer. Nou, het kan gebeuren. Jo, hè? Ja. Hey, sorry, meneer. Rijst een stukje weg? Het gaat, Nigel? Ja, vermoedelijk dat ik de persoon met vuurwapens zie. Ze gaan om zwart, kan je geen thee. Zit Jesse Cortez in. Heet die? Weet je zeker? Ja, dit loopt dood. Dat is een auto AB. Moet ik een perkertje erop gooien? Ja, kan. Ik weet het welke auto AB bedoel je? Gewoon echt oud oud? Oud, zeg maar gewoon auto AB, toch? Ja, toch? Kom maar aan. Nee. Ik durf te zweren dat het die zwarte Cayenne is, namelijk. Rijdt nu richting Rode Garage. Ik reed totaal niet op hun weg. Hele case achter. Zij reed het juist op mij in. Ik zie één R6 erachter, verder zie ik niemand. Nee, het was er hele keten toen we op hem klapten. Ik zit er nu achter, man. Hij rijdt vanuit achterkant door je garage richting ANWB. Gaat bij ANWB rechtdoor richting kledingwinkel. Hij zet hem langs weg. Anton, kom maar, die man is stad. Welke HB kledingwinkel? Je kan hem fouilleren op wet wapensmunitie omdat hij weg van de schotenmelding. Waar was hij, Nigel? Kledingwinkel links. Rechtdoor, kijk! Collega, leef je nog? Wat is je locatie? De kledingwinkel. Ja, kledingwinkel Rockford Plaza. Kom maar aan. Meerdere malen schoten. Ja, die is dood. Wat voor auto's? KJGT RSS. Zwarte kleur. Collega, kun je mij horen? Ah, nou. Serieus.
Oh, collega. Ik voel geen pols en ik zie een kogel in zijn hoofd. De zwarte RSS rijdt hier langs. Afgepakt door 3015. Yes? Tim, ik moet toch insturen omdat die gast toch op mij afkomt? Als ik toch rechtuit ga, dan vermoordt hij mij toch? Het is toch niet gek dat ik dan af moet sturen? Vrienden, mannen, waar is die? Wel grappig dat gelijk... Ja, Nigel pakt als een bodycam. Wat was de locatie? Rockford Plaza kledingwinkel. Welke collega ligt er op de vloer? Is het de Tony of... Wacht, hij is trouwens op de locatie. Waar de fuck is Rockford Plaza? Dat is postcode 70... 57. Bij AMB aan de overkant, zeg maar. Maar ik snap niet waarom gelijk iedereen headshots moet. Ja, dat is waarschijnlijk een clip. Net zonde. Ook. Nee, het is Jalisco. Het ging om Jesse Cortez. C-O-M-B-A-T. Hebben jullie nog voertuig in zicht of niet? Mooi, even negatief. Tijd om mijn dingen te fixen. Wij kwamen erachteraan gereden nadat ons voertuig kapot was. Wij krijgen een schoten melding en deze collega ligt hier dood. Even kijken. Wat heb ik nog meer? Mijn pet! Jongens, ik ben trouwens nog achteraan gegaan voor mijn hoed. Maar ah ja, die heb ik geen zin in. Helaas jongens. Ik mag wel mijn hoed op als een politielogo opstaat. Dus eigenlijk moet ik heel lief de developers gaan vragen of ze dat kunnen fixen. Wat zijn die lampen? Waarom is dit zo... Wat de hel? Hé? Ik snap dus echt niet hoe dit kan. Is er iemand die weet hoe ik dit ga kunnen fixen? Want hier, kan jij GT rijden achter? Oh, gas. Kan jij GT pushen? Het is zo raar. Kijk dan, dit zijn gewoon... Het is echt veel te veel lampen. Oh. Echt een rode garage. Het is echt insane. Hij wou actie, denk ik. Nou, helaas voor de collega, hè? Een melding. Een strand. Tuneshop. Tuneshop. Daar gaan we zeker naartoe. Nigel? Ja. Ja, rij maar. Dat is namelijk. Ja. Natuurlijk. Ja, die lukt gezet bij rode garage, bro, of niet? Nee. Oh, dat was iets anders dan. Ja, draai. Juus, ga daar maar aan, Timo. Het is een die auto's. Ja, pak die paar zeggen 6. Rijn door. Stille. Nee, rij hem door. Eerst in de schoot halen. Dat is Dylan, 100% dat is Dylan. Waar was de vuurwapenmelding bij het strand precies? Ja, tuneshop. Oh. Hey, Appie, voor jou. Hij is al weg. Kijk uit. Ja, wil je doorrijden? Dankjewel. Die Appie stering hard zonder reden ook gesloten. Yo, Dylan! Een paarse KMGT stond stil hier auto te repareren. Die R7, hè? Ja, kageltje. Oh. Laat me niet uitstappen en zo'n bank poppen. Dashboard clear. Voor mij mag je, hè? Trouwens. Ja, nee, maar dan krijg ik weer gezeik met Erik. Dat vind ik niet. Boeien, hè? Nee, doen we niet. Hoe lang duurt de video nog? Dit is geen video. Ik schouw af, te veel eenheden, joh. Ik ga even wat repair kits inslaan, ga. Doe je mee? Ik heb 26k, man, dus dat... Momenteel wordt de hond meer denken weer gescoord, jongens. Ik heb volgens mij Dylan zijn nieuwe nummer. We hebben iemand met een vuurwapen, maar hij heeft niks gedaan. Er wordt trouwens nog een schoten melding bij Royal Garage, de A7 weer. En de bocht. Ik weet niet of ik daar naartoe kan gaan. Ik heb gewoon iemand aangetroffen met een wapen. De dikke locatie. En dit is trouwens, ik weet niet, hij heeft niks gedaan, maar dit is trouwens wel zeker weten Jesse Cortez. Yo, Lee J, what up? Dat weet ik wel. Welk wapen is dit? Jesse Cortez? Jesse Cortez? Nog meer vuurwapen. Letterlijk net die collega doodgeschoten. Ja, ga maar snel naar die schoten, man. En nog meer vuurwapenmelding bij. Hey, voor die gozer die Jesse Cortez. Nigel! Ja, wacht even. Die gozer die Jesse Cortez heeft. Kijk, IC-politie in het gebaar, dan hoor je zijn stem en daarna zie je collega die doodgeschoten wordt. Ja, helemaal goed. Maar er zijn hier nog meer vuurwapenmeldingen. Die man is in de war. Ik denk dat het niet Jesse Cortez is, alleszins. Stuur even die andere mensen weg hier. Was dat Dylan? Ja. Hoe weet je het? Luister, gewoon aan hoe hij ons ziet aan. Zeven wordt hij momenteel nog actief gestoord. Ik heb dus ook het gevoel. Hij heeft even een tweede auto. De volgende keer dat hij langs komt, deze rikse band. Van dat je het weet. Ik ga even een repair kitje halen aan de overkant, ja? Ik heb het even. Tony, ik red wel een beetje mee, kom. Ik heb nog. Nee, ik heb nog. Oh, oké. Okay. Bro, ik was in de war, dus trouwens alles van nee, pas, maar goed. Dunne heeft een beetje aandacht tekort vandaag. Bro, dit is leuk. Dat is wel triest. Een blauwe RS6 heeft me waarschijnlijk geschoten, jongens. Ik zweer, ik... Ja, jij gaat echt een band taseren, zweer?
Ja, waarom niet? Ik bluff je, ik bluff je. Denk je dat ik grapjes maak als ik zoiets zeg of zo? Ja, ik zul even mijn doel op de grond leggen. Maar ik moet wel zeker weten dat hij het is, anders heeft het niet zoveel zin. Kom. Ik krijg gewoon omhoog, hè? Kijk. Hots. Even kijken, waar moesten we heen? Waar was die noodknop? Had je dat gezien? Nee, man. Ja, hier ergens voor ons. Waar? Waar was die noodknop, collega's? Oh, hier. Ik zie hem nog, ik zie hem nog. Bij de bank? Waarom zit hier een bank? Dat is de pawnshop. Oh. Hier was de noodknop. Ik denk boven. Van boven. Ik heb hier iemand met een M1911 op de grond liggen. Die reageert. Dus gewoon om af te nemen. Welke rang ben jij? Wachtmeester eerste klas. Dat ken je niet. Is dat de hoogste rang van jou in dienst? Oh, kijk. Kijk, hem staan daar. We gaan wel, de man is dood. Hallo meneer, kunt u mij horen? Komt goed meneer. Ik ga kijken wat ik voor u kan betekenen. Ik sta dat... Momenteel best... niet. Opwachtmeesters, ingang. Zou jij Youssef kunnen oproepen daarvoor? Voor zou dit dit doen? Streamsnipe video. Ja, hun zitten zelf in een scenario. Ik weet niet als dat... Ja, anders de OVDK, man. Nigel. Ja, deze verdachte is Nigel, ook met een wapen door het hoofd geschoten, man. Ja, kan ook. Maar ik weet niet tot in hoeverre dat, zeg maar, slim is. Aangezien ik ook een surveillant bij me heb. Daar liggen ook mensen. Oh, dat. Oh, ik wil het op zich wel doen, maar... Nigel praat zoveel. Nigel, kan niet mag ik mag deze manier reviëren? Nee, misschien is het sowieso best dat jij het niet doet. Vraag gewoon opkoop over de K. Hallo? Ja, opkoop is sowieso niet het beste. Je moet hoogste rang hebben. Dus het is of opperwachtmeester of hoofdagent. Dus of ik of een van de OVDK of die... Doe gewoon OVDK. Ja, oké, maar anders als hij dan wat grijs... Ja, doe maar wacht maar. Nee, maar in verband met... Ik doe het wel. Ik neem hem wel in. Jazeker? Ja, joh. Nigel, mag ik deze meneer ook fouilleren? Ja, maak wel wat foto voor jou, ja? Ja, die heeft ook een vuurwapen aangetroffen, man. Nigel, hè? Ja, laat maar liggen. Ja, klopt. Yo. Stap in, kom. Yo. Hey, ja, hij heeft twee verschillende slotten met... Ik zie het, dacht ik al. Weet dat. Maar laat lekker je maatje liggen, Niffel. Ik weet niet of ik die even bij elkaar mag zetten om een makkelijke foto te maken. Ja, zie! Hij is een wapen verloren! Nu een wapen opgespoord. Wat is je locatie? Hebben we nog meer 1-1? Doe hem goed, hè. Doe hem goed, jongens. Eerste dag. M1911. Ik wist al dat hij iets op zak had. Ik had gewoon een gevoel. Ik ben hij is gehetst met een M1911, dus had een dikke shoe. Sta je net erbij of niet? Ja, positief. Beste wel. Locatie? Postcode 4027. Yo, kill, what up? Dus laat je M1911 achter, omdat hij het vraagt. Kan je de koffer pakken? Ja, Nigel weet hem onderweg. Nu lukt het. Je hebt het zelf gereden, dus dat moet je zelf doen. Oh. Nee, want het is jouw. Oh, mijn god. Voertuig. Ja. Ik dacht dat je anders bedoelde. Yes. Dus je droom om van YouTube mijn baan te maken. Ja, is goed. En voor jullie leuke content te blijven zetten. Wat heb je vandaag gedaan? Nou, we zijn eigenlijk bezig met onze eerste politiedienst. Loop die RSS, loop die RSS. Vanochtend was ik even op school. Hij stapte net in toen ik aan kon rijden. Wat is je locatie? Tankstation CBR. Hey boys, ik ga ze faken. Ik ga doen alsof ik het inneem, ja? Kan jij doen alsof je hem inneemt en hem dan in mijn zakken schuiven? Ja, is goed. Nigel gaat beter. Ik taser, hè? De enige echte grinder chef is er weer, hoor. Is RSS, dus pas maar op. Dan doe ik hem erin en dan geef ik een zakje. Maar niemand ziet het, toch? Ik weet niet wat Nigel doet, maar niemand ziet dit toch? Oh, kijk. Ja. En dan moet jij plankgas wegrijden, ja? Hé, hey, iedereen naar zijn voertuig. Iedereen bij zijn voertuig blijven. Dan kunnen we allemaal tegelijkertijd weg. Wat heeft Nigel voor gekke beet? 1479. Ik hoop dat ik de hoogste ben hier. Ja, het wordt al ingenomen, collega. Oh ja, toch? Wat is je locatie? Ik ben bij tankstation. Chef, je mag even doorrijden, Minder praten, meer rijden. Hey, moet je van je motor afrijden of zo? Dankjewel, Sophie.
Ik ben 18, uitgeprek leeftijd. Ja, toch? Hey. Allemaal naar je voertuig. Allemaal naar je voertuig. Ja, positief. Instappen, wegrijden. Allemaal. Hallo, ik kom met een wapen. Hey, staan blijven, hey! Staan blijven, hallo! Ja, pas op voor die herstel die probeert uit te buiten. Ja, klopt. Tony, rijden. Ik kom met een wapen, die dikke was. Ja, klopt. Kom op, hey, hallo. Ah! Speed! Kom hier met een wapen, hallo! Wat gebeurt hier? Ik ga hem klem rijden tussen die ram. Is die echt op zoek naar dat wapen of niet? Ja. Oh. Het zou handiger zijn geweest als je Amorok had hem afgekomen. Die rangen maken uit nu toch, omdat er geen recherche is. Je mag niet naar binnen. Wat is dit? Tony, je mag niet naar binnen. Oh, weet ik veel. Wat zeg jij? We moeten dan... Bro, what the fuck? Waar moet ik dan heen? Uit de auto. Wat zie je? Hoezo mag ik niet naar B? Ruit. Deze was een rijden. Hoe moet ik dat weten? Oh, Chevy, ben je weer op de grind, jongen? Ja, dat weet je toch. Oude zweter. Ja, dat weet je toch. Oude zweter van me. Pak je verdienstwapen. Deze man. Je dienstwapen afpakken, oké dan. Ja, je dienstwapen. Je pistoltje wat je daar in je holster hebt. Even kijken. Je mag even meelopen, die poort open. Oh ja, ik heb geen. Ja. Ja, mijn auto staat daar, kom. Ik weet niet welk dienstwapen jij afpakt, maar. Ja, weet ik niet. Nee. Nee, kom terug, ze maken die poort open. Dit is totaal niet dit. Ik vind dat ik niet na B mag rijden. Waar de fuck moest dit anders heen? Even serieus. Ja, blauwe RSS. Bandje lek, denk ik? Iemand heeft bandje lek? Nee, ga je dienstwapen halen dan? Ik zit in die blauwe, we zitten twee personen, jongens. Oh, ook goed. Ja, dus. We er gelijk achter of niet? Ja, je hebt ook nog hoe de tijd kan meer echt van al. Hoezo? Bro, waar de hel moest ik dan heen dan? Ja, we moeten 10 minuten rondrijden totdat we naar binnen mogen. Ja, wist ik veel, maar je hebt niks op zak, dus hoezo zou dat? Ja, waren wij? Nee, Tony reed naar binnen, hij wist dat niet. Maar jij hebt toch niks bij? Ik had die pistool bij. Ik dacht dat je hem juist niet had! Ja, nee, de bedoeling was. Gewoon een deel DP richting de. Ja, bro, jij zegt die we geven maar niet Kamar. Nee, dat ik zeg, die Kamar Fate heeft niet geluisterd. Kan gebeuren. Ja. Oké dan. Ja. Waarschijnlijk overstappen. Wat is de locatie? Richting Meropark. Vanuit DP. Op de snelweg nog altijd of dat niet? Nee. Ik, het zal wel. Nou, dan weet ik dat ook weer. Daarvoor is Nigel nu bij me. Leer ik al die dingen weer bij. Ja, wist ik veel, joh. Nigel, pas nou op dan. Geen! Zijn nu TDA aan de video? Dit is live, joh. Hij heeft gewoon een grote AK. We gaan er even aan. Blauwe RSS aan? Chevy, man. Nee, de is door hem opgevallen. Yes, dat wist ik totaal niet, gast. Ik wist toch niet dat hij dat op zak had? Je pakt wel echt. Hij ging een bait opzetten, maar er stonden allemaal andere mensen. Dus wist ik veel dat hij dat had. En hoe moet ik weten dat ik niet in AB mag rijden? Sinds mij is een combat stage voor politie. Kom op, man. Houd toch op. Graag terug naar de locatie waar hij door de map heen is gevallen. Als het goed is, wordt hij gewoon teruggekomen. Ja, hij staat waarschijnlijk onder de brug. Ja, hij staat op de snelweg. Hier beneden. Ja. Je kan hier best gewoon rechts. Ja, ik weet. En dan dat snelwegje op, zeg maar. Nee, hier rechtdoor. Ik weet het. Hij is nu ik weet het. Ja, Nigel, kijk hier rechts. Ja, kijk, Nigel, hier zo erop. Heel goed, Nigel. Waar we net waren, maar dan dacht ik. Lekker bezig, man. Maar waarom is die auto aan het maken? Dat is die door de map is gevallen, dus. Ik ga weer arcade tegen, voor dat je het weet. Pak hem, Peter Twim. Ja, waarom draai je die pergen dan? Ja, positief. Omdat hij door de map is gevallen. Ja, maar was je voertuig kapot dan? Als je door de map hebt gevallen, mag je niet pergen, hè, maatje? We konden niet meer rijden, broer, daardoor. Ja, maar dan rij je hem gewoon weer een geel lampje, heel simpel. Wat? Ik had een geel lampje. Locatie? Bro, ja. Momenteel, laten we zo weer aanmelding maken. Oh ja, ik heb 6. Dan riep ik mijn auto ook gewoon, hoor, dikke lul. Luister, riep jij gewoon allemaal jullie auto. Ja, maar dan Rick, jij weet zelf ook dat die fucking RSS 4 keer sneller is dan hetgene wat we hier hebben, toch? Nou ja, volgens mij staat er ook nog een A6 tussen, die is ook snel. Ja, dus, maar vraag jou je mening. Man, praat gewoon even normaal. Maar waarom wordt er weer moeilijker dan? Jullie gaan hier niks mee winnen, man. Dat boeit toch niet, laat die auto gewoon maken. Fucking hell, hé. Grote bekken van jullie, kleine kutkinderen, man. Ragnar, doe ze rustig. Je gaat normaal praten met je heel goede met 20, heel man. Ragnar, rustig. Geen klein kind hier.
Rustig. Laat het gezellig houden. Ja, laten we het gezellig houden. Hé, hey, maar mag ik ook nog een nieuw? Want ik ben hartstikke bijna terug door dit hier door de map. Ik vind het toch wel grappig. Knipper je even. Ja, maar dat is exploiting. Ja, maar een heel krijgen is toch ook hetzelfde, dus... Rijm even tegen de muur. Oh mijn god. Hij is rood knipper. Ja, is heel Nou, Niffel, luister, ook al zou die auto heel zijn. Ja, oké, okay, okay, stap maar in, stap maar in, stap maar in. Kijk maar, hij is chill. Ja, oké, we geloven je. Nee, jongens, wacht. Hij is boos. Wie, ik? Oh, man is boos op mij, ik zelf. Waarom? Rustig, wat hoor ik. Wat heb ik gedaan? Nee, praat over mij, broer. Ja, okay. Nou, maar boys, niet boksen die handel, laat hem gewoon gaan. Je weet dat ik al ga taseren, hè? Nigel? Ja, jij moet gewoon lekker veel dekking houden. Ik ga taseren, gek. Ja, ik moet dat iedereen hier opkomen, jongens. Ik heb geen mentaliteit. Allemaal ook links weer, oké, man. Waarom nemen wij de leiding? We gaan snelweg af. Eerste afslag rechts. Persoon gaat niet zo hard. We gaan richting de politie impound. Staat rechts af langs pitstop, car dealer. Sla bij pitstop weer linksaf, gaan richting CBR. Ja, die paars precies, die rijdt... Gaat rechtsaf. Ja, die paars gaat zetten gooien, pas op. Ja. Langs oud HB, of ja, het HB wat je niet echt HB kan noemen. AK, dus pas op. Gaan richting het ziekenhuis. Sla het linksaf, komen zo meteen onder de tunnel bij het ziekenhuis. Gaat rechtsaf langs het ziekenhuis. Gaat snelweg op Sif, waar ben je? Ben je snelweg naam vergeten? Ach, ja. A2 toch? Sif, gassen! Ja, dus we rijden op de A2 op dit moment. Pas maar rechtdoor. Pas op voor die ram. Zware motor, als je rechts kan blijven. Hij gaat er gelijk af. Eerste afslag eraf. Dus bij casino, bij casino. Gaat links bij Final Ball. Motorneemleiding, Sif ook. Gaat er omhoog. Jongens. Zwarte M5, pas op, pas op. Zwarte, kan jij een coupé... Wat doe jij dan? Bro, je remt letterlijk af, bro. Ja, no shit, er zit een bocht. Ik denk dat hij links is gegaan. Blind, ja, hij is wel weer door de map gedonderd. Pas op voor die zwarte M5 en zwarte, kan je een Turbo GT, jongens. Ja, Firewood is clear, dan is hij links gegaan. Ik zag schaduw van een helikopter. Helikopter, jongens. Ik denk dat hij wordt opgepikt door een helikopter. Ik zie een Frogger overvliegen. Volgt hij anders? Pik. Maat, maar dan heb je een AK op zak, maar je valt wel de hele dag door de map heen. Maatje, wat gaat doen? Ga rijden! Dat is lukken. Wat? Moet je niet achter die heli dan? Je toch door de map heen? Ja, ik kan wel. Pankjes, ik kan niet zien waar dat hij heen is. Ja, ik zal dit gewoon realistisch doen. Waar staat hij nu dan? Hou moeten we toch weer door? Tony heeft ook de bodycam aanstaan, hè, jongens. Ja. Wat gaan we nu doen? We moeten een beetje in het gebied blijven, in de goede hoop dat die RSS gewoon vriendelijk terugkomt. Ja, ik dacht ze pikken hem op met die Frogger, want die Frogger die ging heel laag, of Maverick. Is hij nou door de map heen gevallen of hebben we gewoon uitzicht geraakt? Die ST. Ja, ik zat er wel ver achter, dus ik weet niet. Ik heb hem niet linksaf zien gaan. Ja, ik denk dat... die motor die ging bleef te snel, dus ik weet niet. Het kan zijn dat hij door de map is gevallen, maar ja. Wat een slechte stad. Zwart, kan je een wapen opzetten? Niks naar Dylan of zo. Ja, zwart, kan jij er stil voor? Valt door de map heen. Kom even naar Feyenoord, pot daar zo naar beneden. Hij staat hier zo stil. Kan er gewoon beter gebeuren. Hij gaat hey, Tony! Ja. Door de map heen vallen doet me denken aan dat we. Kijk, begin gaat hij rechts of richting Gurkenbank? Ik ook steeds door de map heen. Wacht, ik zit weer in de achtervolging, ga rechts. Ja, waarom. Ja, deze. Oh ja. Ik weet niet meer welke je bedoelt. Ja, begin korps. Toen viel het ook steeds door de map heen toen met jou oplaat. Oh ja. Ja, dat heb ik nu niet meer. Ja, klopt, Kjerns nou. Eclipse. Of Kjerns of zo, wat dan? Links of Eclipse? Eclipse. Gaan we linksaf richting Waterbank? Ik kom rechts. Gaan we weer linksaf? Ja, achter. Broer, Eclipse, dat is helemaal voor achter ons. Ja. Ga links. Linksaf richting Kanser. Ja? Ja, gaan we weer linksaf proberen het winkeltje. Heeft er iemand komt, sorry? Ja, links afgekomen worden, bang. Ja, begrijp je nu? Wat heeft deze guy op zak? Want er zitten wel heel veel mensen achter. Lichte motorhoudleiding. Gaan we weer linksaf. Was er bekend dat deze persoon iets op zak had, of? Ja, deze heeft even geschoten, toch? Zei Nigel. Ja, positief. Kenteken Z en L6. Ik vind wel heel veel eenheden erachter, maar...
Ja, nee, prima. Ja, maar kijk, dit keer gaan we rechts, toch? Gaan we richting B-section? Ja, zeker waar. Gaan we linksaf richting A2? Nee, live chat is een beetje stil, Sophie. Negatief gaat hij omhoog. Richting Feyenoord weer. Deze guy rijdt de hele dag rondjes, bro. Het is wel weer leuk dat we eindelijk weer actie hebben, man. Dat heb ik wel echt gemist. Ja, gaan dit soort dingen vind ik echt leuk. Casino, richting Merelpark. Pas op voor setters. Ja, ik denk het ook. Ja, het ja rechts, ja, rechts. Ja, twee, nog een keer rechts. Nigel. Kan jij een keer T draait om? We... Schiet dan! Waarom ja, schiet je niet? 3 seconden combat delay. Met je eigen chassis. Wat? Ja, er zit combat delay in, net zoals TDA. Nee! Ja. Je moet ook maar aan, ik kan jij een GT of wat? Je had echt een half jaar om te schieten, gast. Nee, want ik druk op mijn trigger. Wat wel? Dat moet ik aan even wat ga je pakken? Die links heeft ook wapen. Ja, we gaan naar degene waar de collega's ook achteraan zitten. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, met, ik wil net zeggen, blijf even bij elkaar met z'n allen. Ik zit nog altijd achter een keer jij een GT mode aan. Hey boys, blijf wel een beetje bij elkaar, anders ga je weer onnodig dood. Mag ik een taxi waar je niet rent? Lars, jongen. Wie? Ik heb geen lijst, jongen, ik kan pijn. Hebben jullie nog een gezicht? Waar is die Cayenne, jongens? Cayenne kunt rijden bij wie dat? Theater. Maar hij is over roodje gaan, ik ga even ik heb de grond, hij kan in zicht, die zuppen mij weer. Feyenoord Bol, correct? Nee, ik moet doen. Heroic Taycan heb ik niet zien doen. Nee, Chrome Taycan. Oh, Chrome. Chrome Taycan rijdt nu... Bijna 900 likes, ja, super bedankt, jongens. Mijn auto. Yo, Tim, echt niet normaal, jongens. Super bedankt voor de sport. Hier, hier. Ja, echt lijp. Gewoon, hij kan rijdt nu bij AWB rechtsaf, zeg maar, richting Longbank. Ja, dat snap ik. Gewoon de manier op hoe er gehandeld wordt vanuit de onderwereld is ook gewoon niet grappig meer. Het zijn of unfair spelers, of gewoon zijn het wel chillen gasten, maar die weten niet wat ze doen. Van net was een beetje boos. Was dat Rick? Of... Hey. Hey, GW RSS net set op gezet, die rijdt nu richting La Fuente Blanca vanuit Feyenoord Bowl. Kom maar op eentje, kom op die Taycan. Nee, doe die RSS maar, die Taycan RSS gaat recht. Linksaf omhoog bij Feyenoord Bowl. Was dat Rick die eigenlijk net zo boos werd of niet? Linksaf, bovenkant was dat iemand anders? Oh, Ragna, ja. Gaat rechtdoor terug richting deze Rick, ik dacht al, want Rick ken ik als een chille guy. Dat is inderdaad Ragna ofzo, hoorde ik, ja. Gaat daar langs het tankstation, weer linksaf. Ja, een zware motor zit erachter, hou jij maar leiding. Wordt weer geschoten aan de rechterkant. We slaan been links af richting Feyenoord. Pas op. We rijken nu been naar Feyenoord. Rijken we omhoog bij de Fanta. Die zwarte BMW M5. Groene M5. Heeft iemand geperkt? Nice. Ga de achterkant. Ik heb gewoon twee persoon bij Feyenoord. Ik zit momenteel achter de M5. Die komt nu tot stilstand. Ja, ging je rechts of links? Ja, gaat richting grote bank. In zicht? Ons eraf gevallen. Rechts? Ja, wij zitten achter jullie. Hij gaat waarschijnlijk gewoon de bank in proberen te rennen. Dat zal wel. Je moet sneller zijn. Nee, ik wil niet dood, Handen! Ik kan voor jou. Ik kan niet tegen! Nee! Hebben jullie hem nog? Hebben jullie hem in de benen? Ja, collega's in de benen. Ja, ik heb hem op benen gemaakt. Pas op, ook in die M5 zit er. Eigenlijk kan ik beter buiten wachten. Nigel! Nee! Nigel! Ja, persoon in de benen, Handen schoort. Handen omhoog. Handen omhoog. Klauw laten zien! Op je knieën. Op de knieën, man! Op je knieën! Op je knieën! Nu! Op je knieën zitten. Ja, rustig meneer, rustig. Okay. Tempo! Ah ja, sorry. Hé, hey, wat goed je mij, man? Dit was al echt te verwachten. Wat doe je? Hij kan zwart SRT zijn er ook. Hé? Achter je, collega, achter je. Zien jullie het niet ofzo? Ik heb niet zitten, Rick. Waarom schiet je op mij? Zie ze niet! Wat? Achter je in die deur. Hoort hij het niet? Kunnen er meer mensen de bank in komen? Nee, ik wil me niet veilig hier. Ga niet op mij. Nou, wat? Gebruik me niet als schild. Wat? Dit zie je toch? Wat denk je, broer? Crazy. Nou, ben je geboeid, collega? Nee. Dat zie je toch? Zijn die dat, man? Oprecht. Wie was die collega? Hoeveel wapens, hoeveel Wouter? Oei. Hij heeft het gewoon heel gezegd niet gezien. Meer wapens zijn als Walter, maar oké dan. Hé, chef, houd de deur open. Is hij een grote bank? Hoe kom ik hele bank niet? Hoe kom ik er dan buiten, maat? Ja, kansloos met deze. Dat begrijp ik niet. Als jullie wat vertrekken, zijn jullie dood. Waar, chef? Nigel leeft nog? Lekker, collega! Je hebt toch een back
gebackstept, achter gebackstept! Goeie, schiet hem weer, rechts, rechts, rechts! Achter die paal, achter die paal, achter die paal! Aina! Hier, broer. Aina. En dan jank dat jullie meteen neerschieten. Nou, we gaan niet eerlijk het stoppen met schieten, man. Nee, waarvoor moeten jullie blijven schieten, eerlijk gezegd? Waarvoor blijven schieten? Je maat schiet op ons. Ja, man, weet ik veel. Moeten deze gasten niet een keer vertrekken in plaats van je blijven... Leven en dan gaat je maat schieten. Nou ja, dan krijg je... Ai, ai, ai. De jongen die deed er ook heel lang over op zijn knieën gaan, hoor. Hey, wijkagent, hallo! We zijn ook een wijkagent vanaf nu. We zijn een junior wijkagent. Ik heb mijn dingen toch omhoog of niet? Die guy had eigenlijk echt al heel lang op zijn knieën gemoeten, maar ja, goed. Hè? Ik snap het al niet van dat de collega nog begon te schieten, maar kijk, altijd. Ik weet niet helemaal wat hij weet. Zonde. Helaas, jongens. We hebben gegeven wat we konden. We hebben gedaan wat we konden met ons deze. Omhoog. Ja. Dan gaan ze straks janken in report. Ja, ze wachten 10 jaar. Hey, hoe bedoel je? Ja. Ja. Ik had niks kunnen doen. Als ik in de auto bleef, was ik ook gehaald of zo. Ik heb tenminste gedaan wat ik kon doen. Ja. Ja. Ik kan niks meer met deze. Ja. Helaas. Free, man! Ik ben benieuwd of ik nog een hartslag heb. Ik denk het niet, maar ja, we hebben toch geen vuur gehad. Dus... Helaas. GG's. En als deze komt, gaan ze janken. Ja, bro. Is het voor de ambi? Nee, nee. Ja, GG's toch? Ik kan hem met spoed meedelen. Het had alleen allemaal niet echt gehoeven of zo, maar... Ja, oké, okay, ik ga het met spoed. Kom met Jalisco? Ja, joh. Dank u. Ja, als ik stond toch kansloos, dus ja, weet je, voor mij, ja, ik denk dat je als ik dood ben. Ik weet niet waar ik ben geraakt, man. Ik weet niet waar ik ben geraakt. Ik moet mijn collega zo even checken, maar ik denk het niet. Ja, wel gekke gasten, man. Oh ja, ja. Die kan je vinden in de video, Hendrik. Dat heb ik in de video gedaan. Heb je die nog? Iemand? Je hebt nog geen IBT. Nee, ik heb de theorie gehaald, wijkagent. Alleen, ik had geen tijd voor de voor praktijkgedeelte. Dat duurde tot, weet ik veel, 11 uur s'avonds of zo. Daar heb ik geen tijd voor. 4, 5, helaas. Jongens, maak jullie letterlijk een pretpark van? Of wat doen jullie ook? We zijn aan het tellen. Er zijn die 4, 5 man doodschoten en jullie staan gewoon... Ja, bro, voor hier, bro. Defense van de wijkselap, hè. We zijn aan het tellen. Holendrecht, we zijn always independent. En rustig aan, Asseljantje. Nee, Koos Kielsen. Nee. Ja, man, zover ik zie heb jij geen stier. Ik vond het wel te extreem. Het ging wel heel lang door, zeg maar. Ik had nog 4 meneer, dus even rustig aan. Holendrecht, we zijn always independent. Ja, als je ex-collega bent, dat zou ik begrijpen. Wat al je NVA-settings zien? Ja, hoe bedoel je NVA-settings? Ik vind het heel leuk, ja, ik vind het heel leuk. Ja, dan ja, echt heel diep, wat dan ook. Doe die goedjes maar, wie zijn altijd de eerste dienst. Grond? Moet ook gebeuren toch, Nigel? Ja, jongens, zie je waarom ik een vuurwapen nodig heb. Ja, ja. Het is maar twee collega's. Helaas. Mijn collega's. Eerst voor alle voor één. Ah, meneer, ik ben zeker geen maar gaat lekker, man, met jou. Ik was best aspirant, fijne dag. Nou, dankjewel, man, Gino. Oké, gaan proberen, gaan proberen. Daarom. Oké, fijne dag. Ik heb geen NVA menu, daarom vroeg ik het ook. Die heb ik niet. Super bedankt, Gino. Dankjewel, man. Leuk om te horen. Koop op Rio 2. 5 minuten kunnen we gespannen. Gewoon weggaan. Ik weet niet waar jullie hier weer lopen te kloten, maar... Allee, ik bedoel... Wij moeten eventjes zeggen in de porto wat er gebeurt, meneer. Hoi. Ja. Hoi. Hey, naar de ambu komt. Goed dat je er bent. Hebben we het overleefd of niet, jongens? Wat denken jullie, chat? Ja of nee? Wat denken jullie? Zijn we te redden? Of niet? Laat weten in de chat. Ik ben benieuwd. Ja of nee? Gewoon ja of nee? Drie liggen maar. Nee. Ik weet niet waar ik ben geraakt. Volgens mij mag ik dat niet voor mezelf checken als ik dood ben. Dus ik zou niet weten. Maar volgens mij... Ik ben 997. Dus laten we even kijken. 997. Heel chat zegt ook nee, hè? Ik kan er niet veel meer van maken. Ik ben heel benieuwd.
Ik ga even kijken, had hij trouwens nog andere collega's zien liggen of... Ja, eentje die was doodgeschoten, man. Ik ben nog steeds niet voorbij gekomen, hè, dat menu. Hendrik, waarom vraag je dat? Heb ik een glazen bol? Weet ik veel. Moet ik dat weten? Weet u wat hier nog mensen liggen? Of, ja, ik wil mijn eigen man niet voelen. Ik weet niet of dat mag. Hey, meneer, ga even rustig zitten, ja? Dan help ik die andere collega nog. Ah ja, kijk. Maar, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Hij is wel te redden. En ik? Oké, man. Dat is goed. En, ik heb toen een ambulance hier. Ik heb geen goed gevoel. Nee, ik heb het nood. Zo, mijn collega. Nou, vlieg! Deze meneer is ook helaas overleden. Oei. En welke collega was het precies? Izo. Ik heb ongeveer een idee van wie dat... Ja, ja. Oh, Big Rick, man. Big Rick. Dat kan best. Collega, gaat het trouwens met u alles goed of... Ja, dit was een flinke maaiactie. Nou! Ik denk, tot zover deze in actie. Hoppa. Oei, oei, oei. Gelukkig bent u nog min of meer oké. Met de andere collega's gaat het niet zo goed. Ja, jammer joh, jammer joh. Ze liggen er nog wat kringen. Wij gaan echt nog eens een keertje iemand aanpakken met die taser, dat weet ik zeker. Dat komt goed, jongens. Nee, nee, nee. Echt, jullie gaan echt versteld zijn, ik meen het. We gaan, ik zeg gewoon deze. Gaan met die taser nog iemand aanpakken. Wil je niet even een bloemetje in? Dat wil je niet weten. Kan jij mee naar buiten? Waarschijnlijk gaan we echt gewoon nog een vuurwapen gewoon ruimen, omdat ik met mijn taser ben. Ik heb hier rest in peace. Oh, hij springt een hele spreuk uit en ik heb er niet eens naar geluisterd. Ik hoor alleen rest in peace. Bijna één keer likes, ja, het is echt niet normaal mijn kans. What up? Ja, jongens, echt een safe. Geen die nog te liken, mocht het nog niet hebben gedaan. Zit echt bijna op die 1000 likes inderdaad. Het zou echt vet zijn als dat kunnen halen, man. Wil het meerdere collega's hebben. Vergeet niet te liken, jongens. Ja, ja. Niet mij in ieder geval. Nou, misschien wel weer, Mello. Pas op, pas op. Het scheelt dat we dat ding van 3k nu niet hoeven te kopen. Nee, grapje, ik heb geld zat. Daar ga ik echt geen probleem van maken. Ja. Iedere keer als je respant, dan spant er zo'n bloedplas. Dat is wel grappig. Oh nee, niet iedere keer. Nou, we kunnen zo weer lekker respawnen. Oh jawel. We kunnen zo weer lekker respawnen. 3k is niks gelegen. Nee, boeibo niet. Dat was meer een grapje, omdat er toen altijd heel veel gezeik over was. Tony, kijk eens in je PM. Een seconde. Mijn moeder loopt langs hoor, dus niet dat je denkt, what the fuck? Wat? Ga je auto ooit rappen? Waarom zou ik die allermooiste kleur op de auto gaan verpesten? Nee, natuurlijk niet. Yo, laat Anton. Anton, ik wist niet eens dat je er was. Werk ze, jongen. Leuk dat je erbij was. Of noem het een meter aan koppel had je auto ook weer? 440. En 470 bij overboost. Dus dat merk je eigenlijk voor een paar seconden. Maar ja, dat merk je niet eens. 30 Nm is een heel klein verschil in dat opzicht, zeg maar. Dus ja. Nee, Nick. Ik ben er niet aanwezig. Helaas. Ga je later nog iets aanpassen aan je auto? Ik wil mijn antenne, ik wil een shark finnetje. Die wil ik heel graag. Ik vind de antenne op mijn auto echt super lelijk. En ik wil eigenlijk hier deze. Tim, ik ken andere mensen die deze ook hebben. Ja, een boordje. Zeg het niet. Zet in blik. Ah, kijk. Ik was doodgeschoten. Dat zeg maar, in plaats van zo'n grote antenne. Oh mijn god, laat maar. In plaats van zo'n grote antenne, dan zo'n shark fin. Dus zo'n high ding. Veel beter dan die antenne die nu op zit. Ik vind die antenne ook echt niet mooi. Ik weet niet of je het kan zien op stream. Maar... Hey, hij zit echt net achter die paal, maar mijn antenne van mijn auto is echt super groot. Dus ja, dat wil ik nog gaan veranderen, man. Dat is het enige wat ik nog wil veranderen aan mijn auto. Verder is hij gewoon perfect. Ja, op hier en daar wat punten aan, maar ja, dat zou je altijd hebben. Dus ja. Ja, dat dus. Nou jongens, gaan we. Dat was één collega die had Ponky Gamecast, dus ja. Die gewoon wat nakje maken. Twee. Eén. Wat is de naam van Discord? Oh mijn god. Tim. Ik cancel hem. 21.04 komt ze uit. Zeeperes.
Kan jij een opkoopje nemen? Igo, fuck. Oh, dan. Ik moet straks 10 in verband met avond eentje. Ik moet na de avond eentje ben. 1-2-3, Nigel, kom eens uit. Nigel? Hey, yo. Moet ik wachten op Nigel? Ik ga even wachten. Even kijken waar Nigel is. Ik denk dat hij nog moet komen. Ik lig in principe nu dood. Ik kan dat nog dood. Tijdelijk op me nemen totdat er ik wacht nog even. Ja, als je wilt. Want voor de rest zijn geen opkoopbevoegden meer in dienst. Ja, daarom. Nee, ik kom eens uit. Dat er iemand anders is. Heb je het? Bas, en ik ben dus met je Nigel. Ik ben een uurtje bezig met eentje. Als jij Timon. Als Kees de opkoop ben, kan tegen een aantrekkelijke aanbod die ik niet kon afstaan. Oké? Okay? Ja, nee, komt goed. Ik neem Tony wel gewoon alsnog met me mee. Aangezien hij geen IBT dragend is. Ja, maar één ding graag niet eens. Nee, ik bedoel trouwens niet van Lars hoor. Ik doe gewoon Nigel na met een irritante stem. Niet dat jullie het verkeerd opvatten nu. Lars is een strijder. Maar ik bedoel meer van. Oh, nog steeds geen IBT. Ik heb die IBT gewoon nodig, jongens. Ja. Even, nou ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best, Timon. Nee, we hebben gewoon een mooi aanbod gekregen, dus we gaan kijken. We kunnen in ieder geval weer meelopen met de DZ, dus we hebben in ieder geval weer een kans. Die city sounds van die sirenes zijn wel echt heel irritant hier. Ik weet ook niet waarom ik dat heb. Oh, er staat de sirene aan. Ja, wacht even op. Nigel. Ja, ik zag dat best vaak in mijn stream, als ik gewoon iemand gewoon zo irritant napraat. Alleen ja, dan is het een beetje raar als Lars erbij zit. Hallo. Alsof ik hem bedoel, maar dat bedoel ik totaal niet. Hallo. Ja, hallo! Hoor je mij? Ja? Vindt u niet dat er meer ambulance moet komen in de stad? Broodje frikandel. Broodje frikandel, broodje kaas. Ja. Ja. Klopt, dankjewel. Klopt. Ik ben er echt zat, ik zweer het, joh. Oké dan. Wat hoor ik? We gaan even wachten, jongens. En dan kunnen we weer. Echt een dikke bakje voor je leeftijd, dankjewel, man, dankjewel. Deze man heeft wel gelijk. Ik weet niet eens hoeveel ambu er is. 4 ambu, prima toch. De beste is vandaag weer, ja. Ja, mijn timing. Ja, eigenlijk sinds, ja. Vandaag is het zeg maar de eerste keer dat ik weer de in dienst ben, zeg maar. Ik heb de rang had ik zaterdagmiddag opgehaald. Ah, JB. ik ben er wel. Heel bij Bas, wat hebben ze nou aan jou? Echt grapje, man. Ga je met die 1.1 mil nieuwe auto aan in Future? Ja, ik wil me eigenlijk weer een beetje gaan richten op DZ-auto's, man. Toekomstige DZ-auto's. Of ja, kijk, ik weet dat er geen garantie is dat we het worden. We mogen in ieder geval weer meelopen. Maar dan hebben we in ieder geval auto's klaarstaan. Dus dan laten we in ieder geval zien dat we er animo voor hebben, laat ik het zo zeggen. Dus dan moeten we even kijken wat tegenwoordig een metabak is voor DZ of zo, weet ik veel. Ik weet niet wat eigenlijk goede auto's zijn tegenwoordig. Ja, maar wanneer komt die Focus RS nou eens een keer, Timon? Even serieus. Ik wacht al meer dan een half jaar. Timon, geef hem! Hier, zo wee. En dan in de game. Kom op, man. Deze auto is hetzelfde als Creamy Auto. Ja, maar ik weet niet welke, Jordi. Jordi. Ik weet niet welke. Ik ben bijna klaar met die pack. Oké, Timon. Heb ik vaker gehoord, maar ik jaag je niet op, Focus zit al wel in game. Nou, geven. Chop. Nee, ik kan echt niet wachten, man. Leuk. Lifeliner. Hey, lekker bezig, Timon. SRT, RS6, Taycan, kan je een GT. Ah, daar heb ik dus al 2 van. Dus ik stel voor dat we als volgende auto misschien voor een RS6 gaan ofzo. Die RS6 wilden we altijd al hebben, maar volgens mij zijn die dingen veel te duur. En die heeft volgens mij laatst een nerf gehad. Dus ik denk dat die nu ietsjes goedkoper is om te halen. Moet ik even kijken. Ik vind jouw graphics beter dan Dylan? Ja? Oh, oké. Okay. Oh, timer vandaar. Ja, ik kan niet wachten tot mijn Focus in game zit, man. Het zal een goede stunt zijn. RS6 1.3? Ah ja. Oh. Huh? 1.3 nog maar? Oké, dat valt nog wel mee. 1.4? Oh. Ik vraag nog steeds 1.6. Oh, ja, schiet dat niet zo heel erg op.
Ja, dan ik kijk wel. Hey! hey! Ik heb het ook helemaal niet door, hè? Verander die velgjes even, man. Waarom zijn ze nou rood? Het klinkt wel lekker. Ik moet mijn collega nog ophalen, Timon. Ik hoor jou bijna niet gewoon. Je hebt wel een leuke snor ook. Dankjewel, die is nieuw. Ik versta Timon gewoon bijna niet. Waar is die collega dan? Weet niet. Als het goed is, komt hij hier binnen een paar seconden. Want dit is wel lijp, man. Eigenlijk moet ik hem vanaf zo bekijken. Kijk, zo is hij perfect. Nu kijkt hij net zoals in het echt. En in die spoiler moet nog sparten. Ja, en het dak en de spiegels. Ik kan hem nog wel fixen. Echt? Oh, dat zal echt dik zijn. Maar ik vind hem zelf zo ook mooi met zwart dak en zwarte spiegels. Ik weet niet, ik vind hem gewoon veel mooier dan alles blauw. Ja, maar is wel die echt Black and Blue Edition, zeg maar. Blue and Black. Ja, hetzelfde, jongen. Ja, nee, klopt. Ja. Ik vind de velgen minder of zo. Ja, ik ook. Dat ding aan de spiegel, hè? Hang hem eens. Roodje worst. Ja, dat moet zo... Hey, Timon! Oh, stop me. Hey, Nigel, kom! Ah, ik dacht, we pakken mijn RSS Whitebody, man. We rijden even in mijn waggie, man. Worst. Ik wil worst. Deze man is echt lijp. Ja, hij heeft hetzelfde geluid als die Golf 8. Ja, maar ik heb er 2.3 en Golf 8R heeft er 2.0. Ik snap echt niet welke kerel bij Ford heeft bedacht om een 2.3 te maken. Dat is raar. Ja, Timon. We zijn wel in dienst, hè? Dat weet je. Ja, Timon. Ah, joh, jij toch... Timon, ik versta je bijna niet. Je hebt echt, jouw microfoon is echt alsof je... Je is kut, jongen. Ja, Timon, je hebt toch 156 miljoen. Jij vergoedt Erik die 1.3k van me wel. Ja. Kijk, top. Hé, hey, trouwens, die sleutelhanger is teringdik. Ja, vet, hè? Ja, ik zie... Ja, aan je spiegel. Ik zie een grote blauwe vlek. Maar bij mij staat er TDB op. Ja, dat komt door je graphics pack. Er moet even Tony Gain op. Nee, alleen TDB. Gain. Tony Gain, oké dan. Maar die velgen zijn wel echt bar lelijk. Ja. Ja, maar het ook lelijk, maar daar zeggen we ook niks over. Timon, wanneer komt die carpack, maatje? Timon, wat de hel is dat Ford logo op de wielnaaftoppen, gast? Dat ziet er niet uit, hè? Dat is geen eens een PNG. Nee, klopt. Dat is... Maar we beginnen ook niet elke dag over je carpack, hè? Die al 5 maanden duurt. Nee, daarom. Ja, Timon. Als ik er zijn we ook de hele tijd niet mee bezig. Oh, kijk, ze is al veel dikker. Kijk nou. Ja, jij wel nu weer, hè? Nu wel, ik ben goed gekleed. Hey, jongens, ik ben ook niet trok vandaag. Kijk. Oké dan. Goed, hè? Oh, ja. Mooi. Kijk, hè, jongens, komt ie. Wat de fuck was dat? Er kwamen in één keer van die zwarte dingen aan uit de zijkant. Oh! Ik vind het wel leuk. Ik kan echt niet wachten tot hij in een game komt, man. Iedereen smeet hem aan met die carpack. Ja, maar het duurt ook gewoon echt vet lang. En die krijgt Tony nu gelijk op zijn naam. Nee, dat kan nog niet. Timon wilde dat wel doen, maar er is nog geen systeem voor, toch? Ja, oh ja. Echt wel. Hey! Ik regel wel een contract. Mijn auto aanrijden, maf gek! Moet hij niet nog een keer doen? Je kan die hangen. Zo grappig, joh. Hahaha. Voor Timon, heeft dit ding al een speed limit, of niet? Nee, joh, denk dat nog 400 of zo. 400! Ja. Yo! Ja, dit is echt lijp. Politie AB. Ik ga jou, garage mag ook. Ik pak wel mijn R6'je. Die heb jij ook heel mooi gemaakt, namelijk R6 TDB. Oh, dat is... TDB. Dit is geen politiebureau. Kijk, dankjewel. Oh, zei het Nigel dat? Oh, ja. Doei, Timon! Doei! Doei, Timon! Is dit de impound? Nee! Hè? Is dit de impound? Even. Mag ik hem pakken? Pak dan. Nee, ik mag hem niet pakken. Hij staat nog op AB. Ja, pak dan. Maar jij hebt niet game. Hey, Timon! Pak jij even je Cayenne. Grand Cayenne ding. Oh ja. Kom maar. Mijn RSS Whitebody staat nog op HB. Doei, Timon. Doei. Hey, oh, ik ben dood. Wat? Ik ben dood. Hoezo? Hoe ben jij? Wat zie ik? Hoe ben jij... Leven. Hoe ging jij dood?
Ja, dat. Doei, timer! Doei! Doei! Waarom ging jij dood? Ik deed mijn gordel net om, toch? En jij knalde tegen die muur aan. Ik knalde niet eens tegen een muur. Ik heb geen muur. Ik knalde je vol tegen die muur aan. Niet waar, ik heb geen muur aangeraakt. Oh, dat is wel chill, nu kan je deze snelweg nemen. Vorige keer was dat niet handig met waar het HB zat, maar nu wel. Nou, dit HB, je kent het HB niet, maar de locatie wel. Ja? Ja. Is dat een bedreiging of zo? Nee. Oude TDA TS hier. Echt, hè? Ik heb veel ervaring. Nou, back in die OG days, Sniffel. Ja. Kijk ik ook al. Ja. Goed, hoor. Lijpe fanboy, Niks fanboy, bedoel. Echt wel? Die tijd is geweest. Dat was begin vorig jaar. Oké dan. We moeten beneden zijn. Kijk, daar staat mijn RSS. Oh ja, ik zie het, ja. Want een mooie auto. Wauw. Zo gaaf, je bent ook zo cool, Nigel. Hey, je weet dat die auto al 2,8 miljoen is. Zie je mij boeien, even serieus? Ja, jij kan hem niet betalen. Zie mij boeien, nogmaals. Oh, moet ik je bodycam erbij pakken om je camera en je gezichtje te zien? Bro, wat? Ja, kijk, dan zie ik of het je boeit. Wat zeg jij allemaal? We moeten toch aan uit... Misschien moet je even de beenvegen vangen. Ja, wat ligt hier? Misschien moet je een uitrusting pakken. Ja, dat snap ik. Wow, snel anders overal doorheen rennen. Nou, gelukt. Dan moet ik weer een hele loadout opnieuw kopen. Hele loadout opnieuw kopen. Nigel. Gyro C, jongen. Oké, ik ben ready to go. Oh, ik moet mijn... waar is de kleedkamer ook weer? Boven. Niet hier? Nee. Wat is hier eigenlijk? Hey Tony, dit kan jij niet, hè? Nigel. Oh. Wat is dit? Oh, dat zijn van die herkenningskamers. Kijk, maar dit ken jij niet, hè? Let op. Moet je wel naar buiten komen. Ik bedoel, ik sta voor je neus, Pipo. Helemaal niet. Helemaal wel. Luister, kijk nu wel. Kijk. Oh, kijk, dit kan jij niet. Oh, nee? Ik zal het even bewijzen. Ja, soms met de bevoegdheid tot, hè. Die bevoegdheid heb jij namelijk nog niet, collega. Ik moet wel echt oppassen met wat ik zeg, voordat ik zo meteen van Erik in één keer een bericht krijg in gemeente heb dat ik hem opnieuw moet volgen. Wat? Omdat ik een beetje op jou loop te flexen. Dat vind ik ook. Wat heb ik op mijn hand? Heb ik weer tatoeages? Hebben ze dat nog steeds niet gefixt? Bro, luister. Normaal, mijn armen zitten vol met tattoos, broer. Luister, waar zijn mijn tattoos? Maar waarom heb ik een grote tattoo op mijn hand? Ja, Dat komt dus door die... Wat? Waarom heb ik een hele sleeve? Wat? Ja, ik heb een hele sleeve. Hebben ze dat nog steeds niet gefixt? Wat is dit? Guns N' Roses, jongen. I know. Dat zou wel fijn zijn als dat... Gast, kijk hoe lelijk mijn hand. Waar is de kleedkamer ook weer? Ja, boven. Naar boven? Gewoon een auto, rij gewoon naar boven. Kijk, dit is het beste manier om naar boven te gaan. Ik ga even naar boven. Kijk, ik ga wel mee. Laai, man. Dit swag. Is de goede B-klasse. Gaaf. Goed lul. Snap je? Je hebt een groen lampje op je dak van de OVD. Hey. Bij deze niet, hoor. Nou, bij mij staat hij aan. Doe eens twee keer Q. Oh, hij doet nog steeds. Maakt niet uit. Waar is de kleedkamer ook weer? Oh ja. Doei. Ik snap nog steeds niet waarom mijn lampen zo fel zijn. Oh, wat? Oh, ik heb hem niet eens gezien. Ik hoorde hem voorbij komen en nu zie ik dat hij daar zo staat. Dat noemt men wel karma. Eerlijk is eerlijk. Mijn chatfrequentie is nul. Dat betekent dat jullie in de afgelopen minuut niet eens iets hebben gezegd in de chat. Dat er gewoon geen één bericht in de chat is gekomen in de afgelopen minuut. Dat is niet goed. Jullie zijn stil, chat. Bloemfix voor het licht, ja, hoe? Maar kijk, normaal. Ik heb geen eens bloemen aan. Even kijken. Zo. Hoi, chat. Hallo. Hey. Ik zag je zondag bij Streetgasm. Lekker, man. Dat klopt, ja. Dat kan kloppen in ieder geval, ja. Jongens, waar ben je? Avond. In de garage beneden. Kijk. Strijden, bro. Lijp. Normaal heb ik dit, maar ja, kijk. Dan kom ik jou weer heen, hè. Registreert dat weer niet. Is goed, joh. Hé? Oh. Hey. Ho! Oh, je wordt hier even geschoten. Ho!
Nu gaat de hele stream gaat even eventjes wat zeggen. Je matcht met je auto, ja, goed hè. Mm-hmm. Om terug bij politie. Is een video van online gekomen. Dan leg ik alles gewoon haar duidelijk over haar. Was bovenkant. Haar fijn, heel duidelijk in huid. Wat meen je nou? Ik had je bijna weet. Hand omhoog! Ah, nou, dat is een Nigel weer. Goed, hé dan. Oké dan. Omdat Nigel echt een dopert is. Een dopert? Een dope? Wat is een dopert? Kijk gezellig je stream. Ik weet het, ik weet het. Maar ik vind het ook leuk als jullie iets zeggen in de chat, hè. Dat houdt de stream runnend, jongens. Jullie maken mijn stream, hè. Ik stream met de kijkers, niet voor de kijkers. Wat heb ik? Ja, jij mag de stadsport dan niet in. Hoezo? Ja, dat is Vegas. Stel voor recherche op deze willen acties uitvoeren, dan horen ze dat. Oh, ik ben er niet eens de hele dag ingekomen, wist je dat? Oh. Ik ga je nu terugslepen, ja? Naar KP1. Yo. Even kijken of er nog wat acties, jongens. Wel leuk. Ik vind het wel grappig. Gaat wel lekker. Gaat gangetjes. Oh ja, jij wou weer rijden. Nou ja, oké. Voor je voortgang, hè, jongen? De mannen? Yo. Oké. Ik ga even bij uitzendbureau even een job erbij nemen, want dan krijg ik wel meer uitbetaald. Ik ben een beetje skeer, snap je? Je hebt 1,1 miljoen, begin mond te houden. Nee, maar ik heb 28.609 euro. Passief inkomen is altijd fijn, Nigel. Passief inkomen is altijd fijn. Ja, dat heb ik ook. Dus even kijken of dit ding wel goed kan driften. Nou, op zich. Ja. Niet dat, verkeerd. Dat kon jij wel in die A6. Dat kon ik heel goed in die A6 eigenlijk. jongen. Oh, ik ga weer even werkloos gooien. Wacht even. Doe dan. Of moet daarvoor uit dienst zijn? Daarvoor moet je in dienst zijn. Oh ja, oké. Om een tweede job te nemen. Ah, ja. Welke job zullen we nemen, jongens? De meest genoemde job, die kiezen we. Wat gaan we doen? Vuilnisman is op zich wel grappig. Staat er zo rechts onder in je hut, vuilnisman. Aaron moet die tweede job gewoon een DayZ job zijn, hè? Ja. Die komt misschien wel, jongens. Vuilnisman zwerven. Vuilnisman duiken. Vuilnisman staat echt veel te skip. We doen gewoon PostNL. Let's go. Die hadden we altijd al. We doen PostNL. Hoi Nigel. Tony. Hè? Mijn pa komt net naar boven met een speaker. Wat is er? Mijn pa komt net naar boven met een speaker. Kijk wat hij heeft aangezet. Oké, okay, payphone. Normaal heb ik Spotify aanstaan op de achtergrond. Hij zegt, ja kijk, ik heb nu Spotify geconnect aan die box zo, met de telefoon die erop ligt. Oké okay, dan. Hij zegt, hier, luister muziek. Oké okay, dan. Wel. Ik vind het prima. Oh, ik ga even kijken in de porto hoor. Oh wat, er zijn echt nog veel mensen in dienst. Nou, we gaan eens even kijken, hoe kunnen we patrouilleren? Mentor? Coach? Overal en nergens. Jij bent mijn coach. Kom coach, leer mij. Nee, we gaan overal en nergens patrouilleren. Oké, dus ik moet gewoon een beetje we rondje blijven rijden. We moeten even achtervolgingje klemmen. Eigenlijk wel, en hè? En even aanhouden. Ja, daar heb ik wel zin in. En dan gelijk die guy die een advocaat wil, weet je. En dan? Ben ik helemaal goed. Dan heb je gelijk een paar dingen al af. Ja. Dus eigenlijk wat je nu zegt, is dat ik gewoon iemand moet zoeken om te achtervolgen. Ja, je moet gewoon iemand vinden. Je moet hem achtervolgen en als hij niet stopt en je... Oké, we gaan achter stereotypische auto's aan, ja? We gaan en iets profileren. Nee, dat gaan we niet doen. Jawel. Dat mag niet. Niet? Nee. Je mag niet bij jezelf denken, oké, weet je, hij heeft bijvoorbeeld een vuurwapen op zak. Nee, hem ga ik aan totdat hij uitstapt. Jammer. Ik wil eigenlijk wel een beetje... Ja, hier. Hey! Meneer, dat is een artikel 5. Doe eens even normaal met die Billy. Dat is een artikel 5, hè? Roekeloos rijgedrag. Dat is inderdaad een roekeloos. Nou, hey! Doe eens even normaal. Hallo. Dat is gewoon uitlokken, daar heb ik geen zin in. We gaan eens even kijken. Volgens mij is dat trouwens echt artikel 5, hè? Ja, is ook. Oh, joh. Zie daar iemand op een motor, die gaat wel heel hard. Is dat een IBT-docent? Nee, dat is echt een cat. Het leek niet, op een zware motor met IBT. Ik zou het niet proberen. Hoezo? De eerstvolgende of rood paadje wat hij kan pakken, pakt hij.
Nee. Ik ga er wel achteraan. Heb iets aan de move? Ik zie ze. Handjes! Wanneer staan blijven voordat die echt iets geprofileerd wordt? Nee! Doet hij echt zelf, Nigel? Dat zie je. Tony, die guy is dood, jongen. Ja, dat doet hij toch echt zelf? Auw. Auw. Dat doet hij toch zelf? Wie was er aan het rijden? Ja, die kan niet rijden. Tony reed. Niet ik. Ja, wie is Tony? Ja, die guy die achter het stuur zit. Dit doet hij echt zelf. Ik hoor de ambulance nu al. Ik heb goed nieuws, de ambulance is onderweg. Gaat het allemaal, meneer? Ja. Ja. Ja, meneer, waar heb je rijles gevolgd? Misschien moeten jullie volgende keer dan ook gewoon stoppen en niet zo wegrijden voor meneer, niks. Meneer, we hadden niet door. We hadden niet door, meneer. Onzin. Je had hartstikke goed door, want je zat nog te zwaaien achterop. Nee. Zeker wel. Kijk, meneer, ik had deze aankijken. Ik had koptelefoon aan, meneer. Nee, je was aan het zwaaien naar ons. Nee. Petra, stap uit. Petra? Petra, stap uit dan. Maar de ambulance kan wel beter rijden dan hier, deze, meneer. Hier. Ja, ja, hé, rustig. Ik kan likes! Meneer, ik leef nog. Let's go! Heerlijk! Super bedankt jongens, thanks for the love. Bij jou? Ik kan likes alweer. Waarom de fuck ga je dan liggen? Light man. Omdat ik ben gevallen toen. Ziek? Meneer, ik heb bijna wel hoofd. Ja, kom maar door. Twee voor de prijs van één, ja echt zo. Tony, jij bent echt een stuk ouwe. Hoe de fuck heb jij Ford Focus RS in je hoofd? Wat bedoel je? Jij rijdt letterlijk net iemand van zijn motor af. Nou, ja, je gaat me hier niet de schuld van geven, even serieus. En zo is in Turkije liggen rijden. Het voertuig in kwestie en heb jij het ongeluk veroorzaakt. Dus ben jij degene die fout is. Oh ja. Ja, nee, goed gaat het. Misschien moest hij gewoon stoppen voor het stopteken. Ja, dat is dan ook wel weer een ding. Hij moet maar we gaan nu deze lasten, mensen niet aanhouden hiervoor. Hij moet ontslagen worden. Hij kan niet rijden. Want in principe heb je ze bijna de dood ingewerkt. Niet waar. Ze stellen ze gewoon aan. Nou, meneer, volgens mij was hij toch echt bloedend op de grond zonder dat hij... Meneer, dat zei hij. Komt wel weer goed. Poging dood, zwak. Dat ik sta als 10 gaan, ik vroeg of iemand op elkaar kan openen. Ja, ik neem op me. Meneer, zo doen we met de schaam. Ga je niet doen, collega? Jo. Hè? Hè? Niks gebeurd, doorrijden laten liggen, komt wel goed. Politie zeker. Ja, maar dit is sowieso niet mijn schuld. Hé, meneer, ik... Het was echt niet mijn schuld, gewoon. Ja, alleen mijn hoofd is een beetje pijn. Oh, dan heb ik paracetamol voor jou. Oh. Heb je ook iets om Tony? Nee. Ja? Nee, ik heb helemaal niks. Jawel, Nigel. Ja? Oh, gaat het, meneer? Kijk eens. Oh, meneer, u voelt daar geen goede remmen, of niet? Dank u wel. Die van jou in ieder geval wel, zoals je merkte. In plaats van dat hij remde, gaf hij gas bij, weet je. Ja, volgens mij ga jij ineens vol op de rem. Ja, precies. Maar, een beetje onzin ook, hè? Allemaal. Ja, nee, ik had ook niet meer laten we van dit zebrapad of voetgangers oversteken. Ik ook. Hey, prettige dag, jongens. In plaats van dat we zo meteen en een spoedig herstel gewenst. Hey, dag. Sorry. Was een motor. Hey, doe je kerels, doei. Sorry. Meneer, ik wil schadevergoeding. Ja, Tony, tonnen overmaken, maat. Ja, schadevergoeding. Dat dan niet rijden. Ja, echt lijp. Ja, sorry, meneer. Echt sick. Dat is totaal niet mijn schuld, Nigel. Dat weet je zelf ook. Stoker. Meneer! Meneer! Tony! Kijkt u uit met hoe u de steeg uitkomt? Meneer Tony! Tony! Oké. Nigel! Je rijdt hem dood! Zie je wel wat je doet? Heb je geen rem of zo? Jij kan echt niet rijden! Je hebt bogen tot doodslag nu. Doe even normaal, man. Je rijdt hem helemaal dood. Je rijdt de gast gewoon aan en je rijdt er ook gewoon weg. Ja, ik zie het. Hoef je niet voor uit te stappen. Dan had ik het ook wel gezien, trouwens. Oh, sorry. Kom, Nigel. We gaan boef pakken. We moeten een achtervolging... Eigenlijk zijn dat echt hele slechte punten. Want nou moet je juist... een achtervolging gaan stoken. Ja, je moet nu juist etnisch gaan profileren. Ja, dat is toch raar? Ik vind het wel rare vereisten. Nee, je moet gewoon luisteren. Gewoon als een normale dienst. Niet etnisch profileren. Normale dienst. En een normale dienst rijdt ook niet iedereen voor je weg. Dus je moet mensen gaan zoeken die voor je weg gaan rijden. Nee, want gewoon die mensen die jij een stopteken geeft stoppen. Ja, dan stap jij uit, stappen hun weer in, rijden ze weer weg. Ja, dus ga je op zoek naar dat soort mensen. Nee, dan moet je
Nee, want heel Future doet dat. Dus ga je op zoek naar dat soort mensen, toch? Die nee, mensen komen niet naar je toe. Je zoekt niet, je vindt het wel. Nou dan. Ja. Ja, hij gaat te rood. Hij gaat te rood, hij gaat te rood. Kijk hoe hard die Tycoon gaat boeken. Let op. Nog een keer rood. Nog een keer. Drie keer rood. Kijk hoe hard die Tycoon hem boekt. Doe ze status 7, jij? Status 7! Ja, kom zet. We rijden naar bruine Tycoon voor ons weg. 30-60 kunnen jullie aankoppelen. Wat een kneus! Die rijdt momenteel richting elektriciteit en ik ben er nou uit het oog kwijt omdat Tony niet kan rijden. Oh, is jullie locatie? Ja, we rijden in een steeg ergens bij elektriciteit. Dit is veel te snel status 4. Maar ik vermoed dat het een status 4 is als hij tegen de muur aankwam. Handig. Ja, toch? Ja. Gebaseerd op niet waar gebeurde feiten. Ik weet toevallig... dat rijvaardig wel... Hij het wel ietsje is voor je mentor, iets. Ja, dus. Dat klopt helemaal. Dus ik ga die gelijk op onvoldoende zetten. Oké. Staat 7! Hey, staat de 7! Maar het ging om een bruine Taycan. Ja, dat ja, is positief. Hi collega's. Ho. Huh? Wat is hij nou? Is dit hem? Nee. Golflul. Golflul? Is dit een nieuw model? Dat is de Golf L7R. Oh ja? Ja. Dat meen je niet. Ja, zeker. Nee. Is de lul editie, daar rijden alleen maar lulletjes in. Oké. Okay. Hey, ik heb €29.999 op mijn rekening. Oh ja? Ja joh. Nou, koop er wat van. Dit is de melding staats 4. Ja, dit is de staats 4. Is zo nou. Je deed veel te snel een status 7. Dan moet je echt even aan werken, ja? Nu begint het geen short. Ik sleep er nog. Gekke gast, sorry, Nigel. Wow, mooi. Controleer op naam is easy om iemand te vinden? Op ID bedoel je? Nee, joh. Gek. Wat bedoel je dan? Ja, ik zag hem, Nigel. Ik zag hem. Ik kijk 1 seconde en ik zie hem. Ik zie hem. Fuck hem! Of het gaat in ieder geval heel hard, maar ik zag het wel. Er ging iets heel hard. En ik ga hem pakken. Want ik, Tony Nias, ben daarvoor bij het korps gegaan. Hey, zeg even tegen Padiri. Wie? Dat hij rustig aan moet doen. Wie? Zeg maar tegen Elias dat hij gelijk is. Zeg wat maar. Zeg je allemaal? Ja, ik krijg een berichtje, man. Oh ja? Dat je niet kan rijden. Oh ja? En hij heeft eigenlijk wel echt gelijk. Zie je, daar rechts is toch wat gaande. Het staakje zingt. Staat 7. Is ja, kom zes. Ja, momenteel achtervolg met een witte R6. Negeert stoptekens. Rijdt van ons weg. Nigel, er is iets aan de hand, ik ruik het. Elektricien. Ja, dan moet je uitstappen. In het 2 kunnen jullie aankomen. Zie je? Ze waren aan het ruzie maken. Auw. En in het 2. Neon! Ja, zeg het eens. Zouden jullie kunnen aankoppelen? Wij zijn momenteel niet beschikbaar. Hé, ja. We gaan vervolgen! Ja, we staan hier prima. Hey meneer, wist u dat Neon niet legaal is onder het voertuig? Nee, duidelijk. Neon, waar zijn uw kentekenplaten? Oh, dat nog? 2104 zou jij kunnen aankloppen. Kentekenplaten zijn er gewoon. Top, geef ik je. Oh ja? En op de auto dan? Ik had de moves, like en op de auto dan? Ik neid zo. Pas op maar. Waar die platen op je auto zijn? Ja, die zitten er van binnen. Ja, maar meneer, u mag even uitstappen. Ja, meneer. Hij gaat niet uitstappen, hij gaat vluchten. Waarom moet ik uitstappen? Nou, ik wil graag even de geldig rijbewijs zien. Yes, geldig rijbewijs. Nou, die liggen in mijn dashboard, die mag je bekijken. Kijk maar in mijn dashboard. Helemaal goed, ik ga even kijken. Ja, ik wil niet instappen, want dan denken jullie dat ik ga wegrijden ofzo. Meneer Boerakker? Ja? Helemaal goed. Nou, mijn collega gaat even uitleggen waarom die jou laat uitstappen. Nou meneer, de hele simpele reden waarom ik u liet uitstappen. Hè? Dat jullie niks te doen hebben. Nou, maar je mag wel gewoon even respect hebben tegen ons.
Heel simpel. Dit zijn dingen die je niet te doen hebben. Ik wil gewoon het beste voor ons beiden. Ik ga het je nu ook gewoon vertellen, dus me niet onderbreken. Het is wel beleefd als je mensen wilt uitpraten. Okay. Luister, je hebt geen kenteken op je voertuig zitten. Ja, je hebt neonlichten aanstaan. Dat zijn gewoon twee strafbare feiten waar je ook zeker een boete voor gaat krijgen. Oh nee, meneer. Ik wist dat niet. Deze auto heb ik zo gekocht gisteravond. Ja, maar kijk, gisteravond, je had ook die neonlichten uit kunnen doen en de kentekenplaten bij aankoop erop kunnen schroeven. Dat heb je niet gedaan. Dus dat is uw fout. Ik wist dat niet, meneer. Desnoods had je het met duct tape en tire iets vastgezet, bro. Zolang het er maar op zit. Nigel, jongen. Kijk, meneer, ik heb duct tape hier een rol op, in mijn dashboard liggen. Ik was het van plan. Maar? Ja, maar je hebt het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Dat is het ding. Nee, maar je hebt het niet gedaan. Bro, luister. Luister. Je moet snel hierheen. Oké, bro. Stel voor. Nee, niks hartaanval. Niks hartaanval. Anders sta je niet zo rustig. Luister. Wat nou had ik hier gereden als burger zijnde? Jij komt hier naar buiten. Ik klap op jou. Jij rijdt weg. Ja. Kentekens niks. Ja. Ik kan mijn schade niet verhalen omdat jij een speciale manoeuvre maakt door op de weg te rijden. Ja, want in principe heb ik hier al voorrang omdat rechtdoor op dezelfde weg op dit moment voorgaat. Ja, dus stel voor ik zou hier dus als burger zo komen. Jij komt naar buiten, jij pit mij, ik ga daar de bergen in, jij rijdt gewoon zo door. Waar ga ik mijn schade verhalen? Want ik heb geen kentekens. Dat mag je doen bij een Volkswagen. Negatief. Daarvoor heb je kenteken nodig, zodat je kan opzoeken, een contact met je kan opnemen, schadepapieren kan invullen en via de verzekering het kan oplossen. Maar aangezien je geen kentekenplaat hebt, kan dat niet. En ik weet dus ook niet of uw ID-kaart, die daar in dat dashboard zat, die mijn collega nu heeft, wel klopt, aangezien ik ook niet via uw kenteken kan checken van wie het voertuig is. Dat is mijn voertuig, meneer. Yes, maar hoe ga ik dat constateren zonder kentekenplaten? Meneer, kijk, ik heb sleutels. Ja, maar dat kan ook gewoon, dat kan ook zo'n default ding zijn. Inderdaad, Jelte. Zo'n locker. Wat? Ja, meneer. Huh? Ja, dus in principe kan ik ook een flatbed hierheen laten komen om het serienummer van het voertuig te laten checken. En dan ben je gewoon... Ja, als je denkt dat je dit af kan kopen door je kleren uit te doen, dat gaat niet gebeuren, meneer. Dus trek ze maar weer aan. Ja, ik ben heel erg bezig in mijn hoofd even. Wacht. Ah ja. Een beetje hoofdpijn. Goeie reden. Ik weet niet of dat u hoort of dat ik ook aan mijn stem hoort. Wat? Hoort u ook aan mijn stem dat ik een beetje hoofdpijn heb? Nee. Oké, fijn. Maar kijk, heel simpel, je gaat zo die bekeuringen krijgen voor het neonlicht en die kentekenplaat, hè? Boys, ja? Ik heb trouwens groot nieuws. Ja, dat weet ik niet, gaat mijn collega nu voor je kijken? Ik heb iemand gevonden die alerts designt. Ook een hele dikke. Hou je die neon eronder vandaan? Dus ik ga even bij hem inventariseren. Wat dat kost. Ik denk alleen dat ik me wel echt ga schikken daarvoor. Maar dan kan ik wel een donegal van maken. Maar ik denk dat het wel heel lijp gaat worden, man. Ik denk dat dat wel iets heel cools gaat zijn. Dylan is er ook mee bezig. En ja, blijkbaar doet hij het dus ook bij hem. Hij stuurde een snap en toen zei ik wel, dat is echt wel dik. Toen vroeg ik, heb je het uitbesteed aan een buitenlander? En toen zei hij, nee, bij hem. Toen zei ik, wat? Bij hem vroeger, daar heb ik al eens contact mee gehad. Ik weet precies wie dat is. Dus, ja, Leiban. Ik wacht even tot Dylan zijn alerts heeft. Zodat die maker daar gewoon prioriteiten op stelt. Niet dat ik Dylan zijn wachttijd afpak of zo. En dan ga ik even inventariseren, even vragen hoe en wat. Dus dat jullie het weten, eindelijk een nieuwe alerts misschien soon. Dat is wel heel lijp. Dat wilde ik al zo lang. Zoals jullie weten, al 2 jaar lang. Maar goed, er is nooit wat van gekomen. Je moet hem even zijn boete geven. Oh, ik? Ja. Ik wil het bedrag weten, meneer. Voor je volgaard. Ja, wat voor boete? Neonlampen, kentekenplaat. Oké, meneer, u bent niet tot antwoord verplicht, maar heeft u misschien enige verklaring hiervoor wat u wil opschrijven? Poep in mijn broek. Ik heb poep in mijn broek, is opgeschreven. Helemaal goed. Dat is boete 1. Mocht je in bezwaar willen gaan, staat achterop hoe dat kan. En de ander was collega? Maar... kentekenplaten. Daar moet ik ook verklaring voor geven. Stadsup. Toch? Ja, je bent niet tot antwoord verplicht, maar wil je daar nog voor deze bedrag 6.000 euro, meneer? Er ligt een AK in mijn achterbak. Helemaal goed, er ligt een AK in mijn achterbak. Mag je ook gelijk even je auto open doen, dan gaan we even de kofferbak controleren. Top. En dan is het ook nog echt zo. Helemaal leeg. Nou, iedereen ligt in de deuk.
Erg lachen. Nu in de kofferbak. Ik lig ook in een deuk, hè, maar net. Waarom doet mijn character zo graag? Is die bruine Taycan? Lekker worstenbrood. Waarom doet mijn character zo graag? Yo, Nigel. Dank je wel. Deze man heeft wat gebeurt hier? Nee, Tony. Ja, ik zie het. Maar ja, mijn auto is een beetje lek. Waarom beweeg ik zo raar, Nigel? Ja. Hebben jullie ook een probleem? Staat 7. Hoe kan dit? Ja, kom zo. Hebben jullie dit ook? In ieder geval, trouwens voor alle eenheden, ik krijg te horen van een SRT dat een zwarte MK7... Wat is uw naam, meneer de agent? ...een mesjeszak heeft, donker raam, geen kenteken, zwarte MK7. Meneer de agent, wat is uw naam? Volgens mij. Stop. Vierkant. Yo! Hé, maar Nigel, heb jij dat ook als je loopt? Ik mag niet instappen door dat. Wat raar? Wat gebeurt er allemaal? Wat? Doei meneer, fijne dag. Als je blijft staan, dan val je eraf. Eigen schuld. Ik heb het gezegd. Meneer, u gaat schadevergoeding betalen. Dus is dat wel? Ik kan iets van mijn boetes terug krijgen. Doei! Gaan we die... Dat kind, luister, dat kind, ik zweer ik ga ze gelukkig weer pakken omdat hij al de hele dag om ons heen rijdt, broer. Wie, die bruine? Nee, dat kind op die motor. Oh, echt? Met van mijn hoepers op. Yo, eet smakelijk, Bas. Ja, bro, hij rijdt al 7 keer langs of zo. Echt? Oh. Nou, ik ga even een repair kitje halen. We moeten even langs de AMB ook. Jij bent de miljonair hier, niet ik. Sta je dan? Oh, wacht even hoor. Daar sta je dan. Wat graag is van je pa. Godverdomme zeg. Joost Klein shit. Ja. Niet te best, meneer. Nee. En als ik hier zo nou echt goed ga kijken, waar is dan het kentekenplaat? Welk kenteken? Het kentekenplaat. En waarom zijn die ramen zo donker? Kijken. En die ramen zo donker, heb je misschien een geldig rijbewijs voor mij? Even kijken. Doorrijden! Kijken. Eigenlijk niet. Ja, zo grappig. Ik lig in een deuk. Nou, heel veel plezier. Aandacht tekort. Hoi. Hey, een Pero Sangue, die wou jij in TDA. Mm-hmm. Je bent wel een fanboy, hè? Je kijkt echt alle video's wel live. Luister, maat. Als ik s'avonds naar mijn nest ga, dan ga ik echt op YouTube kijken. Dan kijk ik gewoon of 5 webmontages of kijk ik video's. Goeie. Ik vind het ook wel lachend, Jani. Ik kan me niet vertellen dat jij dat niet doet. Nee. Eigenlijk niet, nee. Wat? Nee. Dus jij gaat voordat je zeg maar echt 2 uurtjes voordat je gaat slapen, ga je niet eerst nog even een uurtje doen? Bro, nee, ja, dan zit ik vaak op YouTube of ik kijk een film met mijn vader of zo, weet ik veel. Wat ligt hier? Hoe hier? Wil je gootsteen ontstoppen? Oh, dit! Het ligt hier. Wat doe jij? Ga er dan achteraan. Wat denk je zelf? Die kerel is al lang weg en ik moet mijn auto repareren. Ik koop gelijk even 2 koffietjes voor ons, ja? Ja, en ik heb gelijk even repair setjes. Kitjes, setjes. Gianni, we hebben, dat heb ik ook in mijn video gezegd, we hebben sowieso, we mogen sowieso weer deze dienst meedraaien. En vanuit daar kan bepaald worden hoe en wat. We gaan wel even langs de ANB. Maar dan moet ik eerst tot de hoofdagent weer gaan. Dus dat is zeg maar de catch, om het zo maar te zeggen. Dus ik moet eerst weer hoofdagent worden. En dan, winkeloverval. Meld het. Doe dan. Staat de cijfer? Ja, kom zet. Wat doe jij, jongen? Ah, ik krijg een melding van een vehicle. Kun je die slash op route 15. Op Kokabes toestemming om even te kijken. Ja, jullie moeten wel aankoppelen. Ik heb geen eenheid op mijn naam, dus. Collega, ik heb voor jou een lekker koffietje. Nee, ik hoef het niet te drinken. Nee hoor, dankjewel. Nee hoor. Laat even weten wat er staat voor de deur. Ja. Kijk, daar heb ik deze ook bij. Nee hoor, dankjewel. Nee, hoeft niet. Hoezo niet? Ik gooi het in de auto. Hier, maar dat kan niet. Hoezo niet? Back collega? In the game, back in the game. Collega, waarom wil je dat? Ja, ik weet niet, Gianni. Wat wil je? Waarom wil je die koffie niet? Nou, ik weet dat je auto koffie. Nee, ik zag wat dingen in mijn ooghoek. Ik weet niet, man. Oh, de auto valt uit. Had je repair kit gekocht? Nee. Echt niet? Nee. Domme loser. Wat loser? Jij hebt 1-2 miljoen, niet ik. Oh, dat is de verkeerde. Sorry. Kijk, weet je wat we dan doen? We staan top stil. Weet ik, Mark. Alleen ik ben te lui. Wat doe jij? Hoor je dat niet? Jawel. Heel zacht. Wat? Nee, ik ben wel weer op zoek naar nieuwe mods, chat.
Binnenkort, dat hoor ik wel, ja. Binnenkort wil ik wel nieuwe mods. Dus, wil je daarop kans maken? Check dan even uitroepteken mod. En, als je daaraan voldoet, dan moet je veilig voelen. Hè? Ik snap nog steeds niet waarom ik die box aan heb staan. Nee, ik ook niet. Maar ik snap wel meer dingen bij jou niet. Ja, maar dat snap ik bij jou ook niet, dus ja. Hoezo? Je gaat van de winkelval met een fucking mesje naar praten met Erik, naar terug naar politie. Leuk, hè? Toch lukt het mij. Ik heb nog nooit zo'n entree gehad. Mooi, hè? Ik voel me wel goud. Kijk dan. Staat 7. Echo. Ja, kom eens uit. We zijn aangekomen bij de winkel. Overal staat een Porsche Taycan Cross Turismo langs de deur. Ik zie iemand met een hakbel staan. Twee hostetjes en heel veel mensen eromheen. Stop, ik ga jullie koppel prio geven. 1316-2102 zou die kunnen aankoppelen. En 2104. Yes, positief. Mag onderhandelen zo. Daar ben ik goed in. Wist je dat? Hey Nigel? Wat een drukte voor één winkel. Ja, zeker. Ja. Zei ja. Heel kort, ik ben daar aangezien. Ik denk wel dat ik alleen maar de hostetje heb. Hey, er wordt geschoten, G! Echt? Ja, vanuit de bergen, bij de dam. Lijkt die vuurwagen maar een counter of gewoon om jullie weg te krijgen? Oh, ik zie hem. Een motor. Ik zie nee, niet op ons. Niet op ons. Oh. Maar ja, het is in ieder geval route 15 winkel overval. Kunnen we wel wat eenheden gebruiken, het is hier echt super druk. Ja, het is echt weekend. Geel gekleed. Rijdt u de berg in bij de dam. Serieus, deze guy met die zwarte haren. Was het ook diegene die een mesje op collega richt? Die was ook heel gekleed. Ja. Hoezo? Luister, er wordt geschoten, dan mag ik gewoon mijn vuurwapen trekken, maatje. Dus rij maar gewoon door. Nigel, skip. Ja, dat zeg ik niet, hè. Ik zeg gewoon dat je gevaarlijk bent. Nee, is het oké als ik als ik ga onderhandelen? Ja, positief. Ik ga met je mee. Oké. Okay. Zo, Nigel die gaat wel echt heel snel. De 21-2 komt hier aan vaak zien. Hele goede middag. Ja, gewoon binnen, joh. Ik ga me even voorstellen. Ik ben Nigel D, hoofdagent, werkzaam bij de politie. Ja, nou is mijn beurt. Ik ben Tony Niash. Ik ben ook... Dit is mijn mentor. Ik werk ook bij de politie. Hallo. Dit is mijn mentorleerling. Hij gaat... Wil je even afleggen, meneer? We zijn volgens mij met jou bezig. Hij gaat vandaag met jou onderhandelen voor zijn voortgang. Gezien hij een beginner is. Yes. Dus het is eigenlijk nog een beetje een kleine spippen. Ja, net zoals jij, want jij staat je met een hakbel. Dus, in ieder geval laten we gewoon beginnen. Een paar dagen terug wat is er aan de hand, meneer? Wilt u ergens over praten? Ja, ik zit in een moeilijke tijd, meneer. Oké. Okay. Zaken lopen slecht, meneer. Wat voor zaken heb je? Ik ben kan iemand een IC aanmaken? Een dierentuin. En, deze twee dieren meegenomen. Ah, ja. Oké, dan moet ik denken aan genocide of zo, of... Die zijn allebei twee giraffen. Oké. Ja. Faris, let's go. Let's go, jongen. Het is voor de 5. Holy moly. Ik kom er zo op terug, ja? Even onhold. Oké. Maar, nee, ja, minder fijn natuurlijk. Die jongen, twee giraffen. Ik ga ook even kennis maken. Ik ben, Xander. Xander. Hier, heb je... Xander Eldorado, helemaal goed. Oh, jeetje. Mooi, mooi 06-nummer. Kan ik je op bereiken? Ja, dat is helemaal goed. Met hoeveel zijn jullie hier? Dan kan je een keer naar mijn dierentuin. De Game NL ook met de 250. De Game NL, jij hebt gewoon de meest gelikte superchat ooit met 150 likes. Ja, let's go, jongen. Thanks voor de 250. Ik kom er ook zo op terug, ja? Ik wil even de onderhandeling doen. Oh, oké. Okay. Eenmanszaak. Oké. Okay. Ik ga ondertussen even notities maken, is. Ja. En wat vraagt u precies van ons, meneer? Een vrije doorgang en eentje mee naar buiten. Vrije doorgang en eentje mee naar buiten? Wat bedoel je daarmee? Goh. Schrijf het even op. Volgens mij ben je echt een amateurtje, of niet zo? Ik zou die niet pakken, hoor. Hey boys, is het een idee dat ik omschaal naar zware motor? Okay, ik kan omschakelen als zware motor, kun je... Als jij dat even wilt doen, jij wil dus gewoon hebben een vrij doorgang en je neemt en iemand mee naar buiten naar je Taycan, ja, geloof ik. Niet die meteen dragen, ja, maar die kan dan hostages ontvangen. Oké, dus die, oké. En dan moet hij maar je blijven staan. Ja, hij kan wel auto rijden. Ja. Prima. Als, jij die als dat auto is wat jij wil, dan ga ik dat zo meteen even voorleggen met mijn collega's en dan kom ik zo meteen terug. Als goed, ik kan binnen.
Sorry, wat zeg je? Het ligt aan jullie, kijk... I have to leeg die kassa. Die kassa is going to in mijn broek. Ja hoor, ik kom zo meteen terug naar binnen, ja? Yes, yes. En hoe gaat het met de giraffen? Gaat het goed met jullie jongens? Miauw. Oké, dat is een apart geluid. Dat heb ik nog nooit gehoord bij een giraf. En met u, meneer? Oh, ik had alles prima, hoor. Oké, helemaal goed. Hé, ik kom zo terug, ja? Toppie. Ah, jojo. Varis met de 5 euro zegt, hoi Tony, ik wil wel mod zijn en je bent echt een dikke topper. Ga ze door en je bent echt een van mijn beste streams en je hebt een mooie kamer. Varis, super bedankt jongen, thanks for the love. Mod ga ik alleen wel selecteren op mensen die ik zeg maar vaak in de chat voorbij zie komen. Dus als je daarop kans wil maken, sowieso uitroepteken mod. En als je dat lijstje gewoon volhoudt, dan jij komt gaat gewoon zo goed. Super bedankt. Ik en dan maar ook schakelen om naar de zware mode in Varis. Dus dan koppel ik zo wel weer verder met jou. Yo, is helemaal goed. Wat de verdachte in ieder geval wil, is hij gaat vluchten in de Taycan. Hij wil gewoon vrije doorgang en hij wil de één hostage mee naar buiten als ik instap in de Taycan. En that's it. Ja, lijkt me standaard. Dus ga maar kort, denk ik. Yo, dan wacht ik even tot wij allemaal gewoon gezetteld zijn met voertuigen. Hoe laat er heen jou? Je mag gewoon even doorrijden, meneer. Voor Tony is bij. Dankjewel. Dus jij mag ook even doorrijden, meneer. Excuseer, Mattie. Dankjewel. We hadden nog een 2,50 euro superchat die niet in beeld komt. Ja, Andrie, maar die game in jou. Ik heb hem een hartje gegeven en ik heb hem geleid. Hij zegt, jouw mentor heeft echt goede muziek. Ik zat hem doorgeven, je motor kunnen klemmen. Ik zat hem doorgeven. Super bedankt voor 2,50 euro, jongen. Let's go. Dankjewel. Ja, maar wel hard. Let's go, mijn vaas. Ook super bedankt voor die 5. Lekker, man. Dankjewel. Love, love, love. Hij komt nu. Hè? Nee, deze die komt. Die andere die komt niet. Wat dan? GameNL weer met de 2,50 gezegd. Je vergeet me Dono en je hebt een mooie kamer. Nee, nee, nee. Ik vergat hem niet. Ik heb hem ook net opgelezen. En ik zei dat je even moest wachten. Omdat ik bezig was met de onderhandelingen. Maar super bedankt met de gamer. Ja, super bedankt, man. Deze kwam wel in beeld. Wat lachen? Nou, ik ga je superchat weer liken, ja? Maar jij hebt dus het record staan met 150 likes op een superchat. Super bedankt, man. De GameNL. Dankjewel, man. Thanks voor de support. Moet ik ook in dienst komen? Moet jij weten, Mick. Dus heb je auto veel? Gemiddeld 1 op 8, 1 op 9. Ja. Nogal. Normaal rijgedrag, hè? Hij is echt heel onzuinig. Het is echt bizar. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Hij zit er 3 mensen op. Ik heb liever dat er te veel benzine wordt ingespoten dan te weinig. Er zitten 2 jongens op het dak. Ja, ik kwam wel 3. Achter. Beetje kotenbende hier. Daarom. Het is wel een beetje heel moeilijk om een dak te komen. Je kan letterlijk via de achterkant kan je erop klimmen. Ja, maar ik wou via Mio gaan. Dat ging wat minder. Gekke 360. Ik ben op zoek naar Andries. Nigel, hoe ver ben jij uit? Ja, we zijn nu op AB, man. Wist je dit voordat je hem hebt gekocht? Nee. Je moet hem omkleden natuurlijk. Maar goed, ik rij hem heel graag. Dus er komt nu ook nog een 4 tak op. Nee, ik rij hem echt super graag. En 1 op 8, 1 op 9, ja. Weet je, het is maar zo. Ik heb laatst, voordat ik had getankt... Contact, wacht, ik heb een foto. Ja, ik kan ook daar schrik je van. Zijkant. Het zijn gewoon normale ritten. Ja, kan dat? Ja, ja, al die boys doen dat ook. Laat me even kijken. Ja, toch? Ja, niet normaal. Let wel op dat ze nu niet gaan. Het was gewoon een weekendritje, nee, maar... Nee, ik let heel goed op. Laat me even kijken of ik die foto kan vinden. Ik heb mijn geld al binnen. Ja, ik kom zo terug, ja? Zou je bedacht hebben, moest je dit van tevoren weten? Nee. Ja, wij gaan nu naar een garage om een voertuig te pakken. Moet sowieso een keer tanken. Oh hier, ik heb een foto. Check dit. Ga jij eens even weg? Hé, hoe kinderrampen bestaat? Nee, politie. Wat ga je doen dan? Dit is ook zo kut. Ik kan mijn auto niet 1 op zoveel zetten. Hij breekt het alleen per 100. Dat is zo idioot. Het is echt zo fort. Maar 100? Ja, kijk. Ik ben een stap 100 gedeeld door 14,7. 1 op 6,8 kilometer. Over 62 kilometer. Nee, maar ja, dit waren wel. Dit was wel een beetje doorrijden ook. Dit waren zeg maar gewoon weekendrit, gewoon plezier. Maar ja, dan nog. Wat gebeurt hier allemaal? Er ligt in één keer iemand een ACP-emmer op de grond. Maar goed, ik tank hem graag, dus ja. Weet je? Ik bedoel, ja. Marcel, super bedankt voor het abonneren. Moet ik jou op Tim? Ja. Sorry, ik kom niet omhoog. Kijk, mijn vader zegt, jij wilde een Focus RS. Dus dan zou je er ook voor bloeden.
Ja, voor jullie even ter informatie. Ik heb laatst maar een groot onderhoud gehad. Ik heb elkaar geslagen. Oh. Schrok ik ook wel van bedrag, hè? Ja, dat is bij geen één auto anders, hoor. Groot onderhoud is echt heel duur. Het is echt heel duur. Maar ja, ik vond wel even een tegenslag, zeg maar. Omdat, ja. Best wel raar om zoveel geld ineens in de auto dan te steken, zeg maar. Het is ook wel nodig, maar ja, hij had het echt nog heel lang vol kunnen houden. De olie is ververs, terwijl er sinds 8000 kilometer pas verse olie in zit, zeg maar. Of 8000 kilometer geleden. Maar ja, prima. Hij is gewoon nu weer voor service geweest, onderhoud. Ik weet dat ik de auto niet heb gesloopt. Meneer, ik kom... Je mag gewoon een hamburger hebben. Dat was echt wat. Fuck the police! Ik kom er zo aan, meneer. We zijn druk in overleg, ja? Ik fucking lang, joh. Je kan het gewoon naar Carter, ja. Man. Nou, je moet gewoon even doorgaan. Rustig doen, ja? Nee. Jawel, mag je wel. Is. Maar ja, ik weet dat mijn auto gewoon goed is. Dus, en hij heeft even verse olie gekregen voor de Nürburgring eind deze maand. Dus ja. Waarom niet? Jongens, ik mag mijn kogel. Was de reden dat je Ford Focus RS hebt gekocht wel een goede keuze? Ik wil sowieso unieks, iets unieks in YouTube Nederland. Geen standaard... Tony, voor jou. Ja? Jij vangt holstertjes aan en daarna koppel je aan met de B-klas, ja? Yo. Ik heb geen zin in die code, ben naar boven. Laten we gewoon snel goed liggen. Even. Yo, dan ga ik naar binnen en dan zal ik het doorgeven, ja? Ja, als vernomen. Kan iemand mijn auto even zetten dan? Staat hij open, hè? Ja, ik denk het wel. Hey, zet hem niet laten zien. Ik ga zo even neerzetten. Ja, lekker, lekker. Tony? Ja, zet maar gewoon ergens neer waar Julie niet belemmert, zeg maar. Oh, ik zet er wel gewoon naast de dek neer. Yo. Nice. Doe eens boven je hoofd. Hele goeiedag, meneer. Wil je gewoon even rustig doen? Als jij even die bel laat zakken, dan kan ik je groen licht geven, anders niet. Hé, wat zeg je? Als je gewoon even die bel laat zakken, dan kan ik je groen licht geven en anders dan niet, ja? Ja, hij is gezakt. Prima. Hey, ben je bekend met groen licht? Ja, joh. Groen licht 1-2? Ja, meneer. Helemaal goed. Dan wens ik jou succes voor de gegijzelden. Ik vang jullie zo meteen op. Dan kunnen we zo meteen even met elkaar praten. Mogen de beste winnen. Hm? Mogen de beste winnen. Ja, nou, we gaan het zien. Succes, meneer. En hou zo meteen linksboven even in de gaten, yes? Ja, komt goed, joh. Helemaal goed, joh. Hey, ciao. Hoe deed je ook weer dat groen licht type? Slash overheid. Ja, thanks. Ik geef hem maar groen licht 1-2, ja? Is goed. Groen licht 1-2, toch? Ja, ik geef hem nu 1. Ik kom er net achter dat mijn tank maar half is. Ah, boeien. Tank, snel. Ja, ik kan het nog sneller. Ja. Doe maar. Ik geef hem nu 2. Als je nog heel veel 1 seconde... Yes. Geef maar. Yo. Hij heeft al. Ik dat doet allemaal 70. Ik ga even fouilleren. Hé, mond houden maar, joh, homo's. Voor zekerheid kijken. Ik ga je boeien losmaken. Hé, Friari. Friari. Stop. Ik probeer hem even los te maken, maar dat lukt me niet. Hij heeft helemaal even hoofdpijn voor het vaderland. Meneer, moet ik hem even met... Ja, kan je hem losmaken als je wil? Jo, Christian, het is voor de 1 escortje. Wat hoor ik? Ik kan hem niet losmaken. Ik pak als het moet. Ja, gaat nu aan de tweezijdelijke richting. Zet hem maar in de auto. Ja, van mij, als jullie hem los kunnen maken, mag het. Maakt niet uit hoe, want bij mij staat er dat ik zelf geboeid ben en dat ben ik niet. Dus. Oh, jullie via de hele goede dag, meneer. Als ik nu een mesje trek, dan word ik niet gepakt. Nee, voor mij niet. Als je hem los kan maken, voor mij dan mag dat. Yo. Heb je iets bij wat je niet bij mag hebben, meneer? Heeft hij iets in zak gestopt, de overvaller? Wij komen weer via links. U bent er niet, ik ga even kijken. Ja, ik vermoed dat hij weer gaat omdraaien. Nee, het ziet er nooit uit. Ik laat jou gaan, ja? Wil je ook niet losmaken, dus ik neem jou heel even mee. Nee. Boys, zouden jullie die mensen binnen ook, of die gast binnen ja, ook... Ja, gaan het waarschijnlijk de hele weg doen. We gaan nu beginnen raten. We hebben echt spijker wat er nodig doen als je in één keer... Ja, zo mooi. Je zegt zweer dat je niks doet. Nee, als je nu doet, dan niet. Anders lig je op de grond, hè? Oh, hij is echt gewoon geglitst. Ja, dat bedoel ik. Dan kan ik hem ook niet losmaken. Wel, ga zo maar aan de kant dan. En die kerel binnen... ja, en binnen, kan je die ook doen? Wat? Ik ben al los. Oh ja, tuurlijk. Jalla. Binnen zat ook... Oh ja.
strijders. Hij heeft toch drugs? Ja, ik ga daar even geen tijd in steken. Ik moet koppelen aan die overval. Free! Worden we in één keer allemaal gehandsen? Alright, als jullie hem nu weer wegleggen, is het goed, ja? Hé? Als jullie hem weer wegleggen, is het goed, ja? Ja, is goed. Right. Thanks jongens, rustig. Yo. Hey Tony, veel plezier met je bodycam. Yo, yo, dankjewel. Yo. Break checken. Hou je bek, hou je bek. Ik had trouwens even moeten opvragen bij de hosteltjes. Maar ja, eentje is even geen die anders weg. Nou, het is sowieso groot. Het zou me niks verbazen als hij zo meteen weer een U-turn maakt. Werden van wel? Laat een knipperen, nee, het is gefixt. Let op, let op. Kostia, nog even met 1. Yo, ben er weer. Ben gelukkig nog steeds top donateur. Let op, let op. Oh, hij gaat hier op rood. Kostia, niet met een andere naam dan. Let's go, jongen. Thanks voor de 1. Afsnijden of rood. Let's go, man. Dankjewel voor de 1. Vraag waar ze zijn. Hij houdt wel die 100-regel. Ik ook. Respect. Ja, hij is snel zat. Zou de meest criminelen niet eens doen? Waarom zou ik? Nee. Wat is de locatie? Ik heb de hostjes opgevangen. Die zijn allebei in orde. Ja, we rijden op die off-road stukje richting 707 car dealer. Hey, Azes, waarom pitch je hem niet? Hoe is off-road? Mag niet. Dus? Ja, dat is niet heel makkelijk pitten. Is handweg. Mag. We hebben nog geen toestemming. Laten we even toestemming vragen. Oh, de persoon zegt dat hij ons succes wendt en dat we er waarschijnlijk afgeschoten worden. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire god world on Saturday. Yes, I will be coming to church on Sunday. Is het levensgevaarlijk wat hij doet? Hoorde je dat? Ja. Monday left, be broken. Ik zit nu verder, maar we zijn nu bij die off-road dealer. Ik hoor hem, hey, blijf even praten, dan kan ik genieten van de muziek. Doet helemaal niks. Waar zijn jullie eigenlijk, Nigel? Ja, we zijn richting Lafayette Blanca. Ja, ik kom eraan. Hij gaat linksaf richting Lafayette Blanca. Hij moet momenteel op vanaf Lafayette Blanca kruis met richting Lafayette Blanca, dus zuidelijk. Dit is wel goede motivatie, man. Ja, jongen. Blijf nu dat schuurtje voorbij. Waarom zou je de avond zitten? Steeds. Is toch prachtig? Waarom zou je mij maar wel gaan verpesten? Irreplaceable. Nader momenteel op La Fuente Blanca. La Fuente Blanca momenteel voorbij. We gaan nog steeds zuiden richting La Fuente Bol daar. Ik word straks echt copyright claimed. Ik weet zeker na deze door, team ben ik nog steeds zuidelijk. 100% zeker. Blanca richting. Ja joh. Deze ik vind daar een beetje. Oh wacht, waar zijn jullie? We gaan linksaf richting Diamond Casino. Oh ja, ik ben er bijna. Ja, positief. We gaan rechtdoor richting Merrill Park. Ik krijg dan Merrill Park Wink. Nou, doe je nou joh, kom eraan. Yo. Straks wil ik echt copyright claim, ik weet zeker. Hier weer maar 100 in principe. Oh, dit gaat wel minder. Ja, het is goed zo, het is helemaal goed. Dag! Wat is de nieuwe locatie? Ja, rij hem op het man op het Merrill Park. Kijk, ja, ik had wel heel veel porten, dus let op voor zetten. Sorry jongens, ik moest even na. Even ik denk dat we afgeblokt zijn. Ik denk dat ik echt flink gecopyright claimd word. Wat denken jullie? En ik zweer. Als ik. Ja, nou, word op zouten, word op zouten. Oh ja, oh. Waar locatie? Heeft de wand van zijn eigen kleur geraakt precies of niet? Ja, we hebben het dus hij overleefd. Is niet geraakt. We zijn niet geraakt. De persoon wou dat we gingen stoppen, maar we geven nooit op. We gaan verder op de weg van de Tam. Zo is het jongens, zo is het. Zo wil ik het horen. Ja toch, we gaan... Denk ik is de 2103 om het leven gekomen. Spijtig. Dat is een taaie. Oh, kom maar leer man. Rijdt hij nog steeds over de Dam? Ja, positief. We gaan momenteel richting A9. Oké, is vernomen. Dan rij ik even om. Is vernomen. Ik condoleer, man. Ah. Mooi. Wie is die R6? Is dat een van zijn maten? Ja, dat is een van zijn maten, ja. Dat is het taaie. Wanneer wordt nieuwe mods bekend? Die ga ik gewoon over de stream ga ik bekijken wie allemaal actief zijn. Zet ervoor dat die niet gedremd en die ik, ja, waar ik al zeg maar, ja, niet per se band, maar gewoon mensen die ik vaak in mijn chat heb gezien of er al lang bij zijn. En ja, oké, Raymond wil A9 zuidelijk. Laten zien, zeg maar. A9 winkel weer.
Deze man rijdt onze run is heel hard uit. Oké, okay, dus, ik ga momenteel A9 winkel voorbij gaan. Nog steeds zuidelijk op de A9. Dat klopt, JM. Ik kan het ook niet aanzien hoor, dus. Ideale lijn. Nog een motor. Ja, ik ben Skakis kwijt. Is vernomen. Ja, gaan we momenteel richting vanaf A9 nog steeds zuidelijk. Gaan daar. Zuidelijk? Ja, positief. Positief. Gaan daar rechtdoor richting car dealer. Op de snelweg daar nog steeds. Een RSS die zit de hele tijd een beetje irritant voor ons te rijden, maar. We maken een U-turn. We gaan A9 noordelijk weer. Ja, ik heb jullie in zicht. Vernomen. Weer een U-turn richting de stad. Snelweg car dealer rijden momenteel. We gaan tegen het verkeer in. Wacht, wat? Persoon remt, persoon is gepit, zwaar. Maar rijdt door alsof er niks is gebeurd. Huh? We gaan draaien weer om richting car dealer op de snelweg. Ik weet niet hoe deze heet, maar gewoon car dealer snelweg. Oh, volgens mij. Dan gaan wij rechts op de snelweg van Rode Garage. Gaan we alsmaar rechtdoor. Positief gaan richting de Ketteltunnel momenteel. Wat? Negatief gaan we rechtsaf gaan richting Juwelier daar. Oké dan. Ja, positief rechtsaf richting Juwelier. We gaan daar rechtsaf richting de gemeentehuis. Negatief linksaf richting... weer rechtsaf achterkant gemeentehuis. Gaan richting de AWB. Linksaf weer richting... Oh top. Richting Eclipse. Negatief. Gaan weer rechtdoor. Weer rechtdoor. Ga richting... hoe noem je dit? Villa Wijk. Garage bij Villa Wijk zijn we momenteel. Is dat mogelijk gezet of hier in die boot? Dat zou waarschijnlijk wel gebeuren. Witte R6 van eerder achtervolgens zijn zit ook weer aangekoppeld. Ja, is weggereden. Okay. We rijden nu bovenkant Villa Wijk richting de Bodentlaan. Het is dit. Want hey, we worden setup. Zwaar gezet, dus ze hebben nu één man in dek. Headshot. Mijn collega is helaas overleden aan een headshot. Ik kan geen actieve comms meer geven. Gecondoleerd. Dank wel. ja, ik ben dus, omhoog gereden bij de Bodentlaan. Ik achter de Taycan aan, maar helaas heeft mijn collega een headshot gekregen. Oh ja, ja. Villa Wijk, hè? Ja, Villa Wijk richting Bodentlaan en dan helemaal omhoog zo, die berg op. Ah ja. Richting, richting Sandy. Ja. Was het een grijze Taycan? Ja, positief. En dan heb ik hem voor laten crashen bij Eclipse Garage. Dan heb ik nu even snel wat hulp nodig, want ik sta hier met mijn tasertje. Zou je... Ik ben ook zo Een beetje per ongeluk in hem vol gereden. Hij lijkt nog in het voertuig te zitten, maar... De persoon stapt uit. Jullie hulp nodig, jongens. Ik ben positief, Rebel. Hoe is dit Eclipse Garage? Ik weet niet of dit hem is. Was hij wit gekleed met tasje? Kan je even in die C kijken? Ja, hier, rechts. Hij gaat overstappen in die ST. Oh man, heel positief, wat is dan? Ja, ik kon niks. Ik was ten dode opgeschreven als ik gewoon uitstapte. Ik ga mijn auto moeten repareren, jongens. Succes. Yes, maar ga ik, ik kon niks. In de maand Villa Wijk omhoog? Ik kan wel uitstappen met mijn taser, maar dan was ik in no time dood door die bende eromheen. Dat had helemaal geen zin. Ja, maar weer. Woehoe. Lekker man, JM. Ren naar een zware crash. Ja, toch, goeie appie. Nou, een lekker raaknek en allemaal e-mails en zo. Dus kan wel. In de koffer, Prio? We doen ook even. Is Nigel dood? Schijnbaar. Gecondoleerd, Nigel. Ik bedoel, sterkte. Ai, ai, ai. Ik ga een stuk, jongen. Ik zei dat net tegen die collega. Hoor die... Oh ja, Nigel, dat hoor je natuurlijk gewoon. Lars, kan je een beetje zeggen waar je het voor hebt? We gaan een nieuwe inke persen om een last risk in Villa Wijk. Ja,
Begrijp je een beetje best? Dus voor het abonneren. Oh, heeft iemand die geklipt? Ik hoop het wel. Met de laatste tijd ook minder geklipt, maar ik vind het wel leuk om die clips altijd terug te zien. Was die blauwe Turbo GT? Ik weet niks af, maar zeg niet als zwakke SCK aan. Hé, ik word beschoten! Ik word beschoten! Eclipse garage omhoog! Ik ben geraakt met de shotgun. Ze zijn gecrashed. Locatie? Welke voertuig excuus? Ja, die Turbo GT. Ik ben geraakt. Ze lopen hier alle twee op mijn noodknop. Dus ik ben erbij. Ik kan niet heel veel. Ze lopen in die tuin. Letterlijk waar die auto staat geparkeerd in die tuin. Dus hier rechts, ja, motoragent, af. In die tuin. Pas op! You good? Ja. Kan je nog eens een noodknop? Yo. Wel hier kan ik als ik iets zwarte SCK aanblijf op bij jullie SCK. Ja, ik heb wel hulp nodig, want ik ben de enige met die Dan kom ik zo om SCK. Ik heb je Ik zie een groene RSS daartoe rijden. Mogelijk. Constant. Scham. Wat zijn de redenen van de noodknoppen? Scham. Nee, schamp is toch zonder R? Ik weet niet eens meer. Oké, dat gaan we voor de Tim wordt nu omhoog geholpen, daarna gaan wij gelijk onderweg weer. Wat is de locatie? Ik knip. Wat is de locatie? Vraagt hij naar 3 noodknoppen. Zo is dat mogelijk overgestapt in een groene RSC. Die reed zo net langs richting... hoe heet dat? Ja, Piek TDA-huis. I know. Alles oké met u? Ja, ik heb een schampschotje gevangen. Het gaat wel. Zo. Dat was ook, als jij die call had gemaakt, dan lag ik nu op de grond. Geen probleem, ik heb je leven gered. Nu gaan we ze pakken, ja? Ja? Pak ze! Ja, hij wilde pieken. Toen stond die gast met zijn Mac 11 stond te schieten. Maar ik ben geraakt door een shotgun, dus dat kan niet kloppen. Maar ja, ik ben van zo'n lange afstand geraakt dat niet echt een kogelwond moet zijn. Zit hier nog ergens achteraan? Een negatief. Ja, persoon is aan de uitzien. Laatst gezien in een groene? RSS of groene Taycan? Groene RSS. Zeker of zeg ook een Taycan? Ja, ik zeg de RSS dat een persoon naar de straat rijdt waar ik werd beschoten. Oké, voornamelijk. Maar ik heb niet kunnen zien. Oké. Ik ga even langs het ziekenhuis om dat schot even te laten checken. Ja, geef me nou even dat vuurwapentje. Dan heb ik vandaag al 2 man neer. Ah, die Cayenne staat hier nog steeds wel van de patrouille die hebben geschoten. Heb je daar bewijs van eventueel inbouwen? Het scheelt een haartje. Ja, Tony, heb jij bewijs dat die patrouille echt hebben geschoten? Ja. Ja. De Milan dat ik af het omneren. Brabus omhoog. Ja, die Turbo GT die crashte toen ik de hoek om kwam. En toen stapte die uit. Toen schoot hij. Record 4 keer dood in 1 dienst door Dylan. Ik ben vandaag pas 1 keer dood gegaan. Geen stress. Ots. Ja jongens, ik zal een goede aanwinst zijn voor de Daisy. Vooral in de middaguurtjes. Lekker man. Ik ga heel even snel zo. En dan zet ik even mijn camera wat verder. Fijner voor me. Hoppa. Bam, Jack. Wat? Dan hoef ik mijn lamp niet zo veel te zetten. Schade is Koprians, komt blijven af. Nee, het heeft niks begaan. Dan mag het nog zachter zelfs. Hop! Dus je dacht, ja lekker man. Zijn gangetjes in ieder geval. Het gaat wel. Ik heb een mooie deur eruit. Waar is Nigel? Oh, Nigel is dood. Ja, echt zo Ruben. Veel beter.
Nee, in TDA duurt het echt zonder grap 5 minuten. 1.1 gelijk is echt ziek, jongens. 1.08. Thanks voor het lof. Blijf nog lang live? Nee. Ik zie dat het al 7 uur is, ik weet niet. Zo even kijken. Er staan al spotjes op mijn auto, Lucas. Maar die staan nu niet aan. Oh, eentje wel. Maar ze werken op zonlicht. Ik denk niet dat ze zo heel veel zonlicht hebben gevangen eigenlijk. Kijk, anders zie je mijn wiel nu ook niet. Kijk. Hier. Dit licht, zeg maar. Dat komt dus van een spotje. Ja, op camera zie je het niet zo goed. Maar ja, dat is altijd zo. 5? Het voelt als 15? Hè, wat dan? Wat Ruben? Oh! Ja, van het TDA ziekenhuis. Ja, klopt. Ja, misschien duurt dat nog lang, hoor. Dat weet ik niet zeker. Ga naar A en B. Nee, ik heb net repair... Oh, hè? Hoezo? Ik heb net een repair kitje gedaan, dus het maakt niet uit. Ziekenhuis TDA. Ja, ik snap wat je bedoelt. Aina, ik heb groot ontstoppen gedronken. Ik heb die koffie op. Oeps. Mijn naam is nog steeds grijs. Maak hem groen dan. Broodje kaas. Of leef je altijd van gifted subs? Ik koppel er ook Je bent gecrashed net? Oh ja, sorry. Ja, ik ben zo aan het streamen dat ik niet eens meer door heb wat ik allemaal aan het doen ben. Van een eiland gaan voor behandeling? Ja, dat kan ook, Milo. Ja, het duurt inderdaad niet zo heel lang. Klopt, ja. Iemand heeft aandacht tekort. Oh, hij denkt ik laat het wel zitten. Oké, dan. Want dan klopt mijn naam niet meer. Hoezo? Oh! Broodkast op en baas gifted sub. Oh ja, ik zie het, ja. Tja. Dus eigenlijk... Ja, tja. Ja, als je nou gifted subs kon geven aan... Hi! Als je nou gifted subs kon geven aan bepaalde mensen... was dat veel fijner geweest. Ik hoop dat YouTube nog met die functie komt. Dan kan ik de trouwe kijkers belonen. Ik gunt iedereen daar niet van, maar... dan kan je wel gewoon zeggen zo van... oh, jij bent er? Oké, dan krijg jij een gift sub van mij. Dat is wel lachen. Ik zit nog een kop op prio 2, ik ben niet teruggesleept. Ik ben er bij de dienst toegewenst, hè. Yo. Yo, dank je. Ik ben hier buiten. Hoi. Dag, jongen. Goedjes. Yo. Zeg, raar die lampen. Oh, kijk. Aha, gefixt. Easy. Ik vind het juist chill dat het random gaat. Je moet de optie hebben. Of random, of gewoon aan bepaalde personen. Moet gewoon een optie zijn, vind ik. U met de hostel? Oh, ik heb hem niet gezien. Kijk, bij het ziekenhuis of onze noob er alweer is. Onze mentor. Zit op, hè? Ging niet goed. Yo, carspots. Is Nigel daar? Eigenlijk ben ik toch best wel goed in dat soort dingen, hè? Ik vind dat toch echt wel leuk eigenlijk. Nigel. Ik weet niet waar Nigel is. Misschien moet ik even bellen. Waarschijnlijk ligt hij gewoon nog dood te bloeden op de grond. Dus dan moet ik even wachten. Hoe lang duurt het voordat je wapen hebt? Ja, wanneer de nieuwe IBT-training is. Kaartje 7. Ik zou niet weten wanneer dat is. Ik heb een achtervondje met een rondje SCT. Dit is goed, even kijken. That tonight's gonna be a good night. De 1 is nog 04, ben jij beschikbaar? Ik sta voorkant HB, collega. Dan sleep ik jullie naar kop. Yo, kom eraan. Feeling. Good night, Joel. Doei, Nigel. Gek gozer. Wat een man. OVDK, kom eens uit. Ja, gewoon. Misschien handig als wij weer naar een aparte gaan. Zag iemand anders ook dat ik een telefoon vol de lucht in vloog? Hoi, collega! Met de lelijke kok. Er zijn nu wel veel in dienst. Welkom. Yo, man. Ik ben je mentor voor vandaag. Ik ga vandaag dingen leren dat je bijvoorbeeld... Je raakt niet wel een paal aan, dat gaat niet. Ik heb geen paal geraakt. Zeker niet. Zeker niet, Nigel.
Ik heb geen paal geraakt, echt zeker niet. Dit is gewoon WRC politie rally, dat vind ik wel leuk. In een Mercedes B-klasse. Ik zag jou net vliegen, gast, in dit ding. Niet normaal. Lijp, hè? Ja, joh. Ik zei toch, ik kan er over het algemeen best wel goed rijden, hoor. Alleen, ja, soms dan clear ik gewoon en dan gaat het fout. Nou, ja, dat nou je houdt ook niet zoveel van Afrikaatjes. Van wat? Je houdt ook niet zoveel van Afrikaatjes. Nee, dat klopt. Yo, Jente, wat hou je er ook van om te vanavond? Ja, die rij ik wel heel graag dood eigenlijk. 7 op een... Ga jij eigenlijk eten vandaag? Ja? Ga jij eigenlijk eten vandaag? Ik heb net voor de stream, heb ik even met mijn vader boodschappen gedaan. Spaghetti! Ja, is welkom in dienst. Oh, ik ga lekker huisgemaakt groentesoepje eten. Gatsie, daar. Ik ben zelf huisgemaakte groentesoep. Welkom in dienst, voor jouw rangen en specialisaties. Niet fokken met mama's een grote goede soep. Welke soep? Groentesoep. Dat mag je plaatsnemen op 21.09 op een goed uit mijn keuze. Wat, het hele dak is ingedeukt. Gast, ik geniet je erg van. Het is net alsof ik in de WC aan het rijden ben in de rally. Ja, in zo'n B22 STI. Plaatsnemen op de 21.010 op een offroad naar keuze. Ik heb hier slechte herinneringen, man. Hé, maar een B2... Wat? Wat is hier gebeurd? Ik ben hier gewoon omhoog geholpen en daarna weer doodgeschoten. Oh, ik niet. Gast, dat... Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen, die zwaailamp op het dak? Zie je dat ook? Nee. Ik op mijn ogen dan. Kijk hoe dat eruit ziet. Ik krijg stuk. Wat wel. Oh! Zo! Maar ik reed toch... Die hele auto is kapot. Ja, hij is gewoon goed geland. Yo. Dit is pas topdrijvend skillzone. Ja, nee, goed man. Ik vlieg, bro. Ik wil jou even feliciteren, wacht even. Je bent vliegpervet, ja man. Dave, wil je voor mij even uitstappen? Dat het iemand zei vandaag niet driften. Ik wil jou met deze feliciteren met het behalen van je vliegpervet, man. Is dat Dylan? Ja, dank man. Oké, jij staat wel bekend voor me. Dan heb je niet praten. Doei, Max! Hey, Tony! Hi, nou, fanboy. Hoezo, dat ben jij ook. Hou op, joh. Oh, ja. Ik zie weer zo'n telefoontje vliegen. Iemand zit gewoon in mijn... Ja, maar dat is gewoon als iemand de stad uitgaat. Nee, iemand zit mij te bespieden. Ik heb het wel door. Ik moet even langs de aan. Net zoals die M5. Net zoals die M5 van vanmiddag. Welke? Ja, die zwarte, die... ja. Ja, daar staat Karel in. Ik hoop dat hij een leuke video ervan kan maken. Ja, ik ging Tony Game bespioneren door op de stream snijpen. Dat wordt het, let maar op. Wedden? Ik weet wel zeker. Kijk, zie weer zo'n vliegende... Weer zo'n vliegende telefoon, kijk boven me. Kijk dan. Ik zie hem hier, hoor. Heel raar, echt overal vliegen ze. Waar is een vliegende telefoon? Ja. Hoho! Potté! Ja! Hey, wie is dat eigenlijk naast mij? Welk agent is dit? Oh, wacht. Brad Pitt. Oh, jij bent Tatu. Maar mijn B wordt miljonair van je. Hey, politie, hè? Het draait allemaal op de politie. Hey, Tony. Normaal is er hier zo'n guy die zingt Tatu. Oh, man, ik weet dat hij moet gerepareerd worden. Hey, wat the fuck? Gaat nog kut? Hey, yo! Ja, nee. Ben je Tony? Ja! Nee! Hey. Tony niet! Hallo! Nou, maar ga zo meteen in de stad uit. Mag ik aantekenen? Voor mij? Hey, Tony, je hebt gewoon chicky fanboys! Alsjeblieft! Dank je. Doei! Je hebt gewoon chicky fanboys, broer. Oké dan. Bye bye. Ik vraag me wel of dat een chicky is. Ik denk het wel. Ja? Ja, of het is een Transformer, dat kan ook nog. Groot trommel. Gaat hij goed? Gaat hij lekker? Ik heb echt geen probleem. Waarom heb je trouwens die nieuwe versie gepakt? Wat wel? Omdat deze beter rijdt. Oh. Hé, maar die ANWB'er noemde je Tony Niehaatsch. Maar, ja. Yo, niet de best.
Gaat het? Jezus, Nigel en Tony, gast. Nee, het spijt me. Hey, luister, Lena. Dit is echt niet mijn schuld. Oh, man. Hey, Lena. Nee, het is echt niet mijn schuld. Prop in je mond. Niet waar. Prop in je mond, alsjeblieft. Want je prop staat niet aan. Ik ben geen Lena. Ik ben Evie Simons nu, man. Ja, maar er zitten toch echt van die lampjes achterin, want je ding ligt eruit. Oh ja. Bij mij niet. Ja, bij mij wel. Maar Nigel kan echt niet rijden, eerlijk is eerlijk. Ja, gast, Tony, ik zweer het. Ik zet zo mijn muziek eventjes op. Zit er een mijn muziek zo in mijn hoofd. En opeens, jongen, ik rij hier zo en bam! Ja. Tony, luister. Nigel. Nou niet komen, ik heb een bodycam op, ja. En op die bodycam zie je toch echt dat ik naast jou zit. Oké, dan is Tony kan niet rijden, ik hoor het. Ja, maar ik Kim, jij het. Kan ook... wat? Lena? Lena of Kim? Ja, Lena. Jij bent echt de grootste NPC ooit. Maat, luister, jij hebt je probleem. Je hoort het, Nigel. Je hoort het. Heb je het gehoord? Ze heeft de prop niet in de mond. Ik ga 500.000 boete krijgen, let maar op. Heb je het gehoord, Nigel? Tony, jij kan niet rijden, houd je mond. Je bent een NPC. Ze heeft zelf een NPC genoemd. Jij zegt dat ik niet kan rijden, maar in principe... Ik ga er even een snap sturen, wacht even. Ja, doe dan. Bluff. Ja, dat doe ik ook. Bluff. Is dat jouw chickie dan? Nee. Kim is gewoon... Nee, Lena is gewoon een G. Kim. Nee, Kim Lena. B. Oh, hij valt bijna stil bij HB. Ik ga namelijk de stad uit, denk ik. Of zal ik nog even doorgaan? Ja, nog even doorgaan, joh. Wat zal de chat zeggen? Willen ze me zien stoppen? Of willen ze dat ik nog even doorga? Ruben, thuis voor de 1. Riptide. Die is van... ik weet niet meer. Ik weet niet meer van wie. Mails trouwens uitloggen. Riptide, vind je dat een leuk liedje? Ik vind het echt depressief. Nog even doorgaan. Oké, we gaan nog even door, jongens. We gaan nog even door. Ruben met de 1 euro. Ik krijg een song request. Riptide, Nigel. Maar ik vind het echt een depressief liedje, dus doe me niet. Super bedankt, man, Ruben. Thanks voor de 1. Maar ik keur depressieve muziek af. Met thanks voor de 1, man, Ruben. Dankjewel. Thanks voor de lol. Wacht, ik moet even mijn ding draaien. Dan zie je mijn auto beter staan. Kijk. Minder reflecties. Dit is eigenlijk wel een vibe met die reflecties. Maar ik vind het leuk als je mijn auto... Nee, we zien mijn auto toch niet. Er staan echt spotjes op, hoor. Hier, kijk maar. Hier zo. Hier. Depri-muziek is goed. Depri-muziek is echt totaal niet goed. Hier, kijk. Hier spotje. Hier. En hier staat er ook één. Maar ja, die kan je niet zien. Maar als mijn nieuwe bureau er is... Ik heb hem besteld. Dat is over ongeveer 3 weken. Dan kan je mijn auto nog beter zien. Want dat heb ik al eerder uitgelegd. Dan zie je, in plaats van dat jullie daar staan, staan jullie daar, waar ik nu naartoe wijs. Met het puntje van mijn vinger. Dus dan heb ik een veel groter bureau. Ah, dat gaat zoveel ruimte opleveren. Een groter bureau. Daar heb ik echt zoveel zin in. Dat is echt top, man. Kan ik eindelijk mijn speakers erop doen, heb ik altijd al gewild. Ik heb die ruimte nooit gehad voor een groter bureau. 2,6 meter lang. Dat is echt top, hé. Oh, ik denk echt dat ik dat zo fijn ga vinden. Dus ik kan echt niet wachten. Echt niet wachten, duur nog even. Maar goed. Ja. Nigel. Doe je niet meer mee? Waarom maak ik ook trouwens niks in de porto? Zit ik nogal überhaupt in de porto? Nigel, met wie ben je aan het bellen? Sowieso met je chickie, eerlijk. Met Kim. Maar dan ben je aan het metagamer. Metagamer! Wat? Rij naar HP, ik metagamer! Rij naar HP, ik moet eten. Goed. Is ze chickie dan? Nee. Kim is gewoon goede vriendin van me. Ja, je bloost. Ik zie het al. Maat, ik heb niet de camera aanstaan of zo. je wordt er nu al ongemakkelijk van. Je wordt nu al helemaal zenuwachtig. Nee. Ik word niet zenuwachtig. Echt wel, ik hoor het in je stem. Ik hoor het in je stem. Je wordt nu al, je denkt nu al... Collega, zeker niet. Echt wel, ik hoor het toch gewoon. Zeker niet, collega. Zeker wel. Zeker niet, collega. Maar begin jij nou maar eens op je gaspedaal te trappen, ontlul. Doe ik toch? Maar Nigel, wat heb je nu afgetekend dan? Ja, ga ik zo meteen allemaal doen.
Prettig. Ik hoor het snel voorbij komen. Hoi! Jezus, jij kan echt niet rijden. Ach, wat onzin. Hey, tjallas Tony, was gezellig. Doei, Nigel. En? Wat heb je? 20-03 na. Is het al eens 10? Fijne avond. Deze man! Hij heeft niet eens gehoord wat ik terug zei. Hij is al gewoon even gekwit, al te viert. Wat dan ook. Zit een timer op die deur? Want ik deed hem zelf niet dicht. Ja, huh? Zit een timer op die deur? Kijk. Dat is chill. Oké dan. Dik. Even kijken. Zo. Oh, wacht, mag ik alleen rijden, toch? Denk ik. Niet. Of veel. Moet ik vragen om een nieuw koppel? Maar eigenlijk ben ik gewoon gangster, dus eigenlijk kan ik het zelf wel. Staat 7. Geef bericht. Achtervolging met ja, blauw-paarse Cayenne. Zit een beetje te kloten of rood. Dit is gehoord. Momenteel rijdt hij richting Cripsterrein. Loopt, rijdt ik denk dat ik even gewoon. Ik vind het wel goed, jongens. Ik ga even met jullie gewoon lekker praten. Positief. Ik ga. Ik ben er nog wel. Zon is al uitzicht, maar. Ik ben nog live, maar ik ga gewoon even met jullie lekker praten. Een beetje, ja. Blauw. Of wat dingen of zo, weet ik veel. Cayenne GT. Yes, is gehoord. Wacht op een moment. 102, status 10. Fijne avond, iedereen. Fijne avond. Yes, 21-03 is ook status 10. Fijne avond. Fijne avond. Goedenavond. Dus. Sorry, moest even geluid maken. Hoe is het met jullie chat? Waar gaan we het vandaag over hebben? Wat willen jullie graag weten? Wat willen jullie graag zeggen? Waar denken jullie. Wat willen jullie allemaal? Vertel, we moeten even iets gaan doen. Matthijs, heb ik al vaker gezegd, maar ik ga toch niet zo vaak in de avond live. Plus, er staan al spotjes op de grond, die liet ik net ook zien. Dat heb je gezien, denk ik. Dus ja. Ja. Je ziet er toch niet zo goed buiten. Puur omdat er ook een raam tussen zit. Dus, daar hoef ik helemaal niks aan te doen. Ik heb hier gewoon spotjes staan. Die lichten een beetje van die auto op. Anders zie je die auto nu ook niet. Dus, ja. Oh, mijn moeder zegt nu al letterlijk eten. Nou, wat leuk. Nou, of hoe stom school is? Ja, vertel mij wat. Nou, ik heb niet zoveel te zeuren. Ik heb maar, ik veel, hoeveel uur in de week heb ik school? 3 keer? Ik heb 10 uur school in de week of zo. 10 uur school in de week of zo. Maar ja, dan nog. Ik vind het ook niet zo heel leuk hoor. Maar goed, hey, als je ergens wil komen, nog 3 jaar even volstampen voor de HBO. Niet zoveel zin in, maar. Ja, ik heb wel echt geluk. Wat dat betreft, met mijn opleiding. Ik heb geen eens toetsen of zo. Ik hoef niet eens te leren voor iets. Ik heb gewoon een project en die maak ik. En dan, that's life. Ik ben in mijn propedeuse binnen. Tja. Ah, ik heb niet zoveel te miepen, maar ja, ik vind het alsnog niet, ik weet niet. Ik ben echt totaal geen schoolkind, gewoon. Totaal niet. Oproep. Tens voor de 1. Dit is sowieso Jelte. Kan je pas een PC-specs kijken? Met vriendelijk goed oproepsysteem. Dit is sowieso Jelte, 100%. Tens voor de 1. Ik ga even kijken. Ik moet trouwens nu al gelijk eten. Ik zal even mijn moeder bevestigen dat ik kom eten. Ja. Pas. DDR5. Oké, ik heb volgens mij geen eens DDR5. 6000 megahertz? Jezus. Bas, ben jij... Hé, maar dit zijn echt ziek goede specs. En voor maar zo weinig geld relatief? Raar. Oké, blijkbaar heb ik echt geen besef meer van PC-prijzen, man. Voor dit geld heb je echt een monster-PC. Wat raar. Dik, man. Lekker. Gegund pas. Ja, wat? Maar echt, hè? Oké. Ja, ik moet nog kijken voor een sim-PC. Ik ga dus morgen nieuwe spullen halen voor mijn simulator, voor mijn race-simulator. Die ga ik hier achter plaatsen, daar zo. Morgen ga ik een monitor ophalen en een shifter. Die is wel dik, want dan heb je een age-pattern en je hebt sequential. Dus dat is wel lijp. Maar daar moet ik ook nog een PC voor hebben. Dus daar moet ik even naar kijken, maar ja. Misschien dat ik die van oude van Bas kan overkopen. Maar misschien dat ik ook zelf iets nieuws wil. Ik weet niet. Misschien dat ik de PC die ik nu heb.
Maar ja, kijk, weet je, ik wil niet... Ik geef het laatste echt geld uit alsof water is. Het is echt een beetje... Ik ben niet zielig hoor, maar ik bedoel... Het voelt zo illegaal. Korstea met de 1 zegt later, Tony. Leuk stream, probeer volgende keer weer bij te zijn. Dit is trouwens de 15e donor, heb ik uitgerekend. Super bedankt, Korstea. Het is voor het lof, man. En je bent de top donator. Let's go, man. Super bedankt. Je bent de streamkind. Je bent de top. De top, top, top. Let's go, man. Super bedankt. Love, man. Dankjewel voor het lof. Echt super bedankt. Maar nee, dan wil ik nog even kijken naar een nieuw PC. Maar misschien dat ik de PC die ik hieronder heb, van de stream PC, dat ik die ga gebruiken als sim PC. Ik heb nog een RTX 2060 liggen. Dus dan verwissel ik deze 3090 met de 2070. En dan gebruik ik deze als sim PC. En dan bestel ik gewoon een nieuw PC met allemaal god specs. En dan gooi ik die 3090 die hierin zit in die andere PC. Misschien dat ik daar even naar moet kijken. Maar ja, ik heb het op zich niet zwaar tijdens streamen. Alleen ja, misschien dat het voor de toekomst... ja, ik weet niet. Ik heb eigenlijk niet echt een PC upgrade nodig. Dus ik weet niet waarom ik naar haar zit te kijken. Maar misschien dat het voor de toekomst altijd wel handig is. Misschien ook voor het streamen. Dat gewoon de PC ietsjes minder belast wordt. Dat het gewoon even wat soepeler loopt allemaal. Dus daar moet ik even naar kijken. Hans zegt, ja, voor die rolstoel scheelt weer wat geld. Je bent serieus, Jelte. Ik dacht dat je een grapje maakte. Maar ik hoef geen roze stoel. Geen roze stoel, man. En die race wil ik wel even afmaken. De duurste onderdelen moet ik nog kopen. Ga je ook sim streamen? Weet niet, man. Weet niet. Volgens mij ben ik weer veel te laat. Ja, man, Willem. Ja, ik ga lekker eten, jongens. Ik ben geroepen. Ik wil jullie allemaal super erg bedanken voor het kijken vandaag bij de stream. Het was echt niet normaal. Super bedankt allemaal voor de support. Ik vond het echt, echt leuk dat jullie er weer bij waren. We hebben gewoon 1100 likes gehaald. Dat is echt, echt niet normaal. Super bedankt allemaal. Lekker veel kijkers. Het was weer een leuke stream. Goede vibe. We gaan snel weer live. Ik vind het echt leuk zo. Super bedankt voor alle support. Sowieso Korstea aan. Met de 21 euro op top. Thanks voor de support, jongen. Dankjewel voor alle donaties. Voor de love, jongens. Voor de support. Voor de mensen in de chat. Voor de mods. Ik geloof nu allemaal laatst niet alleen. Helaas, helaas, helaas. Misschien ook morgen live ben. Misschien ook niet. Misschien dan weer overmorgen. Jullie gaan het in ieder geval zien. Als je belletje aan hebt op mijn kanaal, weet je natuurlijk altijd wanneer ik live ga. Heel veel mensen hebben dat niet aan. Dus dingelingeling. Even aandoen. Want dan ben je altijd op de hoogte. Ik weet zeker dat gewoon de helft van de mensen die nu kijken dat niet hebben. Dus mocht je dat nog niet hebben, doe het even zeker. Vergeet niet de Discord te joinen. Uitroepteken Discord. Mij te volgen op Insta. Dominique kent mij te goed. Dominique, super bedankt. Echt lof. Hele goede mod, zie je? Vergeet me niet te volgen op Insta. Discord te joinen. Ben ook altijd op de hoogte van wanneer alles en hoe en wat. Ik zal inderdaad nog 5 keer voor het subs doen. Volgende stream even. Ik hou van jullie allemaal. Dikke win aan jullie. En ik zie jullie snel. Misschien morgen, misschien overmorgen. Dan ga ik echt afronden. Laat zo meteen nog even een leuke reactie achterkrijgen van mijn hartje. Ik ga jullie spreken. Bedankt voor het kijken. Dat zeg ik ook wel altijd normaal. Oh ja. Dankjewel allemaal. Thanks voor de love. Ik ga jullie spreken. En ik zie jullie weer de volgende video. Flashing. Later mensen. Ciao, ciao.